We zijn gisteren, nou, oh, waar heb er erop geantwoord op dit, We zijn drie, ja, ja, ja. drie jaar bezig. Gefeliciteerd, jongens. Shit. Dank wel. Shit. Zijn we al aan het opnemen? Of hoe, wat, uh... Nee, een, nou. Oh, we zijn op, al aan het opnemen. Op, oh, jij niet, fuck you. Fuck off. Ja. Hey, dat is niet, niet nieuw. gefeliciteerd. Ja, dat is een nieuwe. Ah, ik dacht al, what the fuck. <laughs> ja, ik, kijk, ik sta meestal op de achterkant van dat scherm. Ik zie in Batman, dus ik dacht dat klopt niet. Ja, ja. ja. eigenaar, het is ben Affleck. Oh, dat is oh. minder. Dat is nee, yeah. niet ja. waar. waar. ben Affleck, prima Batman. Dat oh, Maar die films zijn niet zo goed, maar dat wilde ik zeggen. Uh, 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 George Clooney, prima babman, yeah. Kutfilm. prima <laughs> Bruce Batman. prima Bruce, Bruce Wayne. Wayne. Is dat die met de card, de bad card? Ja, yeah, dat yeah, yeah. yeah. yeah, is met de een verschrikkelijke uh, uh, Mr Freeze. Ja uh, yeah. yeah. to, to meet you. Nice yeah. to <laughs> see you. Terminator <laughs> Freeze. Oh, Everybody. Oh, ik ben officieel begin want ik wil ja. er al op inpikken. Maar... Oké, okay. maar we zijn begonnen ze fuck deze. Yeah. Yeah. Okay. Ja, maar ja, heb je op rek geduwd? Heeft iemand op rek geduwd? Ja. Moet wel op rek duwen, jongens. Het is bezig. Het is al bezig. Ja, Oké, okay. alright. En hier. Ik heb speciaal voor vandaag, omdat ik wist dat jij komt, ja? heb ik Jurassic Park gekeken. Wat? Maar maar is... ik, ik ben helemaal geen fan van Jurassic Park. Ja, maar dat die andere. Dat is de nee, nee, nee. hey, Ja, ik vind dat ook een leuke film. Daarom. Eén om... pot nat jullie. Xander ja, nee. ja, nee. ik... de Rijken is een sympathieke uh, <laughs> gast uit uh, uit uh, uit uh, diges, hoe heet het, uit Zelzaten. Ik ben een vervelende Hollander en ik weeg ongeveer 30 kilo dikker. We hebben ook zo iemand. Ja, we hebben ook zo iemand. <laughs> uh, maar ik... Is tennis gezien in het Nederlands. Hè? Ja, ah, ben jij in Nederlands jij van de. Goh. Rap even iedereen introduceren, dat iedereen mee oh, ja. is, dan kunnen we ja, ja. verder. Ik ben Aspen. Ik ben Zerre. Ik ben Jenox. Ik, uh, ik ben Fokke van der Meulen. Van ja, ja. Welkom. Het stond al heel lang op ons lijstje, Oké, okay. maar het was altijd zo, gaat hij dat willen doen, want het heeft met games te maken. Ja, ik ken geen hul van games. Voilà. Dat is ook het eerste wat ik gezegd heb. Ja, dat klopt. Ik wil graag meedoen. Ik ben een hoer voor podcasts, maar ik heb <laughs> geen idee uh, van games. Maar, maar je maar... hebt waarschijnlijk wel de meeste gamefilms gezien. Ik heb, wel, echt... ik heb wel, ja, ik zie veel films, dus over gamefilms. Films. Ja. Uh, ik heb wel nog heel weinig goede uh, gamefilms ja. gezien, want die bestaan niet. Die bestaan niet. Ik, nee. heb, ik heb onlangs een top 10 gezien die, volgens Rotten Tomatoes, de Critics, de top 10 gamingfilms zijn. Dat is de minst slechte. Dat is echt vreselijk wat er daarin staat. Ja. Ja. Angry, Angry Birds of zo. Like Dit wordt redelijk hoog. Ah, nee, maar live-action oude hè? Mortal Kombat staat er zelfs ik op nummer ja. 7 of zo. Ja, ja, die heb ik onlangs nog terug ja, Die, heb ik onlangs ja. die ja. Uh, stond vorige week op 4K Ultra Blu-ray. Um, voor 13 euro alle drie de Mortal Kombat. Ik oh. zeg het maar. Ja, maar ik heb <laughs> geen 4K. Nee? Dat, vind, nee, dat vind ik te modern. Te Kijk, dat is op een beeldbus. Je ja, dus. moet je geen je zien. 4K. Want het ding is, ik denk dat Fokke een van de meest challenging is voor mij qua collectorsfobie. Uh, nee, niet fobie, uh, verslaving. Ja, ik ben wel, nee, ik ben nou, ik ben een collector. Uh, of we noemen dat gewoon een hoorder. Ik ben een hoorder? Nee, nee, nee. Jij ook wel een be Ik bedoel, wat <laughs> ja. hier gebeurt, aan het gebeuren is ook een beetje. Yeah. Wat hier was. Wat hier was. Ah, oh is toch was het voor de oh. oh, ja. Toon ondertussen een filmpje. Ja, dan we verder Ja, Deze was een uit surprised. de hand gelopen hobby. Ja, yeah, uh, nou, ik ben een hoorder en. Ja, ik heb, dus uh... ik heb een jaar of tien geleden tegen Fokke, dat gaat hij sowieso niet weten, heb ik in de Joker ook gezegd, ik had net twee Darth Vader statues gekocht op Facts, ja, en ik zei, ah, ik heb ook wel wat, en dan was ze, ja, ja, ja oké okay, maar ja, je zult niet wel zien wat ik bedoel. Oh oké, okay, oké, hier is dat de hand. Ja, dus um... je zet nog wat figures. Dit was het hoe het ah, ja, was. Dus, dit is, is hier de hoek. Oh ja, dat is die. Oké. Ik had ook wel een beetje Star Wars stuff. Ja, veel Star Wars dings. Ja. Maar zoals ik... en, uh, Ja, nee, nee. Dus dat dus is dus ook wel een paar, paar kilo, dachtjes... kilo geleden heb ik het gevoel. Ja. <laughs> ik was toen net 50 kilo afgevallen. Ja. Die zijn er nu weer bij. Echt alle 50? Ja, ja, ja. Oh shit, man. Maar er gaan er nu weer 50 af. Ik ga een gastric bypass nemen binnen ah, een paar echt? weken. Ja, ja. Oh, alright. Dat is heftig. Ik ben hoor. goedgekeurd. Ja. Um, omdat ik ook dat terug liever wil, hoor. <laughs> ja. Je dus je, het gezond... gaat over je gezondheid, ja, hè? Bij mij exact... ook. Ik ben. Ik was. Uh, 25 kilo afgevallen en met 10, 12 kilo weer terug bijgekomen. Dus ik ben, ook, het gaat ook, ik ben ook een beetje de Oprah Winfrey van helemaal niks. Maar, <laughs> maar uh, still 50%. Ja, ja, voilà. mijn, dat was Oh, wow. Er is hier nog een verdieping onder. Dus. Oh, hieronder, hieronder. Ja, ja, maar dat is allemaal weg. Dus ja, <laughs> ik verdieping verliezen. De, de inhoud is weg. Ja, oké. Okay. Nu staan ja, er, er allemaal, 21, 70, ah, er staan allemaal gegeven, duizend duizend dvd's. Stan die dvd's dan ja, nog? Ja, ik heb hem al. Ja, je ja, hebt <laughs> het al verteld. Ja, ik, ik had dus een, ook een lichte verslaving aan kopen. Nee, dat is geen, dat is geen verslaving. Dit. Maar dit is een netjes. Ziet er, ziet er ik goed heb er heel veel tijd in steken. Ja, het ziet er gaaf uit. Alles in en zo. En, uh, ja, ja. Maar dat bedoel ik dus. Ik denk een van mijn, mijn meest uh, rivalry collectors. Uh. Nou, dit is, dit is uh, next level shitter, baby. Uh, uh, dit is op een andere manier ziek. Uh, uh, nee, <laughs> maar wel. Maar, maar het is allemaal en het is games. En alle, alle aparte consoles ook. Uh, ook. Ja. Wauw man! Van de jaren safety basically tot tot. En maar uh, kijk, je bent pas echt ziek als je van hetzelfde dingetje drie verschillende versies koopt. Uh, wat, maar dat, de, dat ging ik dus aanhalen. Ik ja. weet daar geen voor. Uh, ik zeg het voor ja, ook wel dit is ook wel een beetje de fobie, hoor. Een uh, <laughs> versla <laughs> <en> verslaving. <laughs> ja. Ik denk dat is Blade Runner we daar is? Onder andere, dan? ja, daar ja. heb ik er veel van. Ja. ja ik ging zijn 32 of zo. Nee, maar wel 15 uh, tussen de 15 voilà. en 20 oh. verschillende. Vers onlangs nog uh, een nieuwe versie die ik nog niet had. Ja, maar het uh, dat bedoel ik. Dus dat zijn versies. Dus ja. jij zegt van hetzelfde meerdere dingetjes. Ja. Dat verschillende ik versies. Ja. Ander, ander logotje links, ander ja logotje andere, ander logootje links. Ja. Andere hoesje, Duitse hoes. Voila, uh, exact, uh, ik ja. heb er uh, drie, vier verschillende laserdiscs van Blade Runner. Ik heb DVDs, Blu-rays. Ik LaserDisc. heb een VHS. Met, 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 met een oude VHS van Blade, Runner, Blade Runner heb ik nog. Ja. Want laserdiscs is ook nog maar eigenlijk een nieuwe collectie, right? Ja. Ja, ja, maar ik heb wel oh ja. toch niet gegaan. Fucking Julian. 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 Ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. Ah, nee. Uh, Sven de Ridder. Sven de ridder made me do-it. Ja. Sven de ridder heeft me overhaald, even to the dark side. En ik heb toch al een paar honderd van die platen hoor. Op, oh op God. Een paar jaar tijd. Ja, en ja, maar gebruikten jaar, ze ja. ook echt? Kijken er ook echt naar? De nee, literaties? natuurlijk niet. Nee, nee, <laughs> nee. nee dat is om te hebben, jongens. Dat is ja, hoorlijk. Dat is natuurlijk. Nee, ik, ik, ik probeer wel. Ik ben natuurlijk een sci-fi nerd, dus ik probeer wel uh, 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 films te vinden die uh, uh, op een ander medium niet mm, zijn. Ja. Dus die op DVD uh, moeilijk te vinden zijn of zelfs die uitgebracht zijn. Van, heel veel van die jaren uit de jaren 80. Uh, uh, dingen die zijn eigenlijk alleen maar op Laserdis of VHS uitgekomen yes. en daarna nooit meer uh, wegens te slecht. En, en onlangs uh, uh, bij mijn, uh, 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 mijn Laserdisc dealer genaamd Chris uit, uh, 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 uit Limburg, die, die uh, heb ik een film die heet Dr. Alien. En een <laughs> soort weird science alien vrouw ding. En ja, gaat heel slecht zijn, maar volgens mij bestaat dat niet op een andere, in een ander medium. Nee, maar dat, vind ik wel, nou, ja. dat vind ik wel heel cool, want dat vind ik bij Julian ook. Ik ik vind het verschrikkelijk hè, dat hij zoveel weirde shit collect. Uh, uiteraard. Um, dat mag, hè. Zijn we mijn beste vrienden, dus ik mag dat zijn um, ja. Maar dan heeft hij wel altijd zo die obs redelijk obscure shit dat je dan toch denkt van, het is wel cool dat je het hebt. Ja. En ik snap dat je vrouw je absoluut haat omdat je het hebt. Hey, heb ik hier ook, hè. Ja. Uh, nou ja, ik heb geen vrouw meer. Het was een ja. kiezer. Het was ofwel mijn uh, collectie ofwel nee, dat is die waar. Tera. Maar <laughs> <laughs> ik denk vooral dat, dat bij u het probleem is dat je zoveel hebt, maar niet de plaats... Absoluut. Ik heb, ik heb ook een soort bergruimte en een kelder ook helemaal vol met figures. Dat is vooral mijn extra figures, Dus mijn dvd's uh, die kan ik wel kwijt. En mijn boeken en mijn comics, uh, mijn comics ook wel. Dus ik heb... Comics is ook iets nieuws, right? Nee, nee, Heerlijk, nee, nee, nee. Dat is... Nee, nee. nee. Dat is van... Eigenlijk... Ik heb mijn oude comics van vroeger toen ik kind oh, zo, was heb ik ook die, nog. Die Junior, die junior Press, press dingetjes van yeah. Spider-Man. Yeah. Misschien heb ik het al verkeerd gezegd. Iedereen manga waarschijnlijk. Geen... Daar heb ik even gedaan en daar ben ik weer van ah, afgestapt. Okay. Dat was, ah. was, uh, was één collectie te veel. Yeah. <laughs> maar dat is ook een soort bodemloze put. Ja. Ja. Uh, uh, van, en die, maar ik vind dat heel boeiend. En, en uh, de, de andere Jens van de weekly strip die, die heeft bij. Uh, die, en die snapt ook wel. Want je hebt, de, de onderwerpkeuze van manga is zo boeiend. Ja. Ja. He, je hebt over eten maken, over, over pingpong. Ja. Uh, 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 ja of, of nu ook zo op Netflix je net uh, die in Alice in Borderlands. Ah ja, van harte. Ja, dat is ook heel, afhankelijk eerst een uh, ding. Een manga. Ja. Dus Natuurlijk. Ik had wel al bijvoorbeeld Oldboy had ik wel ja. al de, de de manga van, omdat je dat die film je uh, had ik gezien. Dus de, ik kende dat wel en, en Akira, Akira en, zo, ja, en dat ja. soort wat uh, de manga ook weer beter. <laughs> de manga ook fantastisch is van Akira. Ook heel. Van, ja. Veel ja, beter maar, is dan de film, ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. maar dat zijn ook zes dikke boeken. Ja. Terwijl, dat is een film van twee uur. Dus dat is inderdaad, wel... Inderdaad, inderdaad. Maar ja, dat is wel een soort standaard dingetje. Wee ja, ja, ja. Dat vraag ik me altijd af, hè. Ik een random podcast op. En dus, ja, ik heb net uh, deze 16 boeken <laughs> gezien, deze 24 films gezien. En dan denk ik: hoe de fuck. Maar boeken gelezen moet ik eerlijk zeggen: ik koop meer boeken dan ik lees. Dit ja, ja, denk, C dus iedereen. Dus ja, ja. Ik, heb, ik heb een hele sta ik heb een stapel van moet ik nog lezen, die groter is dan Excel? ik zelf dat is. Gewoon belach, we hebben ook met games, we hebben dan met, we we met games. Kopen ja, waarschijnlijk. Ook games en dan van, oh, we gaan dat spelen. We gaan dan nooit meer spelen. Pile <laughs> of Shame. Ja, maar het gaat ook over films en series. Hoe de fuck. Altijd, allee, hoe doet je het? dat vraag ik me echt uh, ik, ver, ik verzet me soms om uh, geen uh, reeks. Kijk, uh, heb ik eergisteren uh, uh, Snackmasters Snack uh, ge, uh, Masters Oh ja, zeker wel. Uh, voelde ik me heel smerig achteraf? Jazeker. Dus dat was een soort kookshow over mensen die Kit Kat moeten maken op Netflix. Ik zet dan aflevering 1 aan. Die moesten Flaming uh, Oreo, uh, Cheetos, ze maken. Hè? ik je dat kun je dat zelf maken? Ik heb dat hetzelfde gezien, maar met mijn cocktails. Ah oh, ja, ja. ja, die heb ik ook Maar gezien, die snackbar ja. is ook in België geweest, hè? Ah, ik is weet het niet. Er is een Vlaamse versie nee, van. Nee, maar het heet niet snackbar, het, het heet nog... Het is, het is, het is ze moeten snacks daar ja. maken van... Exa maar exacta, ah, okay. dus ik zag dat. Ah, ik weet niet of die een Cheeto, maar volgens mij zat er een Cheeto ook bij. Hey, een fle en dan moeten ze gewoon namaken. En dan denk ik van, ik snap helemaal niet wat het Super is. Ik cool. weet niet dus, eens wat het is. Dus eh, Piet Huizen, no, of zo. Die, krijgt zo. die krijgen dan zo'n pakketje toe met een Snickers of een, een Cheetos. Ja. En dan na drie dagen moeten ze dat aan de jury voorleggen. Ongeveer één keer hetzelfde. En dan hou je dat beste. Ja, en, en oh, dit is het. Moeten ze het op twee uur doen. Maar ah, het, is ja, ja. Een soort, het is echt een soort uh, reality snel uh, ding. Maar dan, ja, dan zit ik eraan te kijken. En dan, en dan kan ik, moet ik ook het einde weten. Ja. ja, maar daar heb ik, wel, ik heb wel een aantal afleveringen over geslagen. Ah, ja. Geef ik wel even toe. Ik, we zijn, ik keek dus zo goed als niks. Maar Snackmaster, for some reason, vond ik dat zo cool. <laughs> gewoon omdat. Ge ja, zie... ik zie het. Uh... Ja. <laughs> maar je ge ziet gewoon die pure depressie. Hoe de fuck gaan we dit ooit vinden? Die textuur, die. Ja. Ja, <laughs> ah, hey. ook altijd leuk van depressie te zien gebeuren oh, ja. in ja, een reality ja. shows, ja, ramptoerisme. ik ik het dus af en toe oh, ja. af te zetten, om dan inderdaad gewoon naar films te kijken. En ja. om, om, om uh, bijzondere dingen te zien. Wat, wat, je ook, wat ik ook heel erg kan afraden, is uh, die uh, um, uh, In Search of Darkness. Uh, 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 dat is een soort documentaire over jaren 80 horror. En als je daar naar kijkt, dan heb je een hele lijstje. En je hebt ook iets over Tomorrow, gaat over jaren 80 Sci-Fi. En dan heb je een hele lijst van dingen die je nog moet zien. Daar word je heel kwaad van. Daar heb ik wel heel veel moeite mee. Dan zet je podcast op van Focast. Top 10 films dat je moet hebben. Dit jaar duurt dan 6, 7 uur. Ja, dus dan die film zelf Hij kon die die tijd die films gezien hebben. Ja, sowieso. Maar je hebt die film al gehoord, dus dan moet hem naar iedereen zien. Ja, nee, maar dat is er dan zo. Iedereen moest de top 5 of top 10. Ja, dat duurt dan gewoon ontzettend lang. En dan op het einde heb je zo'n lijst van alle dingen die je gezegd... Ah, dat moet ik nu allemaal nog bekijken. En dat is echt... zo. zegt... <laughs> nou, je moet alleen maar een top drie luisteren. Plus, het is wel zo... Uh, ik heb al uh, een paar mensen die mij gestuurd hebben... Uh, een film die heet Boiling Point. film over ja. een kok in de keuken, in de real time. Dat vond ik een van de beste films van het jaar. En ik heb al meerdere mensen die gezegd hebben... Ja, omdat jij daar gezegd hebt in de podcast, heb ik die film bekeken. En die is keihard goed. Ja. Dus, dat is het leuke. En nou. het is natuurlijk ook maar smaken zijn smaken. Wat uh, ja. iemand anders goed vindt, vind ik shit. En andersom. Maar, uh, maar ja. Ik vind het wel grappig dat jij dat zo zegt over Focast. Want mensen zijn hetzelfde ons aan het beschuldigen van games. Tuurlijk! Ja, ja, Hoe vaak er dus... bij ons niet zijn van. Ah, ik heb dat door u gespeeld, was inderdaad goed. Ik ben twintig uur van mijn leven kwijt nu. Hè. Ja, maar ja, dat is logisch. Ja, dat is het he, ja. voordeel bij een film dat is dan wat: twee uur investering. Ja. Als het dan slecht is, dan is het maar twee uur. In een game is dan meestal ja. wel al wat meer. Maar heb je, bij, ja. heb je bij games ook dat, je, dat ze, wat, ze zeggen bij tv reeks altijd: Ja, die eerste drie afleveringen, dan moet je even erheen. Nee, godverdomme dat is Godverdomme. Als een intro, al een een intro bij, van een game ja, maar, traag is of vla, zo, bij, of het duurt wel lang, bij, of het is niet interessant, het speelt het er voorbij en dan wordt het goed. Ja, ja, ja voilà, bij dan is bij games ook dan misschien. Ja, ja. Ja, bij games is het eerder het begin is interessant en dan is er zo'n grote dip en dan is het einde terug. Ja, ja, ja. Het ja. ja, ja, meer, meer zo: het overbruggen van het begin en het einde kan soms langer zijn. Want het begin probeer je zo altijd gewoon te of dit en of de heel typische je begint met een actiescène en is het... How did I get here? En dan gaan ze zo terug. Hè? Zo ja, ja. De, de, de... Ubisoft is daar goed hè, ja, Zo'n okay. intro scène van wauw. En dan nu is hier de open wereld. Doe dezelfde dingen 700 keer. Oh, ja. man. Ah, ja. Je <laughs> moet 50 uur wachten voor het einde te zien. Ja, ja. ja. Voor 50 uur terug. Ja. En zijn jullie ook mensen die per se het willen weten dan? Ook al is het shit dat je naar het einde moet. Ja. Als het shit is, dan haal ja, je het af. Ja, ik, ik ken en Jenox en er al, wel een beetje je van. Er wel... Als je eraan begint, ja, nu moet ik dat uitspelen. Ja, ja, nu moet ik maar, dat uitspelen. Ik heb een slechte reeks ook wel. Ja, nee, dat kan niet. Maar, maar ik, ik, zo, ik probeer echt, hè? Maar het probleem is: wat jij met films hebt en wij met games. Ja. Dus ja. We zijn er zo invested in, hetzelfde waarom dat wij ook een game Ja, maar als het is. slecht is, dan is het ook gewoon uw maar, tijd niet waar. Maar ik start ook heel weinig echt slechte games. Oh ja, ik denk dat ik, ik meer slechte Maar ja, niemand start. wil, dat is hetzelfde ja. films, niemand zet uit om een slechte game te maken, of een slechte film te maken. Nee, iedereen probeert dus iedereen een doet goede dus game het best te om maken. iets goed te maken, dus je probeert er misschien toch iets goeds in te zien. Ik, ik denk dat ik zo like heel um, achterkomt, met zijn de lijst van games wegens real life. Dat jij pas aan games begint. dat wij al uitgespeeld hebben. Als en kunnen zeggen van. Zegt dat het goed is. Ja, ja dus iedereen, dat is gespeeld dan maar. Dan te spelen. Oké, okay, maar dan weet ik ook gewoon. Ja. ik zou het niet te shit vinden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En jij bent meer zo'n experimentele. van. wat is dit? Ik ga ik het proberen? Ja. En dan twee uur later. wat the fuck. Of, en heb, heb je bij games ook. guilty pleasures die eigenlijk. ja? Ja, ja, ja. Zo'n ja, ja, ja. Dus iedereen zegt dat is keisrecht. en jullie ja. zeggen. ja, ik vind dat, dat gek. Playboy-menschen, ja. hè? Zoals. <laughs> <laughs> dat uw. de opa speelt een spel. Ja, maar allemaal. dat is, toch, geen, dat is nee. toch gewoon gaaf. Er zijn wel mensen. die <laughs> het. Het, aan ons hadden gezegd dat het een guilty pleasure was. Die ja. well, Playboy missions, dat is best wat er is. Ja. Nee, 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 niet het beste. Maar als een guilty pleasure, als in, ze weten dat het slecht is, maar ze, speel, ze hebben het dus, toch graag gespeeld. Ah, ja. moet ik moet wel zeggen, Five Nights at Freddy's. Oh, Je um, hebt een bepaalde frame, maar echt zo, die controle. <laughs> hey, ik ben echt, in mijn, ik heb in mijn broek gekakt. Dat is een vreselijk spel. Echt vreselijk. Ik zo een... geïnvesteerd in dat. Er komt een film ja. van, hè? Ja. Van, uh, wat was het? Van uh, Neil Blomkamp? Oh, oké. Okay. van die. Ja, van. Ja, van. Uh, ja, Tina Tien het nu ging doen, uiteindelijk. Ze zijn eraan begonnen aan de productie alles. All Nou, eindelijk heb je. Ja, in is principe is het talkie. wel een soort logisch ding, want het, gaat natuurlijk, het speelt zich af in de. Ja, ja. Het, het, het heeft wel iets filmisch. Het kan wel, wel. Ja, nee, ja. Ik, ik, vond, uh, ik heb me enorm verschoten, Ook omdat je. Omdat je het het straffe ah, van die game is dat je, dat je die eerste dag, die kom je door. En je denkt alright ik kan deze ja. ik snap deze ik i get it en uh, dan ga je de mist in en dan staat hij voor je neus en ik ja ik ik verschool ook achter ik gooi ook Xander eigenlijk voor die ja, ik ja. er ook achter Xander ja, ja. moet worden opgevreden door dat fucking beerding ja. wel echt, echt, echt Jason Blum probleem. was het trouwens ja, van Blumhouse ah van Blumhouse ja, ja. daar is iemand anders ja, ja. Okay. nee ja het ding is laten we anders uw situatie scheppen van games Waar je zegt ik ken niks van games nee maar nee, je, je probeert wel, right? Heel soms. Maar ik, uh, ik, ik ben wel iemand die vaak. Uh, uh, als ik dan zo'n PlayStation 2 had of 4. Uh, uh, dat ik, als ik dan een game koop. dat het iets met een film te maken heeft. En dat zijn altijd. Dat is, Missals, dat is Altijd shit. Ja. Dus games van films zijn shit en, shit. en films van games zijn shit. Dus ja. ik zit vaak in de shit. <laughs> ja. Ja. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Behalve Spider-Man. Uh, ja, oh, maar dat, ja. dat kon ik dan niet. Dus dat is, ik was dus, heel veel te voet daarover uh, ja. naartoe gaan. Ik, kan niet, <laughs> ik kon niet webslingeren. Eén is de persoon, ooit die Spiderman al wandelend heeft gespeeld. Ja, pro toch. Die walkcycle is zo raar van hem. Dat is moet, dat is, het is wel leuk, want als je dan loopt, dan willen mensen met je op de foto. En dan moet je ja. zo tegen mensen babbelen. Dat was, wel, en dat was echt. Real-life simulator. En dan uh, raakte ik, en sta, zat ik echt vast. En dan was dat was daar, was met de kingpin en dat is zegt het allerbegin aller, aller van de film. En ik raakte daar niet uit. En dan was het, ja, oké, okay, goed. Dus later eerst maar. De eerste fight Ja, de ja, eerste bos. De tutorial. Fight ja, Eind, de, ja, yes, ja. Het yes, is eigenlijk de de om de de te leren. Tutorial. En daar, daar heb ik vastgezet. En ik denk dan de, ook een andere game, dat dan enorm goed is, en op een film gebaseerd, Alien Isolation, is dan ook weer eens het andere kant van de Nee, daar hebben Nou, het ding was dat daar. We waren daar begonnen, maar we voelden dat daar heel. Ja, ook weer zo'n hele lange opbouw heeft. Hè? Ja. Ja, dat is echt worldbuilding. Ja. Maar dat ziet er super goed uit. Is het is Niet normaal goed dat dat eruit zat. Dus ik wou, ik wou wel, maar ja, we willen voor die, voor die opa speelt spel. Ja. moet je snel naar iets, naar iets kunnen gaan. En daar zit wel een soort uh, uh, level in dat je gewoon alleen een leveltje kunt spelen. En daar hebben we ons wel ook echt goed mee geamuseerd. En dan zijn we allebei uh, heel snel uh, uh, vermoord door <coughs> een alien. Echt zo binnen de drie minuten waren we allebei dood. Maar dat was wel heel funny. En. Ik had ook wel het gevoel van ja, ik wil er wel spelen, want dat ziet er wel, dat is echt wel alsof je in zo'n film zit. Ja. Dat is wel gaaf hoor. Ze, ze vatten de essentie van wat is ja. Alien ja, tot wel ja. perfect neer. Ja, en plus voor de, voor de PS4, want dat was PS4. Ja, PS4. Die kwaliteit was wel al vrij goed visueel enorm, enorm. Maar, maar, enorm. Ja, voor PS, mij wel. Ja, ja maar PS5 dat... is echt wel nog een nog beter. Up, ja. En is datzelfde, is datzelfde spel dan ook voor PS5 gemaakt met dan een betere. Oh, nou, ah, nice oké. Okay, okay, er komt wel een nieuw Alien game. Je kunt dat wel spelen, maar het is niet dat het beter ik is. Ik heb vroeger op de. Hmm, een Alien 3 gespeeld. Maar op welke? Op Amiga welke? misschien? We of een zoiets uh, heel, MSX? Dat, nee, wel een, uh, geen homecomputer. Echt wel een spelcomputer? Uh, uh, Sega, denk ik. Ja, denk Sega, ik. denk ik. Mas, ja. Een Alien 3. Uh, Mega Drive. Dus daar ja. hebben we het over 2000. Nee. 1993 ja zoiets? zoiets? Ja. Ah ja, natuurlijk. Die film is van 93. Nee. Die is van de begin. En dat is die, uh... toen, toen was het nog echt de gewoonte: van, er komt een film, we, we laten een game uitkomen op hetzelfde moment. Ja, en dat is ja. nooit. Maar die, goed maar die, is, uh, <laughs> die uh, dan kon je inderdaad zo, alsof je een, een, een moviebox ging huren bij de Videotheek, kon je ook een game ding huren ja, met al ja. games bij. En dat had ik dan met een maat gedaan. En dan was daar Alien, uh, Alien 3, dat weet ik nog. En, ja, ja, voilà. Cool, cool, cool. Ja, 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 dat was douche. Ja. Dus dat heb, ik, dat, heb ik, dat heb ik ook gespeeld. <laughs> maar ja, ik heb, <laughs> mijn, ik heb, mijn, maar ik heb uh, zelf nooit een, een, een spelcomputer gehad. Maar, uh, ik, maar ik heb wel zo. Ik heb Pong gespeeld, hè? Uh, uh, De Arcade School. Ja. Uh, ja, ja, ik ben, ik ben van, van, van 72. Of, uh. Dus, Precies, ja. dus dat is ponk, eind jaren 70. En ja. dan kwam die, die, die Atari 2600. Ik hebben dat allemaal gespeeld. Ja, maar heb, heb je de home version gespeeld? Home version. Ja, ja. ja maar dat ja, zijn ja, pongklons, ja, ja. bij de al ja. Die een tijd met de, de... Ja, het was met draaien. En dan daarna was het, uh, was het uh, uh, Robin Moreau, mijn vriendje uit uh, uh, Wissekerken. Die hadden thuis een Atari uh, 2600. 100, ja. oh, en daar hebben wij. Slecht, uh, ik, heb, ik heb er een gekocht uh, in een uh, soort vlaag van. Uh, Nostalgie. Het ding is, uh, ik was bij Kaar een dame thuis. En... Even stoeven. Nee, die die kom... naam valt vaak. Zij ja. zijn enige vriendin. Ja, komt ook nog naar de podcast. Um, maar... Um, Spoilers. Zij, heeft, zij had een gekregen van Christel. Een keer als cadeau. Want ze heeft dat als kind ook gehad. Ah ja? Maar ja... Op ja, zo'n 65 inch flatscreen... Maar zo ziet zo er niet heel goed, goed uit, hè? Nee. Nee. Ik krijg hem ook niet meer uh, aan de een hem ook meer praat. Ze hebben nu zo'n zo kleine uitgebracht: zo'n Atari Flashback. Uh, ah ja. Dat ze dan gewoon. Maar zitten daar de juiste spelletjes op? Wat, 130. Wat, wat die, wat die uh, uh, dingen. zo, dat en zo, dat zit, zit auteursrechtelijk ja. dat, dat evident. Ik denk dat die hun versie nog wel apart was. Want dan heb dan je Mrs. Wel... Pac-Man zitten er dan overal op, maar de echte Pac-Man zit er dan mm, niet op of Miss zo. ken je het verhaal daartussen van hoe dat Miss Pac-Man ontstaan is. Nou, dat is uh, diversiteit in de jaren tachtig. Nee, weet ik veel. <laughs> nee, dat was. Uh, is er ook Black Pac-Man? Is... <laughs> <laughs> LGBTQ. Yeah. Zo'n nee, regenboog-Pac-Man. Um, regenboog <laughs> <Black Man. lacht> Omdat. Pac-Man was redelijk saai, om een duur. Eh, mensen die veel Pac-Man die konden altijd hetzelfde doen. En die ja. waren het En dan waren er een paar gasten zo uit Harvard of zo. Die hebben die machines uit elkaar gehaald. En die hebben dan eigenlijk die, dat moederbord aangepast om een moeilijkere versie. Miss Pac-Man te maken. Ah, okay. En die hebben dan allemaal van die printplaten beginnen maken ja. en rondschepen voor dan eigenlijk de printplaten in de origineel Pac-Man te vervangen. Maar dus, Miss Pac-Man was eigenlijk gewoon Geen, een, ja, bootleg. een bootleg. Ja, ah, dat is echt een bootleg. Maar daarna, hebben ze het wel uitgebracht. Ja, maar ze hebben nooit eigenlijk 100% de rechten gehad van Miss Pac-Man. Dus en daarom een... zit hij heel vaak wel in dat soort toestanden. Dat en dat echte Miss ja, Pac-Man niet. Maar in of de officiële communicatie komt Miss Pac-Man eigenlijk vrijwel nergens nog voor. Maar ja. ah. dus de originele makers van Pacman hebben de rechten op. Het is Miss gewoon een hele Eggman slechte scheiding die zijn nee. ja, gewoon aangaan. Ja, ja. ja, ja. Een hele, baby is er ook. Hè, dus, uh. hele goede documentaire op Netflix, zo'n serie, hoe noemt het weer, Game Over? Highscore? Highscore. is wel. one. Highscore. Heb ik gezien. Ja. 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 Nee, wat ik wel wil laten zien, maar ik weet niet of het... Hier. ik heb mijn... Uh, oh, de Game Watch. Dat was ook in de Vlaaf van Nostalgie. Dat heb ik gehoord op een podcast. Dat was bij ons. Ik ah, heb ja, ja. de oorspronkelijke Donkey Kong-ding uh, met, met het, het, het achterklepje. het achterklepje, ik, ja. ja. ik heb mijn Wat, ik heb, wat, wat en is ik de heb significantie nog... van dat achterklepje? Die, dat is het dat, eerste wat altijd verloren ja vaak kwijt. Ja, de ja. Dus de, de Mario Bros. Dit is de Mickey en Donald... Daar zit hij die wel. Die zitten, maar ik heb ook uh, bat, ik had batterijen bij. <laughs> dit is Snoopy Tennis. Snoopy. En dit is Donkey Kong 1. Oh, dus, is... die doet het ook. Donkey Kong 1 is dus, uh, geweldig. Oh, doet Oh ja, hier, voilà. Maar ik kan het dus... Dus ik heb die allemaal gekocht, uh, 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 laten we zeggen, uh, vijf jaar geleden. Hoor je dat? Ja, ja, ja. hè. Ooit? Nou, het? Ja, hier. Maar uh, dus, uh, dat <laughs> is... Uh, die had, ik kreeg die niet van thuis. Dus die heb ik, uh, laten we zeggen, vijf à tien jaar geleden... Heb ik, die, uh, heb ik die allemaal voor mezelf gekocht? Fantastisch. Maar dat is ook wel weer wat geld waard nu. Dat is, die uh, zijn echt wel waard. Ja, snel ja, ja. En waar ja in tegen. de doos, natuurlijk nog echt. Ja, ik ging net zeggen, dus er is wel een heel groot verschil in de doos. Ik heb dat ze van. O, o, van wel jaar jaren is dat? 70, 80? Ja, 82, 84 ja. of zo. Ja, is is dat niet ik ken een paar mensen met een full set. Uh, en er zijn er echt wel een paar van een paar duizend euro. Wauw. Ah, ja. um, maar de, degene die dat mijn collectie volledig heeft opgekocht, die heeft ze allemaal volledig in de originele doos. Maar echt, night ja. condition. En ik vind dat super fantastisch, hè? want daar bestonden ook heel veel fakes van. Bijvoorbeeld, ja, ja. Ik ben opgegroeid bij mijn ouders met alleen maar van die fakes van die. Ja, ja, van, ja uh, van die gekopen shit zo. Ja, zo'n beetje like dat iedereen Tetris had, maar nooit echt Tetris had. Ja. Uh, was zo, dat je zo kon racen met Tetris blokken en zo. Heerlijk. Maar deze hebben wel nog allemaal de originele achterklepjes. Dus ja, 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 ja. Dat, is al, dat is al iets. Ik vind het echt zalig. Ja, dat zijn echt nog het wel. Het ding is, uh, hè, want ze hebben, de, ze hebben er een paar super. van gereleased. released um, twee hè, ondertussen. Een van Zelda nu? Ja, ja, van Zelda en van Mario. Die heb ik ook hoor. Ik, heb, ik, ik denk dat ze van de, du de dubbelklappers ze allemaal hebben. Ja, ben. maar ze hebben nu van de enkele. Hebben ze nu een ja. enkele van. Uh, eigenlijk namaak gemaakt. Ah ja. Maar. En ook met een backlit screen en zo. Echt ja. nieuw. Um, en die Wat van Zelda is ook een klok, hè? Ja, ge... alle, uh, de Mario ook. Maar dan steken ze daar wel zo de oude Mario-games van de Nintendo op en eigenlijk niet de Game Watch. Ah, okay. ja. En dan steken ze wel een adaptatie van een Game Watch-game origineel ja. op. Dus ik denk bij Mario dat dat dan juggle was. De allereerste ah, ja, ja. zeker, dat je ah, die... zo moest, uh, die ze moest jongleren. Bij Nintendo VIP points konden ze VIP-points kopen. Ja. hadden zo'n nieuwe Game Watch met uh, de, de juggle. Maar ik kom bij van die VIP-points. Um, wat ik nog ging zeggen van de Atari, er bestaat een Dark Vader edition van. Van, van, de, van die... Uh... Ja, maar dat is zo'n zo houten versie. Ja. Dus Atari Dark, um, Dark Vader Edition. Er bestaat een speciale versie van. En er bestaat... Is er één, op... één nog in die het uh... <laughs> <totrici> ja, Ah, die was het. Ja. Voila. Geniaal. Ja, voila. Dus dit is mijn... Dat is mijn jeugd die ik niet had, dus die heb ik teruggekocht. Ja. <laughs> uh, uh, en dan uh, bleek dat ik daar ook niet kon. Dus... En wat aardig is natuurlijk, dat je als kind... Nu hebben ze allemaal uh, uh, mini-tv's uh, in je hand. Wij hadden dit. En daar kon je ook uren mee bezig zijn. Uren mee bezig zijn. En dat is gewoon één, van, ja, dat is één handeling eigenlijk. Want je kunt de links, de rechts, de boven. En, uh, en, uh, dingen. En weet je goed dat ze daar zijn opgekomen om dat te maken? Nee. Um, dus de originele maker van die, van die toestellen. Die zat ja. op een trein. Kampen Kooi, zeker? Oh, ja. Die Japanse naam nou, moet je niet maar ja. uitvragen. Um, die zat op een trein en er was iemand. en die had de rekenmachine vast. En gewoon puur uit verveling op de trein zat hij gewoon op te duwen. Ja. En dan uh, kwam de flipper van oké, okay, we, gaan, we gaan er iets van maken. Eigenlijk is dat die gast die ondersteboven oliebol schreef, dacht van een ah ja, <laughs> nou, spelletje. Wees we even boobies. Maar ja, wat. Ja. ja, boobies. Uh, ja, maar ja, goed. Ik was uh, ik, ik, braver. Ik was veel braver. Ik moest lol plus lol was hihi. -hi. Ah ja, juist. Dat ja. Is ja, was al oh, oh, pijnlijk. Ja. Uh, wat ging ik dan over zeggen? Shit. Atari, Darth Vader. Ja, I lost it completely. Uh, Onverteerlijk. En dan na de Atari nog andere... Nou, nee, ik had dan zelf een MSX-computer. Ja, dat is de enige wow. die ik zelf... Die waren in bezitten. Nederland wel populair, de oh. MSX. Dat, dat was natuurlijk van Philips. En uh, dat was mijn vader. Uh, wij, uh, mijn vader las de Consumentenrits. En het voordeel daaraan is dat je dan de beste spullen had. En nadeel is dat niemand anders die had. <laughs> dus iedereen had een Commodore 64. Ja. Maar een MSX-computer was beter van kwaliteit. Ja. Maar ja, niemand had dat. Dus ik kon helemaal die uh, spelletjes wisselen en zo. Dus ik had 25 van die. Uh, nee, ik er zelfs niet. Ik denk er 10 spelletjes had. En dan had je zo atletiek en dat was eigenlijk gewoon uh, masturberen. Was ja, het gewoon, want dat was gewoon dit doen. Dit doen. Ja. En dat was gewoon dit gewoon. En dan moest je snel doen. En dan, ja. moest je snel, nee, en dan was je snel klaar. Zeg ja. maar, dan <laughs> weet je zo met ja. uh, Training voor later. Ja, nou, bij mij is het nu. Ik, ik doe <laughs> het niet. Maar goed, dat, wat je zelf <laughs> weet. Iedereen de ieder, ieder handeling. <laughs> ja. maar, maar dus, dan had ik zo een paar spelletjes. En ik kon niet wisselen, of ik kon niet ruilen, of ik kon niet met een anderen. Dus dat was eigenlijk stom. En dan kon ik op een gegeven moment wel die. die dat, het was inderdaad wel een goede computer, want ik kon dan zelf. Uh, kon hij dan uh, muziekjes laten maken. En dan kon ik ook hele elementaire blokjes, spelletjes maken. Dus dat ik, dat ik inderdaad uh, manneken kon laten lopen. En, en dat er dan iets viel. En dat kon ik dan laten ontwijken. En dat, dat was redelijk uh, elementair. En nu is dat natuurlijk bullshit. En nu maak je dat in Word, maak je dat, bij wijze van spreken. Maar toen was dat, was dat echt. Uh... Zijn er nog altijd die dat cool vinden? <laughs> ja, ja, ja. Dan ik, dat, dat kon ik toen. En dan, en dan, uh, maar dan. Ja, dat weet ik niet meer. Dan heb ik echt masturberen ontdekt, zeker. Dan ja, probleem. <laughs> ja. zo Het is ja, altijd ja. zo'n periode in iedere gamer zijn leven van ah oh ja, toen heb ik eigenlijk tien jaar niet meer gegamed. <laughs> nee, ja, maar dat is bij mij, ja. De MSX, Metal Gear, de originele game is op de MSX uitgekomen. De ja. allereerste. Ah, is dat? Ja, de ja. meeste hebben zoiets ah, oh, Playstation 1. Nee. Nee, dus dat is Metal Nintendo. Gear Solid. Maar zelfs de Nintendo-versie van Metal Gear is een port van de MSX-versie. Yes. Ja. Kijk, we leren dingen bij ons, ja. die me niet interesseren. Maar, maar uh... de dingen die ik ah, ja. wat ik nog ging zeggen van Nintendo is dat ja? het eigenlijk gewoon als een card game company is gestart. Dus die ja. maakte eigenlijk speelgoed. En um, dus ja, dat was zo'n random guy met dat speelgoed. Uh, en dan dat de, de Nintendo DS de is eigenlijk het. Is hier het vervolg op eigenlijk? Game ja, ja, ja. Gameboy ja. is nog natuurlijk. Of een leuk. Gameboy had je ja. eerst nog. Die heb ik ook nog gehad. Dan had ik een Gameboy en daar had, uh, had ik ook een Spider-Man op. En een uh, Och, ja, die en Toy, Toy Story had ik daar ook. Turtles waarschijnlijk. Nee, Toy Story is wel echt Toy... leuk, vind ik. Ja. Toy Story vind ik leuk, want dan speel je een een bus en dan kon je... Ja. Woody in het begin normaal Waar is. Waar staat Woody? In mijn hoofd is het bus. <laughs> waarschijnlijk is het maar. Maar ik heb het gelijk binnen. Ah ja, oké. Okay, ja, je zult het gelijk hebben. Het kan misschien dat ik het op Toy Story 2 heb en gp 1 of zo. Ja, ja. Een ik had een zwart-witte Game Boy. De Game Boy ah, die nu zwart-witte is, echt meegegaan tot... Wanneer kwam het een kleur uit? In 99, 98, 99? 99. 99. 99. 99. Echt? 99. Wetende dat de Game Boy van 89 is, dat dat bijna tien jaar ja, is meegegaan? Ik heb hem dus gekregen in 99, dus dat was al tien jaar. Uit. En Dan kreeg ik hem ik iets van... Oh, Tegen de yeah. tijd dat ik mijn ouders kon overtuigen om mij zoiets te geven, was het al een color uit. Dus ik heb die, 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 die brik, die grijze baksteen, nee. nooit gehad. Ik, 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 heb het zelf, ik heb er toen destijds voor gespaard met mijn geld en dan zo zelf in Maar wat zijn zijn jullie? Ik ben van 87. Ik ook 87. 91. 91. Ah, jij bent de jongste. Ja. ja. <laughs> Grappig hè, die je ouder was. Nee ja, 91. De ouder. Ja. Die, die oude mens. Meer depressie. Uh, ja. Meer kind. Ja, kind. Uh, nee, inderdaad. Dus, uh, ik heb hem ook vrij laat... Allee, voor mij jong gehad. maar Voor mij is dat een van de coolste dingen die ooit bestaan mm -hmm. heeft. Dus ah, ik ja. heb die ook vorig jaar opnieuw gekocht. Een Gameboy. Ik had er vroeger uiteraard hier veel, maar ja, ik heb ze allemaal verkocht. Uh, maar ik heb zo die laten modden, dus echt met uh, een backlight screen. Dat je gewoon kunt spelen en dan met een speciaal schijfje erin dat alle Game Boy games opstaan. Ah, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja dat, dat voelt zo. En bij mij moest het de doorzichtige zijn. Okay. Ik ben super fan van die translucent uh, devices. Ja. Dat is zo'n aesthetic van eind jaren negentig, I guess. Oh ja, half jaren negentig was dat super populair. Al alles dat zo ja, translucent het was, ik moest hem. Oh. <laughs> Maar, ja, ik ben, er, ik ben Mijn ja, moeder heeft zo'n dildo. <laughs> ik ben echt een hoer op dat vlak. Zie je, zo, zo die IMAX. Die ah zo ja, die oude IMAX, ja, 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 ja. Ja. Die telefoon ook zo. Toen was dat, ja. dat supercool, uh, ja, high-tech, het beste van het beste. Ja. En hoe is dat zo wat campy, oldschool. Ja, Nintendo was... 460 heeft zo zes kleuren gehad, denk ik. Ja, ja. ja V8, was... ik weet niet. Ah, die Hello Kitty Dreamcast. <laughs> ook zo, oh, die Playstation. Hello Kitty Dreamcast. Ja, ja, ja. dat is een speciale ja, ja, ja. limited edition uit ja, ja. Japan. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn Nintendo Switch volledig laten modderen. Een beetje zoals dat daar staat. Ook volledig zo translucent laten maken. Ah ja. Um, heb ik ja, die even... heb ik dus nu. Ik heb ook een Nintendo Switch heb ik gekocht. Jammer. Nou, dat was ook een miskoop van je nee. wel. Nee. Maar daar <laughs> doe je natuurlijk geen hol mee. Nu heb ik het toevallig. Ik was, uh, het was niet omdat ik naar hier kwam, maar dat was toevallig. Dan ben ik eergisteren was ik in de speelgoedwinkel en Ik dacht: fuck it, ik koop geen Lego. En toen, uh, en toen ben ik. Ik heb geen leger gekocht, jongens. En is die in de Atari nog niet gekocht? Nee, nee, nee. Dat is, nee, dat is, nee. Of het nee, van de, Lord, die of kunnen... de die Lord of the Rings set die nu uitkomen? Wat hè? Lord of the Rings set? Ik ben, ben niet zo voor Lord of the Rings. Nee, oh. ik ben wow. niet zo voor Lord of the Rings. Ja, Satan. <laughs> ja sorry. Nee, jongens, uh, dat is wel Nee, uh, Dat is wel 500 euro. Aardige voeten en de bomen, dat zegt bij uh, niet zoveel. Uh, maar uh, ik vind dat niet slecht, hè? Wel die Hobbit-film sterk op geen rol. Ja, Daar is er niet meer in. Heb je dan bijvoorbeeld ATT en de Millennium Falcon en zo? Die Ultimate Collector's Edition? Uh, nee, even? ik heb nee, dure, dure dingen. Dure, ah, ja. Ik koop liever vijf dingen voor 100 euro dan één ding voor 500 euro. Ja, ah, oké. Okay. Ja. Omdat ik dan op dat bij de. Mijn, uh, mijn, mijn attentiespel is heel kort. Dus ik heb liever. Een paar meerdere dingen voor weinig geld dan een heel ja droog. maar geboot ja, ze ja. dan ook wel uh, uh, som. ik nee die echt <laughs> de ene die ik echt heel graag uh, ik, ben, ik heb ook een soort baanlanding obsessie of zo uh, de, die is ah, wel ja, echt ja. gebeurd jongens. Uh, 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 en ja, ik ja, heb ja, ja. De, de maanlander gekocht en ik heb zo'n uh, Apollo... Uh, ja, ja. de saturn de, de, 5 ja de saturn 5 raket heel cool en die wil ik wel graag in elkaar zetten aan alle kant is die doos dat is ook wel is het iets, iets, ja en ik heb gehoord dat de saturn 5 ook heel lastig is om er zijn er een paar bij ons die naar het luister die hem uh, ook al kapot hebben laten vallen. Ah ja, oh fuck. Ja, dat is een vrouw. En ik heb het nu het... van Lego die, die uh, galaxy Explorer ook een beetje de jaren 80, de dus special edition. Ja, die, zo van die de, de jaren... oude space stuff. Ja. Ja. Daar, daar had ik vroeger als kind ook heel ja. veel. Ja, dus ja ik, die ik, heb ik ook ik, gekocht. Ik weet dat Julian ja, heeft zo'n verslaving van. met zo'n die, uh, die lunar set. Ja, de, ja, met, de, ja. Die, die met die tracks. Met die groene. De ik weet raam, gewoon als je zo die train tracks in zo'n 50 euro of zo, zo stukjes geeft. Dat is het zo pijnlijk. Ja, ja, ja. Maar je waart dus in een speelgoedwinkel. je ja. <laughs> gaat geen Leo ook ook. Nee, nee, en heb ik, oh ja, dan heb ik een spelletje voor de Switch gekocht. Dan heb ik er twee gekocht. Eén is shit, dat is die Arkanoid, zo'n soort uh, balletje ja. op het Dat ah, het ja, rol. Ja, ja. Nee. En Dat was, dat was uh, 40 euro weg. Dat is de Drain. Yeah. Maar uh, uh, ik ben ik, 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 de hoofd. Ik heb er nou ooit op mijn GSM gespeeld en daar heb ik nu gekocht. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Rollercoaster Tycoon. Oh ja. En daar heb ik nu. Uh, daar, daarom ben ik uh, onuitgeslapen. Omdat ik daar. Ik denk, nou ja. En dan heb ik dat tot drie uur vannacht zitten spelen. Ja. Wow. <laughs> dat is dat tycoon. tycoon. Ja, ik ben een tycoon hoor, jongens. Van rollercoasters. Ja hoor. Nee, dat, vind ik, ja, dat is helemaal niks. En dat slaat ook helemaal nergens op dat je dat op zo'n soort platform doet. En ik heb me er een beetje te amuseren. Dat is belangrijk. belangrijkste. Ja, een originele game is door één iemand gemaakt. Yeah. Ah, yeah. Ja, de originele rollercoaster Tycoon, er één guy die zoiets had van nee, yeah, I can do that. En die heeft daar ja, want hij had eerst Theme Park Tycoon of zoiets. So uh, nee, nee. nee theme park. Team, team Park was een ander game van. gaat Team Hospital, Team Park. Ja, maar Theme Park was eerst en dan ja. pas Rollercoaster Tycoon. Yeah. Ja. ja, die kerel is helemaal wack, want hij heeft daar volledig een uh, assembly geschreven. Mm -hmm. Dus de originele programmeertaal voor. <laughs> Ah ja. Oh ja. Zal wel. Even dus heel nerdy. Uh. Twee programmeurs. Oh, die ja. heb ik ook gespeeld. En die heb ik ook gespeeld? Dat is een klassieke game, hè? Op mijn, op, game, op mijn, uh, op mijn uh, PC, hè? Eh? Ja, ja. Want dat is al een oude game, oh, dit is een dus he? Switch-versie. Ik heb de, die heb ik helemaal uitgespeeld. Dat is even de weinig. Die, ja, voilà, dat, ja dat, 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 is, ik... dat is een klassiek game, hè? de Westwood uh, Blade Runner game. Ja, daar ja. heb ik gespeeld ook. Ja. Ik heb deze week voor het eerst een scène gezien van Blade Runner. Wat wow. Op een begrafenis. Een... Op een begrafenis. Zegt oh, waar. <laughs> was iemand die een enorme fan was van Blade Runner. Het ding is, uh, is, er is één bepaalde scène waar een Android stijft en die doet zo'n kleine speech. Ja. Right. Like... Terug drop uh, uh, in, the rain. Uh, voilà, dat in uh, voilà, dat stukje dat waar je uh, dat uh, getoond werd op de begrafenis. Dus Oké. Okay. Uh, dus en dat was mijn eerste introductie aan Maar welke versie was het wel? Spoiler alert, was het einde. <laughs> ja, dat, was het einde. <laughs> ja, dat is het einde. Dan zegt En stel. zie je daarna de, de, de duif vliegen? Uh, nee. Wat okay. heeft dat hij zo het... vast en die springt? Ik had zoiets wat is dat met die duif? Ja. <laughs> ja. Dus kan duif uh, je kunt aan de duif zien welke versie het is. Want als ja. die duif vliegt en het ziet er allemaal goed uit, dan is het de herwerkte versie. Als het er shitty uitziet, dan, dan is het heel erg <laughs> Ik blijf fan van de versie waar gewoon Harrison Ford wegrijdt en dan die voice over. Ja. Ja. Meen je dat? Dat, ja, is, is, dat, is, de, de, dat is de eerste dat is de versie die ik ooit heb gezien. En ja, ik ging echt 82 van: pers. Hè? Maar wat is dat einde? <laughs> En het einde is uh, 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 Kubrick, dat is het einde. Ah. Nee, dus, uh, uh, dus hij moest er een. Hij moest er een uh, het verhaal gaat. Hij, de studio zei: nee, het moet, goed, het moet een goed einde hebben. Het moet een positief einde hebben. Ja. Uh, ja, maar dat hebben we niet. Ja, want normaal sluiten de liftdeuren en dat is het einde. Dat is het, it, yeah. En, en dan, heeft die, dan heeft Ridley Scott naar uh, Kubrick gebeld: zeg, uh, jij hebt toch een, letterlijk een miljoen uur gedraaid voor het begin van The Shining? Ja. Maar ik daar niet uh, een minuutje van pakken? Hij zegt: ja, is goed. Als het maar iets is, is wat ik al gebruikt heb voor de Shining. Dus het, het einde van de theatrical version van Blade Runner is het openingshot van de Shining van Kubrick. Och, zo. Dus, dus uh, je kunt die zo'n de... nacht elkaar spelen. Ja, ja, nee, maar het, zijn, het is natuurlijk. Ja, Kubrick ziet, die draait altijd veel te veel uh, materiaal. Ja. Dus het is natuurlijk niet letterlijk hetzelfde. Maar het is wel van die ja, diezelfde helikopter die diezelfde helikopter. zijn gewoon in de jaren 70 en de andere is in 2020. <laughs> Ja, 2019, ja, 2019. Ja, die, die films ah, ja. in de, ja, ja. 2019. Ik heb die beginnen bekijken, Blade Runner. En dan was mijn vriendin in slaap gevallen. En dan dacht ik: van ja, ik zal maar ook stoppen, dat we kunnen samen verder kijken als ze terug wakker is. En dat nooit meer gedaan. Dus ik heb eigenlijk half Blade Runner gezien. Oh, ja, wat, en, uh, en die van die nieuwe? Ja. Jijne. ik je daar goed Het was traag, maar het is wel goed. Ik ben helemaal niet zo'n fan van die, uh, van die acteur. Het voordeel is uh, uh, Ryan Gosling. Ja. ik vind een heel slechte acteur, maar die moet hier een robot spelen, dus dat klopt. Dat klopt ook. <laughs> ik geef u geen ongelijk, juist nee. uh... Drive? Ja, drive. Ja, daar vind ik ook okay. een robot in. Was is... oké. Okay. Ja, ja en die ene dat doet met Russell Crowe. Ah, nice guys. Ja. Oh, dat vooral ook niet goed. Nee, ik vond die ook niet zo eigenlijk. Iedereen was al super hype toen ik had die ik heb wel grappige buddy cop movies ja, gezien ja. ik vond The Other Guys leuker dan The, The, The Other Guys, guys inderdaad maar en dat char van twee mensen met een crime die niet overeenkomen dat de dingske uh, veel ouder hier uh, No je veel zien Evil. je no veel ah ja Richard Pryor weet je wat de beste is uh, Midnight Run Dat moet je checken met uh, Robert De Niro Fantastisch film denk dingske met Gollum uh, Emma Stone heeft het ook zo'n <laughs> film gollum Emma Stone, Stone. Stone ja toch uh, zo'n zo ik vind gangster, dat zo gangster, een gollum nee ja Ah ja, ik weet dat ik dat hebt. Nee Nee, dit, nee. Zo, dat heb ik niet. Dat dus, ja, ze verliefd worden. Ja. Ja, Spider-Man die, die, die romantische film met Steve Carell. Ja, en dat is dan de vader van hem. Ryan Tom. Gosling. Ah, dat heb ik niet gezien. Um, die was ja, okay. Ah, was... Crazy Stupid Love. Ja, dat was wel goed. Dat was een goede film. Nee, dat vond ik ook goed. Ja. Dat vond ik hem nog oké. Okay. Crazy That Stupid Love. Dat was mijn basically, van de eerste films dat ik van hem heb gezien. Ik kijk heel weinig films hè, dus. Ik moet wel zeggen, van de week was ik wel heel verrast door de aankondiging van History of the World Part 2. Ja. De TV-reeks wordt het, hè? TV-reeks, ja. Vierdelig. Ja. Uh, dus dat is een film van Mel Brooks van. Brijd jaren tachtig. Ja, ja. Eh, begin jaren, jaren 80. This is The World Part 1. Ja. En dan op het einde wordt er de draak gestoken van. Er komt een tweede met Jews in Space. Ja. En nu, na, wat is het, hij is 96 jaar oud, Mel Brooks. 96. Die moet echt wel bijna doodgaan. Maar dat is wel. Mel Brooks is een soort legendarische man. En ik heb. Meer voordeel van de twijfel voor History of the World Part 2. Dan de Faulty Towers. Ja, uh, wat nou? wat the fuck, gaat. Het is met John Cleese erbij, dus ja, op zich... Maar dat, nee, maar nee die is al de laatste paar heb, jaren al... Ik, ja, ja. ik heb wel een heel veel tweet duur. gezet, maar ik, ik heb... Die, die heeft zo... Uh, omdat hij uh, 87 keer getrouwd is en ja. heel, veel, heel veel vrouwen heel veel geld moet. <laughs> uh, uh, ja, doet die dus... dingen die hij eigenlijk helemaal niet wil doen. Waaronder een theatertour. En ik ben niet in de... In, in Antwerpen gaan kijken. Dat was beschamend slecht. Dat was niet zo... Dat was, voor, dat was niet voor fans, want uh, alles wat hij vertelde wist je al. Ja. Dus hij liet dingen zien die hij al gezien had. Uh, hij, hij vertelde dingen die ik al wist. Uh, uh, en dan, de, en voor mensen die er niks mee hebben, ja, waarom zit je daar dan? Uh, die, die kaarten waren veel. Ik had gratis kaarten, ik wou mijn geld terug. Ja. Zo slecht was het. Ik heb wow. ja, ja, ook één keer gehad, sorry dat ik het begint bij Gunther Lamothe. Daar waren er ook een verschillende die geld terugvroegen. Nou, dat is Gunter. hè. Ja. Ja, Gunther, je kunt daar echt zo'n nou, nou, compleet... Strijk mee gaan, of voilà. het was iets van wel, deze was een paar maar uur, maar Het probleem met is ook dat hij dat in de ene, de ene show is die super grof, ja. de volgende show is die heel lief, dus je weet ook nooit welke, welke krijgen, krijgen we. Het. Maar krijgen. het thing is, dat was een show waarin dat hij besliste: van, ik ga alles improviseren, heel de show. Gewaagd, dat, dat kan mislopen, hè, ja. dat was niet zo goed. Dat dus... ba ba Bas kan dat keihard Want Ik bedoel, al... ja. ik, 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 ik ging constant naar comedians gaan kijken. Ik heb al redelijk wat gezien, maar dat was echt wel uh, <laughs> tenen krullend. Maar als echt... je hierbij blijft. Maar echt, ja. mensen die riepen: boe. Oh, nee. ja, ja, een... Hij bleef doorspelen. Ja, natuurlijk. Ja, en op het einde zei hij ook: Ah, ik heb hier mijn merch standje. Ik ga zijn accent niet proberen te doen. Heb hier een merch standje en iedereen zei... Ja, nee. Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. maar om. Hij, nee. maar hij kan t-shirt kopen. waarschijnlijk was het nog beter dan in John Cleese's live Ja, ja, sowieso. De Dat was echt... Heb, Jij hebt het ook gezien. Ik was er ook En zijn. er hingen schermen in de zaal, andersom, zodat hij zijn shit kon aflezen. Oh, ja. Dat was echt. Dus ik wat hangen die schermen daar? Ik zeg, oh, daar komt de tekst op. Dat was zijn tekst. Dat was precies Al Pacino bij de Game Awards. <laughs> ah, ja. Oh, ja. Die kon ook zijn tekst niet lezen. Die zei oh, dat ook geiuwe. zo, the prompter. Yeah. <laughs> ik de prompter. I can't read that shit. <laughs> <Ja. je. laughs> dat was geniaal. Die... Iedereen had sinds zo... uh, toen geld dat en, podium. En die maar. kon dan Christopher Judge aan dat hij gewonnen had? Ja. En die komt dan een half uur speech. Ja, dat was pijnlijk. Over wat dan? Die had de best acting performance plannen yeah. in games. Ah, at, in een game. In een yeah. game van God of War. Eh. Game die had die ah, ja. Kratos gespeeld. Wacht, ik zie dat Ik okay. heb uh, ja. De die links, bearded guy. Ja, ja yeah. yeah. yeah, had okay. Christopher This Judge you... gespeeld. Dus de Star Trek guy. En die, die heeft een speech gehouden met zo iedere keer een half minuut. Tussen dus al zijn zin en natuurlijk een half uur en iedereen zoiets wel. Uh, niemand durft uh, <laughs> dat iets tegen Iedereen is wel ja. Ik gewonnen. Ik ja. hoor nu van langste speech ooit op zo'n uh, award show. show. Award show. Yeah. Yeah. Ja, passeer. Dan maak jij niet toch zo wat. Nog zo'n ja. seconde ja. en dan oproepen. Ik denk dat dat een eerste so, de eerste de award die so, naar nou boven naar voren is. Dat toont ook aan hoe jong dat de games industry awards en de game industry en game industry awards eigenlijk nog zijn. Dat ze daar geen. Clausule in hebben, doe maar twee minuten en je bent weg. Nee, maar ja, je dat weet dat toch, maar... toch van de die andere. natuurlijk, die anderen zijn ja. allemaal van die, van die heel awkward nerds. die alleen maar, die nooit op een podium komen te staan zitten. Zo... ook niet. Dank ah, u. En ik ben weg. Ja, maar ja, dan heb je een acteur en die doet Ja, ja. en die en het, soort van. Fuck it. Ze begonnen ook gewoon de muziek zo wat te blazen. <laughs> ja, ja, ja. Het begint gewoon harder te roepen. Ja. Nee, nee, letterlijk iedereen bedankt, denk ik, dat aan dat game heeft gewild. Ja, uh, ja, letterlijk ja, iedereen. Als je niet wordt bedankt... Ja, dan heb je niet meegewerkt. Nee, dan. Dan. Dan, 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 dan heb je echt, echt slecht gevoeld. Oh, ja. Er is een mooie game. De, ja? oh, ah, fantastisch. Een norm game. Er ja. ja. komt nu ook een reeks aan van Amazon. Ah, ja. uh, gaan ze het verfilmen. Het gaat bezig over een Griekse god die daar in. Um, ja, wat is in, uh, uh, hoe het? Hoe is dat? God, uh, dat is, dat is uh, de tweede versie daar verfilmd wordt. Ja, dat ja, is de, de reboot. Want god, ja. of een god of War is een franchise uit 2005. Ja, het is ja een reboot, het is een sequel. Oh, ja, inderdaad. Ja, het Maar yeah, like yeah, ik het ja, eerste is zo in Sparta. En zo in ja, wel. Een... Ja. Ja. In 2005 waren dat uh, en, uh, ja, drie, vijf, zes games waren. Dat? Officieel, dat Drie was. officieel, uh, Waarin dat je als, als Griek, als Spartaan, eigenlijk alle goden begint uit te moorden. En jij okay. wordt dan God van de Oorlog, God of War. Ja, ja. En dan moorden nog meer goden uit totdat de wereld eigenlijk kapot is. Country en dan pleegde zelfmoord. En, Top, en nou, dat doet. is het einde van de, de derde, en dat is van alright, geen God of War games meer. En dan 2018, hé, hey, we hebben een nieuwe God of War game. En okay. wat? Hoe? En dan is het in, in, in Midgard in het noorden, dus, uh, ja, getrouwd ja, met Faye, met een giant. Van, hoe noemt de de, de, de Jotunheim. 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 Ja, ja, en dan, dan gebeurt er dingen, en ja, ja. moeten weer al goden vermoorden, maar dan de Noorse goden. En ze zijn weer al bezig. Het is wel echt, ja, dat is echt leuk. Ja. Maar, maar het ja, ding maar... is dat de eerste paar games van, van in de jaren 2000 waren hack and slash en brutaal. En je had zo op een bepaald moment, vooral op. Uh, alle, je hebt fights tegen de goden, maar die eindigen altijd met zo'n... Hoe uh, noem die stijl van? Dat je zo een, Ja, quicktime quick time events. events. Namelijk je ziet een cutscene afspelen en je moet op tijd op een vierkantje of driehoekjes zo duwen. Okay. En één daarvan is dat je zo je duimen duwt in de ogen van Poseidon. Alright. En uh, dan moet er gewoon vierkantje en bolletje... Harder en harder duwen en dat duurde harder met die harder met duimen, nou, ja. die zijn ogen eruit. Nou. En je ziet dat allemaal vanuit het standpunt van Kratos. En soms ook vanuit het standpunt van het God eigenlijk dat je hermoet. Uh, ja. Ja, ja. ja, dat is maar heel niks, gewelddadig. Ja. Maar okay. in 2018, die reboot, iedereen is al wat volwassener geworden. En dan was dat plotseling, heeft een zoon. En dan wordt een heel verhaal rond die relatie tussen hij. Het is een family man geworden. Het is de... Eigenlijk totaal niet, maar je moet dat worden, omdat zijn vrouw is net dood is Dus het is meer the road. De road, maar dan in een genoegse god. Yes. Om het heel simpel <laughs> te Maar moet hij wel helpen. mensen doodmaken? Ja. Oh, ja, nog altijd. Al ah, zijn demons, er mensen zijn goden. Hij is nu ja. altijd uiteindelijk de fish out of water. Ja, ja, hij ja. is nu altijd iemand die niet thuis hoort in die wereld. Hij, hij noemt zijn zoon constant, niet, niet bij naam, maar gewoon boy. Wow. Omdat hem niet gewoon is van in klein op te voeden, uh, want zijn vrouw deed dat altijd, maar nu is die er niet meer. En nu heeft hem zoiets van, shit, hoe moet ik dat hier doen? Dat is mijn, uh, nee, is mijn... <laughs> nee, is dat mijn. is dat daar Dat van, is de tweede. dat is alweer de tweede van de reboot. Yes. Yes. Ja, en het einde van het verhaal ineens. Ah ja, yes. oké. Okay. Kind of. Ja, ja. Misschien. Misschien. Probably. <laughs> die heeft dus net heel veel pezen gewonnen, waaronder dus dus de dus die had. die raakt ja. uh, ja. heel, heel 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 indrukwekkend. Voor ons ook Game of the Year geweest. We hebben vorige dus week hebben nou. we bijna niet ah, ja, deze komt. Dat is daar ook op. van die Mjolnir, Mjolnir, dat is de, de hamer van Thor. Ja. Ah ja, dat is Mjolnir. Ja. Ah, ja, ja, ja. Dat is van de collector's edition. Dat uh, Je snapt het. Hier <laughs> ja, 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 ja. staat hij uh, ook het beeldje. Die steen is ook van van God of War Ragnarok. Dat is geen custom. Dat is echt. Nee nee. Dat Dit is dat, van PlayStation zelf? We, ja, PlayStation had een campagne gedaan en had er een paar in België, drie in België, drie in Nederland Waaronder gezet. weer in het station van Antwerpen. Ja. ja, als een van kom kijken en koop de game, you know. Uh, en en jij, jij bent die gaan halen. Ja, nee, nee. Die, 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 die hebben ze mee gepakt. die gewoon wel meegepakt. Nee, die belde van. Wilde hij dat hebben? Ja, duh. Ja, 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 dus duurlijk. we zijn al redelijk gekend in het milieu van ja, ja, ja. ja, we gaan bellen De dus volgende dag gewoon busje stopt hier en zetten dat eraf en ik zo. Oh, "Sure." Ik ja, je ik steen. een steen. Ja, Veel met je steen. ja. 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 dat is een steen. Dat is toch letterlijk hè, ja. dat ze van ja, anders moeten we dat wegdoen. Ja, nee hè, Ben ja. benieuwd niet dat ze met die hamer gaan doen nu. I... Waar gaan we dienst? Nee, oh. de... Nu hebben ze die hamer gewoon. Ja. Uh, in, gigant, dat hier niet binnen kan, gigantisch groot ge, ge nah, ze gemaakt. Maar die een hamer. En waar, die waar ook, is die? Die, uh, die heeft even in Mechelen gestaan, dan in Antwerpen. En nu zit hij in een scherm. In, in oh ja, Andermeyer stikt hij nu ja. in een scherm of zo. Yes. Op aan de, ah, okay. de feestzalen. Feestzale. En dat is van, om die, ja. die game te promoten. Ja, allemaal. Ja, er, er is zo rond de wereld. Eh, like in Holland waren er iets met, met voetsporen in het zand. Wat dat was. Nee, was. Maar in Londen was de, de, de bijl van Kratos. Zat daar ook in de grond. Ah, ja. In het groot. En ze doen dan alsof gaan dat, dat zo'n breaking zogel, news zogel is. Als je budget hebt om dat soort doen. Wat was het 11 miljoen? Was zeker voor je week? 11 miljoen kopieën kocht the op twee maanden. Ah nee de de, de game. Waar? al 40-50 euro. Yeah. Uh, 70. 70, 70 euro. Yeah. Eigenlijk 80 hè, officieel. officieel. Ja als je de digital koopt sowieso yeah. 80. 70, 80. 70-80 euro. Voor some reason bij games zeggen. zijn de digitals duurder dan de physicals. Wat? Ja. ja. Huh? Makes no sense. Niemand snapt waarom. Niemand snapt waarom. <laughs> maar, wij, wij zijn sowieso fan van physicals. Toch <laughs> zo, ook. Ja. Ja. ja, ja tuurlijk, wij, tuurlijk. wij collecten alle drie dus. Is natuurlijk ik natuurlijk blijf DVDs kopen en weet je wat? Omdat je dan het gevoel heb je, ja, als dat van Netflix afgaat, dan ja, heb dan, je het nog altijd. Nou, exact. Werkt dat zo bij games Kings ook? ook ja. ja Scott Pilgrim, maar bijvoorbeeld. Maar ook, ook het gegeven van, als je het niet meer moet hebben, kun je het doorgeven. Ja. Ja. Dan kun je het ook niet verkopen. Of als jij zelf geïnteresseerd bent in een game die al drie jaar geleden is uitgekomen, dan ja. moet het niet aan full price ja, kopen is op de digital wel. store. En... Want ja, de digital store heeft wel sales af en toe, maar... Als je en het licenties, kopen, dat, dat zak niet in prijs, licenties van bijvoorbeeld is een Deadpool-game, ja. dat je niet meer kunt kopen, digitaal, omdat ze de licentie van Marvel kwijt zijn Is gespeeld. weg, ja, ja, dus ja. Dus dan ja, zitten ja, daar ook, ja. Van, ja, dat dat ja, daar ook ja. van, ja. Dat is dat, eigenlijk aardig dan. Ja, heel dat, gelijk. De, ja, de, ja, ja, Scott Pilgrim had ja. hetzelfde issue. Scott Pilgrim. Dat is een PT. Game, ja. game Ja. PT was een uh, uh, was afkorting voor Playable Trailer. Omdat dat teaser. Playable, playable teaser. teaser. Omdat dat plotseling op de store terechtkwam van PlayStation. En dat was van um, Kojima heel, en, en Guillermo del Toro ja, met dan Norman Reeders Reedus in de hoofdrol en dat was dan op het Silent Hill dat ah, er ja. ook nooit ja. een film een, uh, een uh, redelijk oké film die van heb was. ik liggen, maar die heb ik nooit gezien die is nog redelijk oké we okaye. zijn er twee van denk ik ja maar ik denk niet in de tweede week ik, ik heb daar we hebben daar voor open speel te spelen we daar ook een stukje gespeeld ja. volgens mij ja. Maar, ja. Dat was, maar dat was ja duurt ook lang voordat er dan iets gebeurt ja dat was meteen mis mist allemaal maar maar zag wel gaaf uit ja, begin, ja. Dat is wel, wordt wel gezien als een de van, de van de higher quality horror spellen. Ja, er komt een remake van de tweede, oh, ja, was ja, inderdaad. Maar um, die PT was, was eigenlijk een teaser naar. Oh, er komt een nieuwe Silent Hill game ja, aan. Ja. Maar dan is Kojima vertrokken bij Konami. Niet ontslaan. Het is ontslaan. ontslaan ja. Ja, het was daar wat vuil aan het lopen, uh, en die is weg. Ze hebben oh ja, dus heel dat project geschrapt. Dus dat is, uh, die teaser is dan ook offline gehaald. En je kon dan nergens meer. Ja. Spelen of ja. vinden. Enkel als je dat nog had staan op je PlayStation. Ja. Ah, als je het ja. niet had geuninstalled, dan had je die game ik heb, nog. Ik heb juist een PlayStation liggen met die kopie op. Ja. Dat is een beetje like dat je vroeger een gsm kon kopen met Flappy Bird op. Ja. Ik weet niet of je dus... die high point? Nee, nee, dat heb ik niet. Hey, <laughs> dat kan je je voor <laughs> voorstellen. Ja. Maar ja, heel, heel, heel makkelijk. Dat was een mega makkelijke geprogrammeerd spelletje. Reden te verslavend. Je moest gewoon letterlijk springen met een vogeltje. Ja. Maar die kerel kreeg doodsbedreigingen omdat mensen daar zo gefrustreerd waren. En dat is zoiets van, ja, fuck jullie. Dus hij haalt dat spel offline. En iPhones aan 2.300 euro op eBay omdat dat spel daar nog geïnstalleerd staat. Oh my goodness. Ik heb er ook nog eens. Zal met die Playstations met P.T. Mijne staat daar ook nog. Ja. Ik heb hem... durf dat niet te deleten. En ik durf dat niet te spelen, want maar ik heb je het je kunt het niet eraf halen. Je kunt het wel op andere ja. manieren halen. Ah, dus ja. Niet illegale, officieel. Uh, niet illegale, ja, illegale, manieren. Maar okay. die, die Kojima, dus, die regisseur, is eigenlijk zo wat de Tarantino van de ja. game gamewereld. Ja, dat is wel mooi uitgelegd. Dus, dus uh, betere podcast waar dan films maken. Ja, yes. eigenlijk Hij heeft ook een eigen podcast. Hij is een eigen podcast. Die Tarantino-podcast is best wel leuk. Ja ja die Kojima podcast ik spreek je Japans? nee Engels wel uh, wat was het nu weer ja ik kan heel slecht Engels dus hè ah, okay. inderdaad Thank maar you. die is zo video ja, videoreeks en zo ja maar um, die zijn bekendste werk is Metal Gear Solid wat eigenlijk gewoon ah, ja. van zeg maar kopie maar is van eigenlijk elke actiefilm van de jaren tachtig gelaten dat is dat is een game maker die stiekem eigenlijk een film uh, ja, en, en daar o, gaat ook uh, nog gefilmd worden met dan Darrow Breen ja die heeft ah, een ja. heel stuk over daar ook ah, ja, heel wat ja. stuk over solid snake die touch and jump touch jump nee, jump jump, jump toggle maps zo ja, fantastisch daar komt dan nu ook een film van met Oscar Isaac in een hoofdrol ah, ja. dus dat is dan ook weer ja. het is, we zitten nu wel op dat punt dat er heel veel gamefilms gaan uitkomen en heel veel zeggen wat we tien jaar geleden of twintig jaar geleden hadden met videogame films uh, met superhero movies heel die hype dat nu het volgende videogame zou zijn maar zeiden ze tien maar ja, dat is natuurlijk jaar... Geen, uh, het voordeel van die uh, Marvel-dingen is dat er één universum is. Dus dat het allemaal elkaar heeft Ja, hier gaat het allemaal zo Dat met die wat... games niet zo. Nee, inderdaad. Nee. Maar ja. Ja, ze zeggen dat ook tien jaar geleden, zei ze ook, dat er ook, toen ook een hype was toen met uh, wat toen was het aan, de Disney-film van Prince of Persia, waar ja. dat ze dan J.K. Jelenhal een Arabier hebben laten spelen. Ja, dat was niet goed. Uh, dat was verschrikkelijk. Dat was echt <laughs> maar verschrikkelijk. Ja, Stel me al die toen periode films eh, like Jolie. Ja. ja, dat was er allemaal. Maar dat gaf niet echt een goed beeld over... Wat die games betekenden nee, voor ons. Dat nee. was gewoon zo'n een, een adaptatie. Ja. En sinds Arcane en uh, Castlevania. Witcher, uh, Witcher is misschien nog een beetje. Die eerste reeks is nog een maar die tweede ja. reeks is. Nee, zo dat schijnt niet Dat was boek. wel al wat minder. Maar ja, The Witcher is dan meer die boeken natuurlijk. Maar het is gewoon ja, een en Dan een game en dan Ja. Ja, ja. Yes. ja. ja want um, dus ze hebben daar heel goedkoop kunnen afkopen, die licentie van die, uh, van die um, schrijver. Ja. Die, die had zoiets van: fuck, videogames, ik hoef daar niks van te weten, ik ben veel te oud <laughs> voor die shit. Ja. Wat ze betaald? Ik denk 25k Het zo. was echt niet veel. Het oh was echt bijna niks. De game, monster hit, eh, verdient miljoenen. Die kerel had zoiets van: fuck, plotseling vind ik videogames wel leuk. Yeah, dus all. die klaagt die aan, wat dat eigenlijk helemaal, ja, contract ja. is een contract, right? Ja. Ja. Maar ja, er zit er ook niet een soort van uh, binnen de normen? En als iets heel groot succes is, dan mm. toch een klein beetje. Maar dat we, niet in dat contract. Nee, nee. 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 Omdat het iets zat fuck videogames. Maar shit. uiteindelijk, ja, doordat er dan wel een reeks is van gekomen, daar heeft dan natuurlijk wel maar een keer. van gemaakt. 7MP is een gewoon een zo'n blank check, van 3 miljoen of zo van hier. Houd u bek. Houd je back, <laughs> Laten we het hierbij houden. En hij had zoiets van, oké. Okay, eh, ja, voilà. ja, dus, misschien uh, dat ze hem ook wel aandeel hebben gegeven, omdat de serie er dan aankwam of zo. I don't know. Maar Ay, is... je, hebt liever punten, je hebt liever punten dan geld. natuurlijk daar. Ja, uh... yeah, probably. Maar nu dat de Witcher zo wat downhill aan het gaan is, ik weet niet hoe lang dat er nog gaat doorgaan. Maar is het nog altijd door een superman gespeeld? Of, nee. Of, nee, ah, nee, dat ah, is niet ook gedaan. Door de, de broer net. van Thor, uh, Liam Hemsworth. Ja. Ah ja. Omdat um, dus Superman, die vond daar. De schrijvers zich totaal. Henry Cavill. Aan... Ja, Henry nee, Cavill. Dat is een nerd, hè? ik bedoel, die gaat ja, ja, ja. into... ja. Warhammer en dergelijke. Ja, Warcraft. dat wil je graag maken, denk ik. Hij ging, is nou aangenomen om de Warhammer Cinematic Universe te scheppen. Dus series, okay. films en dergelijke allemaal. Oh, ja. De James Gunn van Warhammer. Ja. Ah, Ja, ja omdat ja. hij kende de lore hè? Dus echt alles van die game kende hij. En hij had iets van die schrijvers, ja maar gasten... Van de Witcher. Ja. ja, van de Witcher dan. Het trekt er niet meer op, dit nee. is niet wat fans gaan willen. Zelfs is het nee, dit is. Hè, het is heel lastig. En dat is natuurlijk bij, bij, movie, bij de, de films van Marvel ook. Dat je en de fans. en ja. mensen die er geen hol van kennen. allebei te, tevreden moet stellen. Ja. En dat ja. is gewoon tergend moeilijk. Ja. En, en, en Marvel heeft dat heel lang uh, goed gedaan. En ze zijn dat is nu mis. De, de om ze nu, ja. dus nu mensen betrekken. die niks met het oorspronkelijke bronmateriaal. Ik kan me echt niet voorstellen dat die mevrouw. Die uh, de Eternals-film gemaakt heeft, Pfff. daarvoor ooit van gehoord had. Natuurlijk nee. niet. <laughs> uh, of dat wel drie comics geleefd heeft. Als iemand of die de Eternals niet kent, ik vond die film zo slecht niet. Ik vond het nergens. is, niks is aan. geen supergoeie film. En daarom heb jij is... rood haar, roodhaarespe. En is niet, <laughs> zo slecht. is niet zo slecht. Ik vind hem niet zo slecht. Dat is verschrikkelijk. makes no sense. Het heeft niks met het bronmateriaal te maken. Maar ja, Maar dat is het ding. Ik ken het bronmateriaal niet. Dus daarom heb ik het zelf al iemand... je... Ik ken het bronmateriaal ook niet. En ik vond het ook verschrikkelijk. Maar vond het vond het je Shihulk ook niet nog Sava? So maar Shihulk is er Sava. is beter naar het einde toe. Nee, ik vond Shihulk aan het einde van. Daar waren we ook klaar mee. Dus ja. ik vond dat eigenlijk Kevin Feige is een robot. Ja, Kevin Feige is een robot. <laughs> dat vond ik wel funny Maar, ja, maar niet meer dan dat. <laughs> ja, ja. Okay. Dat, is, dat is Maar een dat funny is, het idee, is... Maar. Sonic gezien. De eerste film, wel. Tweede nog ik, niet. Ja. Ik, ook ik ook nog niet. Maar vond je die. Vond ik leuk? Ja. ja. Maar ja, ik ben ook wel. Ik, 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 ik heb Jim Carrey. Ja, ja ik ben blij om Jim Carrey nog eens terug te zien. Je kan ja. nog ja. weinig fout doen. Ja, ja. 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 Nee, dat doe is het een beetje. En veel fout, maar je hebt zoiets van. Ik wil het wel zien. Ook ja, al is het, het ja, daar, daar is hij toch een beetje terug ja In de tweede zelfs nog iets meer. Hebben ik. die uh, documentaire Jim en and Andy ooit gezien? Ja, Dat hij zo in die rol verloren gaat van Andy Kaufman. Oh, dat, dat is heel Kaufman. boeiend om te zien ja. hoor. Ja. Maar dat, dat, dat podcast. Het, hoort van ja, dat is echt boeiend hoor. Ik vraag me ook af hoe, hoe echt dat hij in die, verlo in die rol verloren was. Of hoe, Als je dat, ziet hoe hij zich gedraagt in interviews en daarna. Ja, echt, echt. Toch echt? Ja, ja, ja. Ik denk dat hij daar, wauw. Dat hij het ergens dan krijgt Blanche ook. Nee, voor de mensen die niet weten... Uh, ja. Jim Carrey heeft in Man on the Moon... Annie Kaufman gespeeld. En in, in, in die rol zich in te leven... is hij die zo diep gegaan dat die een beetje het verschil tussen de realiteit en dat personage... En die en Kaufman zelf was ook gewoon wat dan tegenwoordig een internet troll is. Eh? Die zijn comedy was echt meer spelen met het publiek dan effectief comedy. Benieuwd. Ja, dat is, dat is, dat is op papier veel interessanter dan als je in de zaal zit. Yes. Dat is een beetje ja. de Gunther Lamont van... Nee, dat is niet waar. De comedian is comedian. Ja, dus een comedian comedian. En inderdaad, uh, die ging soms op een podium een boek voorlezen... En dat is leuk als idee, maar als je in de zaal zit, is dat fucking stom. Nee, snap ik wel. En, maar hij had ook wel, die heeft wel, dat uh, is een heel bijzondere man. En die film is niet zo goed, maar die man is wel heel boeiend. En, 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 en die Kaufman was geobsedeerd en die gaat er helemaal in. Ja. En is daar niet meer te goed uitgekomen. Maar, ja. maar het, verschil, het ergste was vooral die andere. en de, 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 and die Kaufman nog dat pseudo, wat was die een manager dat hem dan speelde van zichzelf? Ja. Dat dan, Bob Smoeda. Ja, en dat dan Jim Carrey daar ook aan het doen was. En dat hem daar eigenlijk, eigenlijk de normen volledig overgingen. Want ja. dat was een onzedig personage. En dan deed hij ook eigenlijk mensen. Ja. Begon hij ook mensen echt te embêteren en zo. Ja. En maar ja, ja doet... ik weet niet of jullie. De uh, 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 Shining terug. Ja. Die mm -hmm. mevrouw die. Uh, oh ja, uh, Shelley oh, Long. Ja. Shelley Long, ja, die is ook. Die, die is kapot gemaakt door Stanley Kubrick ja. Ja, Die was ja. niet tevreden van haar prestatie en die dacht van ik zal hier gewoon even zelf terroriseren Tot ze echt bang maar is. Hoeveel was, was <laughs> dat? Ik niet die, die laatste ergens uh, iemand, een of andere uh, YouTuber of Instagrammer ja. of zoiets, had hij gevonden. Dat is een soort uh, zwerfbevrouw de, ziet, de die, pico van Amerika. Die ja. ja, echt, echt waar, echt waar. Ja ik, ik Je herkent die herkent hij niet. Ja. Dus, die, dus een of andere uh, gast die zo allerlei horrorfilm sites bezoekt, ja. weet van wat. Die er ook een beetje raar aan zit. mensen daar vergeten hoor. Dat is zo'n koppel. En die, ging, en die vinden die. En het staat erbij dat ze het is. Maar die lijkt. En geen miljoen. Ja, die, die, die zit zo in een soort oude uh, Amerikaanse truck. En er ligt zo echt zo. Uh, Big Mac dingen. De, zo, die auto zit helemaal vol met Big Mac dingen. En die hoorderige. Uh, bag lady toestanden. De, en dat is de. Dat is, ja, een briljante actrice was. Ja, dat. ja want, maar was dat ook niet op een gegeven moment dat hij in 300 takes of zo van dezelfde. Die doet zijn? altijd heel veel takes. Ja, als, wat... Ook om die tot zo'n punt te drijven dat dan die prestatie eigenlijk gewoon eigenlijk ja. meer een uitreactie uh, is. Ja, dan, is dan heeft dat niks met acteren hè? te maken. Ja. Hè? Dan ja. wordt het gewoon uh, een ja. oerreactie. Het, het, het omgekeerde eigenlijk, ja. van Clint Eastwood. Die een ja. take doet en dan als het een acteur vraagt: van kunnen we anders nog een doen? Ja, we hadden echt iedereen zijn tijd verdoen. <laughs> ja. of, uh, laat maar. <laughs> of het beste, het beste is het verhaal van uh, Jean-Claude Van Damme op de Street Fighter 2 film. Oh, God. <laughs> daar is hij is boeken over geschreven. Over zijn. One, over die, het maken van die film, want hij is echt gewoon een wild ride. De tweede Street Fighter, ik heb het nooit gezien. Er is geen eerste Street het is gewoon de, de Street Fighter 2-film. De game noem, is Street Fighter 2, ze hebben die Iedereen zegt eigenlijk de Street Fighter 2-film, het is eigenlijk de Street Fighter The Movie, denk ik. Maar ah, ja, het is de de eigenlijk op het tweede, tweede game. Is dat bij Raul Julia? Ja, ja, dat, maar, ra ja de ja. laatste prestatie van Raul Julia. Ja. Maar dan is het ook Jean-Claude Van Damme dat dan de jonge Kylie Minogue wou impressen door haar mee te nemen. Let me show you my Thailand. Letterlijk een zin dat hij tegen Kylie Minogue heeft gezet. Maar blijkbaar was er een gigantische scène met honderden stunts en ja, explosies ja. en dit en dat. En op het einde van, van de scène moet dan Jean-Claude Van Damme een, een quote zeggen. En hij doet dat helemaal. En hij zegt het. En hij zegt, ja, cut, cut, cut. Midden in die scène van, ik heb het verkeerd gezet. Ik heb gezegd. We gaan heel die dingen opnieuw doen. Maar alle doen, stunts erbij. Alle stunts erbij. Ze doen die scène opnieuw. Hij zegt het verkeerd. <laughs> In de originele cut had hij het wel juist gezegd. Oh God, awesome. Echt. Schijnt, want hij was toen op het, het hoogtepunt van zijn cocaïneverslaving. Ja, ja, ja. Dus er zijn enorm veel artikels en, en verhalen van heel die making of. Dat is om muziek te lachen. Alright, gewoon hoe dat slecht dat, niet. dat was. dat Heat Ledger als Joker ook wel een. Uh... Ja, ja. Mm. Ja, die is er ook wel. Ja, ja. ja. Die maar, broeien, maar ze joh. zeggen dat vaak, maar dat, is, dat was uiteindelijk. Hij was niet zo met het. Dat als is dat geen met de het, Nee, maar die had wel uh, meerdere uh, problemen. Ja, bedoel, hij ja, ja, leeft uh, niet meer. Tuurlijk, dus hij een We waren schade, hoor. Hey, tuurlijk, maar het is meer door die scheiding. En dan ook door niet te kunnen slapen. En door een slechte cocktail is uiteindelijk gestorven. We waren er niet bij, vriend. Nee, tuurlijk, dat is waar. Ik zat in de lucht te dat? Ik zat in de hoek van je telefoon. kijken. Het toxicologisch onderzoek destijds was er gewoon. Ja, een, een combinatie van slaappillen en, en, ja. en, en een verkoudheid. dat hem dan ook een ander ding voor had gepakt. en dat was een bad cocktail. Dat is de reden dat Die ze. Jij niet zeggen... geholpen heeft, uh, nee. Joker. Ik denk niet nee. dat het hielp. Maar het ding is dat zoveel mensen dat zo zeggen. van. ah ja, maar hij is te diep in zijn rol gegaan. Want dat hij is, dat is gewoon te diep in zijn verslaving gegaan. Hij is geen method actor, niet Ledger. Dat is al in vorige films ook nooit niet aan bod gekomen. Nee, maar je, wilt, je hoeft geen met actor te zijn om, om wel besmet te raken met dat personage. Dat kan toch gewoon? Want volgens mij was Jim Carrey ook geen manager. Die dacht niet dat hij echt Ace Ventura was, hoor. Dus of de Riddler. de Riddler. Zeker ik, met die tights. Ja, oh, uh, nee, dus de dus, 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 yeah. mask. Ik denk niet dat hij echt dacht dat hij een masker op had. Denk denk, ik, ik denk Jared Leto met Sin Joker misschien wel. Dat is nog een andere vraag. <frag> dat, ja. ander oh, dat was spannend. Ja. Ik, ik kijk dus laatste jaar in ben nul films. Die heb ik jammer genoeg gezien. Oh. Suicide Squad. In de cinema zelf. En oh. je weet, ik ga één of twee keer per jaar naar de cinema. Maar ik vond die tweede ook niet zo goed. Vond die tweede niet zo goed? Ah. Ook omdat, omdat die, uh, omdat die uh, ding gespoilerd werd in de trailer. Ja. De, 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 de star Starro. Die zit in de trailer. Ja, dat dus van je zit gewoon twee uur naar film te kijken waar je het einde al van weet. Ja, dat was wel inderdaad. Daarom ja, dat is omdat ik... je de comics misschien kent. Nee, 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 daar kijk ik de comics ook niet van. Uh, Starro is als je, als je wat. Als je gewoon de trailer ziet en je ziet wat er in de derde act gebeurt in de trailer, daarom, dat doet Marvel beter. Die maar... laten nooit dingen zien van verder dan het tweede act. Daardoor bekijk ik nooit geen trailers meer. Ja, ik ook niet meer. Want ik bekijk nooit geen trailers meer. Dat was de eerste keer dat ik het echt beu was. Bij uh, Spider-Man Homecoming, de eerste in 2018? Ik heb uh, ja. die. Die, ja, daar was niet Marvel die de promotie deed, dat was Sony. Omdat dat ah, zo'n gedeelde ja. ding is. En die hadden echt heel die film in film en in een trailer gestoken. En dus ik zag de trailer, die, ik zei, ja, ik heb de film nee, gezien. Nee, dat is vaak zo, hè. En bij een komische film zijn het dan de groei. Oh, de, de alle, de alle jokes, jokes heb je ook gezien ja, ook al. Ja. Nee, wat ze bij Marvel doen is dat ze gewoon uh, personages wegzien. Ja, ja. ja. Zodat je zodat je die heel eens weet wat er, wat er gaat gebeuren. Heel de kostuums ook, okay, hè. Ja. Op een gegeven moment ja. ja, met alsof, de Avengers trailer. Er is ergens een uh, Avengers film dat, dat uh, zogezegd de hulp ja. meeloopt en die is helemaal niet daar. Dat's, dat's... Dus dat, dat is wel slim dat, ja. je, dat je de mensen uh, uh, wil lokken, maar niet het verhaal prijs geeft. No. Hoe zit dat daarbij bij games? Want, uh, hoe, hoe, op basis heel, heel wat? gevaarlijk. Games en de uh, trailers vaak gameplay. Uh, ah, ja. uh, allee, je hebt CGI-trailers, maar de meeste mensen gaan daar niet van uit. Omdat, is dat wat Ze zijn eigenlijk altijd wel simpel games. De allereerste trailer dat er gemaakt wordt, is eigenlijk meer een, een teaser-sfeer. Ja, ja. Dat is niet noodzakelijk dat je de game krijgt te zien of dit of dat. Eigenlijk, er is er zo een van Spider-Man 2. Dan zie je gewoon. Uh, Miles Morales en Spider-Man. En opeens komt Venom het een steegje. Dus je hebt al genoeg om te weten: van, ah, dat is de game. Ja, ja, maar er hey, ja. is nog niks van de game gemaakt. Maar op dat natuurlijk: punt. dan weet je al, A, ah, het is een tweede game van Spider-Man. En B, het is Spider-Man. En C, het is Venom. Dus ja, dan heb je eigenlijk al genoeg verkoopsegmenten. Inderdaad. Wij bestellen die dan al. Ja, vanavond. Zelfs naar Wolverine: hé, ja. dat is gewoon, er zit zo'n cowboy zet naar een bar Maar ik is die... die... Die messen het zijn de hand en de trailer. Ja. Dat dus, uh, ja. right, je genoeg, oké. Okay? Koop. <laughs> <Ja>. Besteld. <laughs> ja. 70 euro. Besteld, button. Het is dus dezelfde, dezelfde makers van de Spider-Man game, dat ja. je zo moest wandelen. Uh, die maken nu een Wolverine game ook. Ah ja. ja. All dus all right. dus ja, iedereen ja, is wel, wel, wel zoiets van, <laughs> Maar die, die, die Spider-Man game waar ik het over had, dat was PlayStation 4. Ja. Ja, en, uh, en dat was wel zo, ja, nu kun je er heel... Uh, uh, je, je, je hoeft zelfs het spel niet te spelen. Je kunt gewoon door New York slingeren en uh, wandelen dan in mijn geval ja dus meestal is meer behoud, Arkham Arkham City had ook zo'n heel goede. dit zijn allemaal dingen die niet in de game zitten maar ik puur... ik heb wel het gevoel van dit zijn de tussenfilmpjes dit is toch niet ja, als je aan het maar spelen dit bent. komt niet in het spel want maar dit is eigenlijk puur voor de trailer gemaakt dit is dan meestal Blur Studios die bekend zijn van Love That Robots op uh, ah, ja. Netflix ja, ja. die waren die zijn groot geworden die studio met dit soort dingen te maken voor games dus alleen die, maar van Geef die... eigenlijk alleen een sfeer die geeft ja. geen gameplay. Ja, dus in dit niet. geval, je ge weet Batman zit in een set. En wij is, villain, dus op is tennis, dan de Villains. Tennis, dan is Hugo Strange. Dus je hebt zoiets van: oké, okay, je ja. ge weet genoeg. Daarna moet ik het niet. En dan zijn de meeste andere trailers dat daarna komen. gaan dan eerder op de gameplay. en het visuele van het actuele spel. Nee. Ja, maar je weet dat ja. je dit ziet, ja dat spel gaat er nooit zo uitzien. Nee, dat nee. Maar dat maakt niet. nog niet uit. Dat, dus dat, is meer dat voor... maakt ook niet uit. Vind je niet uit, maar. Nee, dat is, dat is eigenlijk meer die, 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 die sfeer. -setting. Ik denk ook dat wij drie. Alle... Alleen, we zijn alle drie niet echt gefocust op graphics, right? Ja, dus minder, als een spel eh, er niet voor zo... jullie is, gameplay belangrijker dan de Horioca? sorry okay. ja. 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 En, en maar well. ik, ik denk dat, dat dat is voor jullie zo, maar ik denk dat dat voor iedereen wel bedoel, Dat is toch het succes van die Wii-toestand toen Wii uitkwam, dat zag er niet uit, maar iedereen had dat, want het was gewoon leuk om te spelen. Dat was nou, leuk no, om was te spelen, dat is waar ja. 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 Nee, nee, maar daar heeft u gelijk in. Maar wie is ook wel echt een uitzondering op dat vlak. Want nu komt er daar niet meer mee weg. Nee? Ja, maar Nintendo. Switch, eh? maar ja, oh, ja. De Switch? Ja, switch ja de Switch toch ook? De Switch is letterlijk een Android. Ik ging juist zeggen, hey, Nintendo heeft wel zo die weirde nek van... Maar ze hebben Pokémon, dat mogen we echt niet vergeten. En ja. Mario. Ja, en iedereen ja, ja. kent Mario. Animal Crossing niet vergeten. Ja, okay, ja, en als je Minecraft kan draaien... Dan Weet uh... je wat mijn favoriet ik, ik, ik ken niet zoveel van Pokémon. Ik heb uh, een keer, op het 25 jaar Pokémon, was, hebben er een halve minuut in verdiept. En het enige wat ik leuk vind, ik heb een spelletje gekregen op de, op de Nintendo, is Pokémon Snap. Moet je foto's trekken? Ah, ja, ja, foto's ja, ja. trekken van Pokémon ja. vind ik gewoon gaaf. Dan zit ik, in, ik zit in de bubbeltjes, ik wil foto's trekken en dan zegt hij: Goed gedaan. Ja. En dan ga ik weer foto's maar da, trekken. Maar dat snap ik dan nog. Snap je, duizenden appeals ja. van de Switch? Maar dat is niet iets waar alleen mij één hol interesseert. Ik heb dat ook niet gekocht. Ik kon daar nog wel spelen. Ja, Mensen ze zijn ook zo. Hè. Oh, ik vind het kei leuk, zeg maar er gebeurt niks. <laughs> ja, maar dat is juist goed, want dan hoef je die. Nee, want ik, als ik een verhaal moet volgen, ga ik het toch niet geraken. Dus het, ik vind het leuk dat ik gewoon mijn dingetje kan doen. En uh, wat is, is dit die nieuwe Spider-Man? Ja, ja, dat is de tweede dus. Ah, ja. als het komt. Dat is de teaser dat we te zien kregen. En verder hebben we nog niks gezien van het spel. Komt dit najaar uit? Ah ja, dus, dus er dit gaat... is gewoon alleen maar eigenlijk een filmpje over het spel. En heeft eigenlijk niks met de inhoud van het. Of ik bedoel, niks met, met hoe met je het spel het had spelen. Dit spel. dus is echt gewoon meer een... Ja, echt de scenesetting eigenlijk. Hè? Ja, de... Het, de de... En vaak doen ze dat ook omdat games maken, duurt ook ontzettend ja. lang. Ja. Ja. dus dat duurt vier, vijf jaar voor zo'n aaa a game vaak. Um, dus wat doen ze na nou? een jaar of twee, drie? Zeggen ze hier zijn we mee bezig. Binnen een jaar of twee jaar kunnen het spelen. Ja, zodat, ook... je, zodat je niet vijf jaar zo, ja, Komt met, met Naughty Dog zo... hebben we dat. hè ja. Naughty Dog is... En is dat dan ook om, om al uh, pre-sales te ja, hebben? Ja, ja, ah, ja. ja de, bek en ook... de bekendste is Cyberpunk. Hè? Ah ja, ja. die, die, die... met Keanu yes. Reeves. Ja, dus die teaser trailer is tien jaar oud. De game is <laughs> uiteindelijk uitgekomen eind 2020. Dus die game is nog geen twee, is twee jaar oud. Dus, dus deze keer is de acht, acht, acht jaar voordat het spel is uitgekomen. En oh, toen okay. het spel uitkwam was het nog niet eens echt... Vreselijk shit. shit. Was, het was, het was, nee, nee. Het was het was Nee, het was een goeie game, maar het, het hing met haken en ogen aan elkaar. Ja. Was dus, super er stonden heel buggy. veel bugs in. Ja, ja inderdaad. Echt heel erg. Maar dus Ze kwam binnen in een locatie en iedereen stond daar zo ja, in een tape. Maar dan, er waren wel <laughs> mensen... Het is gewoon nog niet af eigenlijk. gewoon nee, ja. niet af. Er waren wel mensen die dan, uh, de code hadden aangepast dat je wel seks kon hebben met Keanu Reeves dat ze dan tegen Keanu Reece zei... Say no more. En die zei van... Geweldig. Keanu ja, Reece vond dat fantastisch dat mensen ja. dat gedaan hadden. Je ja, hebt daar een van de leukste mensen ter wereld is. Ik denk dat echt dat wel. Alle mensen. podcasts die ik al heb gehoord over die mensen die zeggen allemaal... Best guy on stage. Ja, maar ja, ook als die gewoon... Ook, uh, 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 die, die staat recht voor mensen in de tram. Ja, die uh, uh, die, wat die, die gaat nog met de tram. Die geeft, <laughs> die geeft een deel van zijn geld aan de CGI-people omdat ze zegt ja zonder die zie ik er kut uit ja, Dus dat ja. is allemaal van dat ja, soort dingen de meeste ook he? iedereen een rolex geven was een cgi team ja, ja. die ja, laatste beeldingsfil was wel verschrikkelijk ik heb hem altijd niet gezien Ah, de vier oh. ja, wel. ik heb die gezien dus in het vliegtuig toen. en ik had zo op tijd iets van oh ja Exist, maar het bestaat. Het ja. moest niet. Nee, maar ik vond hem niet echt slecht. Of ja, zo. ik vond hem wel echt slecht. Ik vond het, 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 ik vond het begin was goed. Er werd ook zo'n beetje meta van. Ja. Oh ja, de Matrix is eigenlijk ook uh, iets ja, in de Matrix. Game, ja. En dan, dan blijkt dat ineens, uh, uh, want uh, uh, de regisseur is een regisseur is geworden. Ja. Dus, dus het hoofdpersonaal is ook ineens een vrouw. Ja, Alle maar, twee, maar, maar ja, het ja. is maar even de twee die de. De heeft gedaan, ja. Ja, maar de, 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 daar zat dan ook in, de originele was switch. Maar ook een beetje switch. raar is, dat je allebei als broer ja allebei uh, allebei, allebei de hoe fucked up is die uh, opvoeding <laughs> geweest? Ja, dus... Dan is het wel een uh, nurture machine. Dat is dan misschien, ja whatever. Doe dan je het natuurlijk niet jouw vinden jouw of zo. Is dat vinden uh, Ik krijg hier een soort woke look. Waar ik, uh, <laughs> ik, ik, ik weet er niets van. Maar als van... jij uh, een meisje voelt, geen problemen, man. Dat is allemaal oké. Okay. Ja. Stel je voor dat jij een meisje voelt en je broer ook. Ja, dat ja, is de... genetisch. Ik tweeling heb toch ooit he? met een tweeling gehad en allebei lesbisch. Ja, ja, maar die was, was nou, volgens mij, is dat, ge... was dat, tweeling? Ja, dat was, je was nou je nou kies? Nee, nee, dat niet. Dat was dat niet. Nee, dat niet. Die ah, zijn geen. Okay, die zijn dat dat geen. Nee, zijn geen tweeling, volgens mij. Nee, nee maar daar staan ook weer genetisch. Of ja, nee, maar echt, die, die familie had drie dochters, alle drie lesbisch. Maar de lesbisch is nog iets anders dan ja. daadwerkelijk van geslacht veranderen. Dat ja is wel waar. Dat is wel waar. Maar dan nog, dan nog. Ja. Het was anders. Oké, okay, <laughs> maar goed. Ja, we, ja, we weten het niet en we waren er niet Ja, bij. nee, maar over de Matrix 4, het was zeker niet de beste film. Het was niet de slechtste film dat ik ooit gezien had. Het moest niet. Nee, het was overbodig. En die andere, die twee en drie waren al redelijk overbodig. Ik ging zo hetzelfde zijn. Ja. Ik vond Van Drie had koekhuis van, oh, ja... Ja... Het was een poring. <laughs> het was een poring. De een heb ik laatst opnieuw gezien heb oh, Ja, dat snap nou Ja, ja maar het, 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 het vervelende is... En dat gaat misschien bij, bij spelletjes zo. Is bij spelletjes ook zo als de, de, de sequel? Is dat dan... We hebben, we hebben heel veel geld verdiend, dus we maken snel nog ja. een spelletje? Ja. Ja? Ja, ja dat Spiderman gebeurt vaak. Spiderman is een voorbeeld, natuurlijk. Ik denk dat het meestal is sowieso een tweede deel. Ik denk... Het is, is al vrij cool. lang... Het is al lang geleden een spel succesvol is met één deel en dat er geen tweede deel komt. Nee, nee, maar is dan die tweede ook altijd slecht? Nee, Meestal nee, nee. is de tweede beter en is de derde slechter. Ja. Ah, ja, dan krijg je krijgt wel dezelfde, maar bijvoorbeeld Resident Evil, heel bekende reeks, ja. zit nu al aan acht ja. In ja, zonder spin-offs. Dat spin okay. was dan één goed, twee wordt gezien als één van de beste, ah, ja. drie slecht, okay. of ja, drie minder, vier één van de beste, vijf geweldig, zes de, 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 dark, de, de black sheep, 7, wederom een van de allerbeste. Dus we kunnen niet voorspellen. Je dus weet niet. Nee. zeggen. Die, maar de, vaak... De volgende is die reactie op de vorige. Het, het grappige is, een, als er een zevende deel is, is het meestal geweldig. In een elke, zevende deel? Ja, als je dat echt op zoekt, wacht op deel zijn, jongens. Een Final zevende deel. Ja, Final Fantasy 7, ook de algemeen best. gezien ah, als ja. een van de allerbeste. Zo Tekken 7 was ook een return to form. En het is Tekken heel 7? Ja. ja. Dat is die... Mission, Mission to Moscow is niet de beste Police Academy-filmer, jongens. Ah, ja, daar zijn er, daar zijn er zijn zeven van. Oh. Is er geen acht ondertussen? Er zijn er al niet. zeven. Die Heart... Uh. Nee, nee daar zitten er al zes. zes. Of zes. De is nu gemaakt. wordt nu gemaakt, denk ik. Oh, Wat? Er ja. komt er nog één? Er komt oh. nog één. Ja, nog niet meer, nog niet Omdat Bruce Willis mee... nog wat geld heeft. Alhoewel Die Hard is ook wel een van de weinigen waar ik de derde nog goed vind. Ik de ik... is goed. Ik vind Kevin Smith zijn verhaal over Bruce Willis geweldig. Oh, ja. dat, de, dat de hele set werkt op Bruce Willis' Mean Time. Dat ze van wanneer dat Bruce toekomt, dan start onze klok. <laughs> uh, Eer Verlooy zei ook dat dat echt een heel onaangename mens ja. was. Ja, ja. blijkbaar. Uh, Mission, dus... Mission Impossible? Is de drie daarvan slecht? Nee. Nee, dat is nog een Uncharted, van de beste. Uncharted is, van is ook zo'n uitzondering waarvan uh, 1, 2, 3 en 4 ja. allemaal goed waren. Hè? Ik denk de dat Mission okay. Impossible ah, ook ja. wel een filmreeks is. Daar is geen slechte. Hè? Nee, die zijn allemaal wel oké. Okay. Heb, okay. heb jij de Uncharted-film gezien? Met ja, dat is Tom ongelooflijk. Ik, ik, ik ken die film. Dat is uh, A Race of the Lost Ark willen zijn. Die, ja, uh, Maar weet je, het nee, probleem is dat wel, die CGI. Het is. Het is zo onrealistisch. Uit, dat begint met die, al in, met dat met een vliegtuig. en dan dat letterlijk uit de game. Waar is de zwaartekraag? Ja. komt letterlijk dat, Die, die vliegtuig dat... komt uit de game. Die met de boten op laatste niet. Maar die vliegtuig oh. is letterlijk de cover van een drieën, ah, ja. maar, ze, okay, hebben ja, zo, maar ja. ze hebben zo meerdere action sequences uit de games. Gewoon zo van, dat is goed, dat is goed. Maar, maar een film. in die game <laughs> werkt het wel veel beter dan in de film. Ik vond die film niet zo goed. En ik vind eigenlijk Tom Holland hartstikke leuk. En ik ben zeker een grote fan van Marky Mark. Maar nee. dat was zo slecht gecast. Dat was, was vreselijk gecast. Eigenlijk. Dat vreselijk gecast. Nee. Ik heb dat toen ook gezegd. Hè, dat werkte niet voor mij. Maar nee, het, Die hadden geen chemistry. Maar daar was, daar was ook de, de, de reden, omdat die film was al zo veel jaren geleden is uh, is gestart, opnieuw. geweest in, in pre-productie. Ja. En ze hadden. Um, ze hadden Mark aangenomen om Drake te spelen. Dus de, de, de rol die Tom Holland ja. gedaan heeft. Hij maar maar heeft zoveel te armen. Hij was te oud om Drake te spelen. En dan zijn ze: we, oh, we gaan nu de oudere rol geven. Maar, maar die was niet oud genoeg om die te, te spelen. De oudere rol is basically uh, Tom Selleck, ja. ma Magnum P.I. als zestiger. Oh nee. Dus yeah. dat is het origineel oh. personage. Dat is Ja, ah. yeah, I'm too old en, for en, this shit. Is, want als ik, ik had zo een mannekeer gezien. Van de, van de game. En dat lijkt ook helemaal niet op Tom Holland. Nee, nee absoluut niet. Nee. Een, de originele uh, acteur ouder. de originele acteur dat de stem eraan leent, zit wel in de film. Ik ah, ja, te, de, de ja dat heb ik ergens gelezen, ja. En dat is dan ook het beste moment de delen, die film. Want nou, je hoort die stem zo. en je ziet, oh, ja, ja, ja. ziet die gast en je ziet die gast en je denkt... Die had ook nog kunnen spelen, ze? Ja, die, die ligt op dat strand. Die ligt ja, op dat ja. strand. En ze I just fell out of an airplane. I've had that happen to me before. Ja, yes. juist. Uh, uh, dat gebeurde in die film. Ik denk, yeah. dit is iets. Dus ik zocht het yeah. yeah. Ja, ja, ja. Ik zei van, ja, dit is, dit is ja. een cameo. De, de, de... Oh ja. Oh ja. Ja, prima. Ja, Heel de ja, yeah, chemistry natuurlijk niet, hè. Maar het ding is, Nathan Fillion. Of hoe dat Ja, Nathan Fillion. Nathan Fillion. die is eigenlijk de, de bakermat van dat personage. Ja, die, die is had altijd in... gespeeld. Hebben, maar maar was ook, ook altijd oud. Nee, ook ook die, ook uit. Uit. die heeft wel een fan fanmovie ervan ja. gemaakt. Ver echt? voordat de film uitkwam. Ja, en... oh, oh ja dat is letterlijk hetzelfde. Ja, ja. Ah, ah, ah ja, 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 oké. Okay. Uh, en en dat wist ik niet. Er, er is echt zo'n Nils Schone uh, fanfilm met Nathan Fillion. dat hij start als, ja, de, als filmgewijs. En dan plotseling, als de actie start, gaat hij in een camera, shift hij naar achteren dat is een third person, gelijk in een game en volgt hij right. hem zo. En dat is super mooi gedaan. Maar het ding is toch dat in een game, mag dat allemaal van mij, want als een game, ja. maar in die film oogt dat klikt zo fake, zo ja. dat je weet van ja, maar dit is. En dat ja. is maar dat, dat is wel het deel van Uncharted, is dat die dat personage is heel quippy. Heel, ja, like Spider-Man heeft alle, op alles ja, iets ja, ja, te dus zeggen zo. Dat dus zou een hele, hele goede Ik vind Tom Holland heet niet daar quippiness. Nee. ook niet. Dat, dat kwam nooit zo op datzelfde dan. niveau dat ja. was zo de, Ik heb ja. wel een niet een feeling als Quippy heeft. Ja, ja. Of wat een, grappig hand is, solo, wat hand solo een jonge Hans solo, ja, een jongen... Ja. cynischer. Wat ja. grappig grappiger is dat Tom Holland ook Spider-Man speelt. en dat daar dan wel goed toe ja, maar dat is ook een totaal ja, maar dat ander zijn personage. van 16 jaar. Dat is ook ja. Dit gasten. moet een gastje van 25, 30, 30 het is een, een 35 zijn. Het en 30 zijn. 35er ja. denk ik zelfs al, 40er ja, misschien. Denk ook in, een bijna, bijna, ze ja, hebben inderdaad. ook zo een hele leuke uitleg gegeven aan. Ryan, zou Ryan Reynolds, Ryan Reynolds type, zou Ja. Ze hebben een hele leuke uitleg gegeven aan het nee, dat... feit dat je zo um, in die ja, game. Iedereen te... begint altijd op je te schieten en je ziet uw health. Alleen er is geen health power of zo. So. Het beeld wordt gewoon meer en meer zwart-wit. En zwart -wit, ah, als het echt ja. zwart-wit is, dan zit het doet. En dit is Dat is de... de Mark Wahlberg. Oh, ja. Ik vond, ik vond het ook niet... Nee, was nee. ook geen goede casting, maar, wel, moet ik wel zeggen. Dat maar vond... het werd wel beter als het Mark Wahlberg. Tuurlijk, natuurlijk. Maar... Ding, ja, dus, is dat die van... Oh nee, die lijkt erop. Van Avatar. De, lijkt... ja, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De ja ik, ik denk... De enige persoon die ik kan denken in die rol is Tom Selleck. Ja. Dat is echt gewoon... Ja, die is wel... Die is nu wel oud natuurlijk. Ja, die is echt oud ja. Maar die zou dat daar gewoon perfectly hebben kunnen doen. Want je moet ook geloven dat die persoon, dat die rol is, dat die ooit ook ja. hetzelfde was ja, als Rob. Ja, 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 ja had... Zie maar zo, die, die blikken en al... Die, die, die embrace ja, dat kerkje, ja, ja. zoals dat wij daar al... Wat is dat Vijftien jaar kennen, jaar dat kennen of personaje? zo? Vijftien ja, 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 ja. jaar. Natuurlijk. Ja. jaar dus maar dat die... is, dat is wat ik zeg. Jullie hebben ja. een band met dat personage. En, die film en, en moet ik daar... ken er niks van. En, en, en we zijn allebei de doelgroep. Ja. En dat is heel lastig hoor. En maar ja, daarom moet je het ook goed doen. En het probleem is dat ze daardoor nu ook beide doelgroepen hebben misge ja. misgeslaan. Ja. 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 Maar het ding is dat Tom Holland zelf ook achteraf na de filming heeft gezegd van ja, ik ben niet tevreden dat ik het nee. gespeeld heb. Je gaat het wel zien waarom. En we did. Ja. <laughs> ja. Degene die het nu momenteel het beste doen, maar ook niet. Het is heel moeilijk, is de eh, last of a serie. Ja, dat hebben we nog niet gezien, maar, de, ja. Oh, maar ja. 100% doen. Ja. Uh, een van de beste games van de laatste tien jaar. Allee, heeft de Award to Kronen, de beste game of the decade? Oké. Okay. Uh, in 2020, zeker. Ja, is ook ja. een horror, horror game. Oh, het is, het is, het is, een... het is, is veel zombies, meer. Het weet letterlijk ja, niks aan ja, Het, is een maar actie het met... heeft horror elementen, maar het gaat hem veel meer om over de relatie tussen. Het is The Walking Dead, maar met een mooi verhaal. Ah ja. Mooie ja. verhaal. Nou ja, ik ga wachten tot het uh, ja. er allemaal op staat en dan een uh, beetje. Ik ga zo ik niet. Ben, ik, ben, ik ken er te weinig van om het in één keer. Uh, ik nee, wil het in één keer zien. Ik denk dat die camera switchen nu zit aan te komen. Het uh, like, uh... ding is, uh, bij de Last of Us hebben ze van tevoren gezegd van kijk, we gaan het iets meer dramatiseren voor uh, tv-publiek. Ja. Omdat in de game is het heel veel actie. Daar hebben ze ook bewust gezegd, we gaan er veel actie uithalen. Dat mis ik dan, bijvoorbeeld in ja, de ja, serie ja. een beetje. Aflevering vijf. Ja. Ah, ja. Spoilers. Ik heb het gehoord. Maar ja, vanaf ja, deze eerst ochtend... Oh, geen spoilers. Hij heeft alleen gezegd, de aflevering 5. Ik, ik heb de pressrelease uh, oh, gekregen, oh, dat oh, kon... Oh, no, no. hij oh, heeft de press release oh, gekregen. Daar, ja. <laughs> ja, sorry. Ik heb, ik heb, ik heb je al... kunt ook wachten, gelijk iedereen ja. anders. Ja. Oh, is niet maar net keer dat je moet kijken. Oh, he. Ik heb al van streams mond. en code gekregen voor drie maanden. En ja. ja. oh, right. <laughs> de dus, uh, press presskit. Nou ja, dan kun je wel. Lekker naar FC De een bitch, uh, joh. Nonkels, hè, nonkels. Dat staat wel op mijn lijstje. Want vorige keer, dat ik heb ook een keer voor Halo die op streams oh. kwam, had ik dan ook een code gekregen voor drie maanden. Ik heb naar onkels zitten kijken. Ah, maar ja. ik heb mijn onkels niet uit kunnen kijken. Nu is het van... Ah, cool. Nu kan ik verder kijken ja, naar ja, onkels. Ja, ja. <laughs> nee, ja. ja en omdat Last of zo, so. Het wordt ook gepraised hè. als een nou, van de beste videogame-adaptations uh, van de laatste jaren. Ja. We hebben er een paar goeie. Ze zijn gewoon vergeten dat er een paar goeie zijn. En, en welke, je, welke andere vind nog goed? En ook die zwarte balken. kan er niet ja. letten. Die zwarte balken gaan weg. Ja, ja, ja. Dus hup, ah, ja. achter hem en let's ja. go. Notorious Arcane, dus van League of Legends op Netflix. But is daar that, live, action? Geen live nee. action? Ah, nee, oké. Okay. Animatie is er veel meer goed. Ja, van Castlevania, ja. Castlevania is um, ook de animatie. Oh, Heel mooi. Man, ja. anime. Zo goed. Met dingetjes. Zit nu ook stem? Um, Bill, Nye, Bill Nye doet daar ja. een stemmen. Fantastisch. Ja, live action. Goeie vraag. Live ja, action. live action. Die ja, Sonic film is spijtig genoeg een van de beste. Ja. Detective ja. En Pikachu. En die, die tweede. Die tweede. Of die. Reboot van uh, uh, Tomb Raider, Lara Croft. Ah, was met, ook, die, die was oké, okay. maar het beste, het beste was eigenlijk, van de ik, in die film was dat begin. Ja. Dat hij daar zo door Londen aan het fietsen was, dat was echt een heel goede sequentie met dat fietsje. En dan heel een tijd tijdens de film ze, zitten ze te wachten van allez, wanneer gaan we nu eens een Tomb Raiden? Ja, ja. En dan of, of puzzels oplossen, wat ja. er eigenlijk natuurlijk een beetje is. De rechten zijn dus vorige week ver nee, rumored, verkocht aan Amazon. Dus zij gaan er nu een serie en film van maken. Oké. Okay. Ja, Zee uh, Zee en ze, leasen ze leasen hem voor 600 ja. miljoen. Andere ja. goede, andere ja, goede, ja. wacht. Ah ja. <laughs> ja, ik heb, dat heb ik op uh, PlayStation 1 ook wel wat gespeeld. <laughs> en, uh, heb ja, je Space, ken je meer. die reeks spaced? Oh ja, met, met, uh, met, uh, uh, met uh, Simon Pegg. Simon Pegg en, uh, en uh, Nick Frost. En uh, dan uh, uh, Edgar Wright heeft daar te ja. En daar zit een fantastische reeks in. Als die enige gast zich wat depressief voelt. Dat is in de jaren negentig yeah, gemaakt. Just... Als die enige gast zich wat depressief voelt. dan laat hij Lara Croft uh, verdrinken. In, in ah, de ene, yeah, derde. Omdat yeah, yeah. ze dan zo. Uh. Zeg. <laughs> als je... Dat is wel wat geil, Higgs. Als de muur loopt ook. De, is de reden waarom de, uh, Lara Croft in die eerste games zo'n grote borst heeft ook geen een choke geweest van de developers? Nee, dus er was eigenlijk iemand was aan het maken en had die groter gemaakt en een van de, 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 de directors komt la, na en die zegt van. Dan, hey, kijk eens hoe groot dat die borst zijn. Ah ja, goed, houdt dat maar zo. Ah ja. That's it. Alright. Origineel ging het een dude zijn. Origineel ging een dude zijn. Ja. Maar het ging uh, relatief gelijk komen met Indiana, Indiana Jones. Jones 2, ja nee ja. 2? Nee, nee, nee. 3 nee, 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 was, nee, nee. was toen ook al jaren. Hè, ah. Dus dat was en, gewoon, ze hadden oh. gewoon schik dat het als een Indiana Jones clone gezien ja, ging worden. Tomb Raider is van 96. En Indiana Jones van de jaren 80. Ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik weet dat het iets te maken had, of, of een remake of whatever. Het was iets dat relatief in de buurt kwam. Dat ze ah, hadden ja. gezegd van misschien moeten we het toch aanpassen. Uh, in ieder geval de originele demo is dus was dus ook met een um, ah, ja. En Dan hebben ze het uh, aangepast. Maar dat is, dat is wel goed, want dat is juist. Uh, 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 want ja, mensen die zeggen ja, het is alleen maar de laatste tijd dat vrouwen in de actie. Oh, dat is, oh absoluut, bullshit, niet. Metroid, Metroid. Metroid is een van de ja, eerste is, natuurlijk, ja, ja Samus. Ja. Um, maar ja, nu, dat filmpje dat vandaag de ronde deed van die remaster, was een mega dikke reet. Maar dat was fake, hè? Eh? Ik hoop wel dat dat fake is. Ja, want, dat was fake. Goh, ja, ja, ja. Shit. Wow. <laughs> Ik dacht ja, ook zo van: oh, misschien wel. zijn dit allemaal uh, uh, gamefilms? Gamefilms, oké, okay, Pixels, dat is die echt vanuit nee, Jumanji. Nee, en nee dat Pixels, Jumanji echt. en Wreck-It Ralph zijn eigenlijk nog goed. Ja, dat is dan geen videogamefilm. Nee. Ja, Final Fantasy Spirits Within van het jaar 2001. Ja, mooi, maar dat is, dat is die live action. Lara Croft, Tomb Raider en The Cradle of Life. Ja, okay, dat twee script. films. Ja, ja. Ik vind die ja. eerste Resident Evil film leuk, maar dat is... Ik ja. die eigenlijk allemaal wel oké, okay, maar ik heb De tweede vind stories. ik inderdaad eigenlijk ook nog wel enjoyable. Met die maar dan Nemesis. heeft het natuurlijk weinig met die games ook te maken, dat het schijnt. De tweede eigenlijk vrij... Ah, ja. veel. De, de eerste heel weinig. Uh, maar de tweede heeft heel veel elementen, heel veel personages. Ah, ja. Want het hoofdpersonage van Mila Jovovich heeft niks te maken met de game. Okay. Maar vanaf de tweede introduceert ze like gelijk Jill Valentine. Ik denk zelfs Leon Kennedy. En um, The Bad Guy. Hoe heet hem nu weer? Uh, we ja, Wessler, Wexler, Wexler, wat is het nu weer? Ik heb. Um, ik heb ik wel zien de nacht. En uh, dan zijn er veel meer elementen van de games en daardoor is die in tweede film wel. Maar dat is ik slimmer hebben, hebben ze. De eerste film hebben ze uh, uh, iedereen wat binnen gehaald natuurlijk de, de ja. echte. Wel eens die Paul Ellison. die was ook, niet is ook samen met. Uh, met Mila Jovanovic. Ja, ja de, dus de in de, de, kop, de eerste, he? het eerste was ze eigenlijk overnemen van de eerste film is eigenlijk gewoon er is een virus en er is een huis. Ja. Maar wat Resident Evil wel heeft gedaan, de game. Het is het eerste verhaal waarin dat zombies door scientists gecreëerd zijn. Ah ja, dus is daar dat zo? Ah, is... Ja, ja dus ik had dat ook onlangs wel ontdekt. Dus alle andere zombiefilms daarvoor is altijd die Undead, het bijten door. Mm. Ja. En hier komen het dus door een virus, dat ze dan denk ik in dit geval ook uh, een andere ziekte, kanker of Alzheimer willen oplossen, dat ze daardoor dus een zombievirus ja. creëren: de T-virus. Uh, 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 want dat is een beetje bij de laatste verstelling. Ik denk van. Oh, weer zombies. Ik heb een beetje over. Maar dat zijn dan weer een, een nieuwe yo. soort zombie. Wat, wat, wat is er nieuw aan? Uh, Schimmels. Kennen ze die, die cordyceps, die, die fungus, die bieren overnemen en zo door hun kop groeien? En zo. Ah, zo. Dat maar dan... dan op mensen. Oh, oké. Okay. Ah, dus ja. het, het, dus het, het verhaal legt het zo uit: van oh ja, ze, ze worden vermoord door die fungus, maar gewoon overgenomen. Ze uh, en... dus denken niet zelf. No. Ja. ja. En, en, en in de game is het ook iets anders. Want in de in serie is het met een hive mind en zo. Nou ah, ja. Ja. Me, ja, ze hebben het zo wat veranderd omdat in. Wat vallen we van die Warcraft-film? Ik heb het nog niet gezien. niet gezien, eigenlijk. Ik, ik, ik weet gewoon ja, je... dat de allerbelangrijkste scène eruit is geknipt van LeRoy Jenkins. Weet je, <laughs> dat er een scène in? Ja, die had, ze hebben die speciaal over Oké. Okay. Ja, maar... Even context. Ja. Als, um, World of Warcraft bestaat al is 15 jaar ondertussen. 17 ja. jaar, I don't know. Ehm. Um, en er is één heel bekend filmpje van een kerel. Dus ze zijn uh, zo met tien staan ze voor een dungeon. En die dungeon leaders aan het beschrijven: oké, okay, jij doet dit, jij doet dat, hè, we gaan dan dit strategisch doen. Het was niet een scène. Hij zat was echt. Uh... Ja, het is bleek, was het een het scène? Leek uiteindelijk wel een scène. Oh, jammer. Whatever. Het is grappiger als je weet dat het niet zo is. Oké. Okay. Um, <laughs> Sorry. Okay, is niet zo. Just imagine. Yeah, um, en dan is er zo'n kerel en die roept: times up. Um, let's do this. Ja, okay, en die roept: let's... Leroy Jenkins. En die loopt gewoon die een in dungeon in. En die is. Zo, Wait, wat? Fuck. <laughs> en dan yeah, stijven het uiteraard allemaal en dan uh, roepen ze... De uitleg was nog niet klaar en dan zo... So, Alright, right, let's do it. Leroy Jenkins. En die denkt Wat? Wow. Achteraan. So en dan en dan zo... God damn Leroy. Sorry. En Dat is superviraal, maar Echt. Ja, super. is ook die we hebben gehoord. En dat zit ook in andere... Ik ja, ja, heb ja, zelfs yeah. al een film zien toen en Dat is vijf viraal, Heel viraal. Iedereen yeah. weet, World of Warcraft, Leroy Jenkins. Dus dat moet. Um, dat, dus, en dat filmpje, die internet is voor porn. <laughs> dat, ja. <laughs> dus ze hebben die overgevlogen. Die heeft daar een eigen scène gekregen. Is eruit geknipt in de, de gekeken, in the final cut. Oh, oh geil. Oh, en dan had ik iets van. Dude. Ja. ja. Except alleen. Dat is die one job, lore. Job, yeah. 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 Die film is gemaakt door uh, Duncan Jones, de zoon van uh, David Bowie. Uh, die uh, een geniale uh, uh, Moon-film uh, gemaakt heeft. Met Sam Rockwell. Yeah, Sam Dat is uh, een yeah. van de, even de beste sci-fi-films die ik ooit yeah. uh, gezien heb. En, daarom, oh en God, die God, heeft dan God. ook die uh, source code, waar uh, Jay Gillen wel ook Oh niet zo ja, was. ook uh, oh, goede was een film. goede film. En dan dit, dus uh, ik denk wel dat hij echt liefhebber was van de, van de materie, maar, maar het heeft dan toch niet zo goede uh, reviews gekregen. En ook geen... het, was, het was weer zo in, het bestaat. Ja. Videogame-adaptations, misschien lukt het ons gewoon niet. Hè? Dat was ja, het is dan eerder een, een. lukt het niet, omdat het, er uh, invloed is van. Ik denk het, van de door businessmen die bepaalde dingen eisen. Dat, dat gaat nu stil aan veranderen. Ik denk dat de bazen van die uh, filmbedrijven... denken te weten wat wel en niet werkt... Ja. en wat de mensen wel en niet willen zien. Maar zelf die spelletjes nooit. Die ja. regisseurs misschien wel. En daarom heb je ook, uh, is, is Marvel ook op een gegeven moment aan het lukken... omdat de mensen die... Uh, en, en bijvoorbeeld uh, uh, nu, uh, Mandalorian of zo gelukt... omdat er dan Star Wars wordt gemaakt... En mensen die Star Wars zoiets, nerds zijn... Ja. Ja, maar dan had je wel, uh, was er Obi-Wan zo Ja, dan gaat het mis. Ja, dan gaat het ja. Maar dan, dan krijgen andere mensen, en dan, en dan, en dan, en dan de de worden ze de... overmoedig. Uh, Boba Fett. Ah, ja. ja. Ja, voor Voor, voor ook niet zo goed. Nu, die uh, Andor vond ik dan weer wel uh, heel aardig. Ja, maar dat is toch iedere keer datzelfde team die dat maakt? samen nee, met die, die animatie, niet, animatie, nee, nee, Met die nee, animatiereeks. Nee, nee. David Filion. Ja, ja, oh nee. die wel. heeft wel... Maar die heeft mandalorian Man gedaan. Die vrouw, dat ik altijd haar naam vergeten die zo wil. Oh, like, Kathleen Kennedy of... Nee, nee, nee. Die zo drie... drie Bryce nee. Dallas Howard. Yes, one. De ja, maar dat is gewoon een regisseur, Dat is gewoon regisseur, die Dat is ja. gewoon een ah, regisseur. Okay. Die, drie, elk, elk maar die elk heeft die in afleveringen... Ah, ja, okay. Maar met met die heeft hij ook gedaan. Het zijn altijd dezelfde regisseurs als ze het weer halen voor Mandalorian. Ah, oké, okay. ja. dat is, is het gewoon. Maar je uh, ja, wel uit. mensen die... En ik denk dat dat bij film nu pas gebeurt. Dat die mensen die dat, dat moeten goedkeuren... Ja. En die de Dat die eigenlijk ook snappen wat een videogame is. Ja, dat zie je hetzelfde ook bijvoorbeeld met... Die zijn 60, die zijn ouder dan ik. Maar die weten die, die kennen er geen rol van. Nee. En die denken dan ook. Ja, man, dat gaat niet vertalen dat film. Bullshit. Onzin. Mm -hmm. Maar, en, en, maar, we, maar en, ik geloof wel he, dat dat heel moeilijk is. Ja. Zeker omdat. En zoals dat ik nu heb met de Last of Us. Ik zeg, mijn favoriete game. Ik heb binnen nog een collectie. daar is alles van The Last of Us. Ah, ja. Dus ik heb daar wel wat van. Alles. de ja. All Hier heb ik ook Geurt de Last of Us tattoo. Okay. Ik ken er wel wat van. Maar, en de serie is. Quasi perfect, maar heeft heel veel stukken van de game niet. Maar is, de serie is wel meegeregisseerd door de regisseur ja, van het spel. Degene die ah, okay. het geschreven heeft. Dat is misschien wel... Ja, dat zegt ook niks, van George Lucas heeft die eerste... Ja, dat is waar. Dus die, dat is niet... Het ding is, die, die, is... Het is Neil Druckmann die had schrijven aan Craig Mason, die... Um, Chernobyl. Chernobyl. heeft geschreven. Ja, ja. En, dus hij is vooral... Dit zo. Uh, naar een tv. Ze zegt van: alright, vertalen. reeks, zo, zo en zo. En dan zit Neil Druckmann, de schrijver dus van The Last of Us, daar zo bij van: ja, maar dat wil ik toch erin mee. Maar Druckmann heeft ook wel episodes geregisseerd. De tweede, ja. heeft, Hij heeft maar het ook, ook. Maar Het verschil ah, tussen ja. schrijven en regisseuren natuurlijk. Maar ja, maar ik doe beide. Dat is het. Dat is wel een grote detail. Maar um, het gegeven ook met games naar film vertalen is ook: een game is al een film. Met een extra laag erboven. Dat is wat wij spelen. Ja, de sp da een een speler anders, heeft die interactie, de speler heeft een ander soort connectie met het personage. En je ja. zit dan aan de film, maakte van een heel actief gegeven ook een heel passief gegeven. Maar is het inderdaad ook niet dat, je, dat jullie als speler er invulling aan geven en dat je eigenlijk een vergelijkbaar ding krijgt van: het boek was beter? Ik dat denk je dat eigenlijk wel krijgt. Want, omdat ik denk ook... jij in je hoofd. Tuurlijk. dingen doet en, en visualiseert. Om het, om, en... Om, het, om het nu te vergelijken, is eigenlijk gewoon veel van die games dat, we, dat er een film van gemaakt is. Eigenlijk Monster Hunter of zo, of Tomb Raider. Dat zijn games waar je minstens als speler, denk ik, 30 of 40 uur in investeert. Ja, ja, ja. Dus 16. een verhaal heeft zijn tijd om, of, om te ademen, een tijd heeft om zich uit te rollen. Waardoor dat die reveals en nee, die dit... En jouw relatie met, die, met dat personage. Met, die, met dat personage, met dat spel. Ja. Is jouw relatie? En iedereen Cyrilic. heeft dat op zijn manier. Die, in alle, die Tomb Raider film is gebaseerd op een nieuwe versie, waarin dat ze eigenlijk het eerste avontuur van Lara Croft neerzetten. Die heeft echt wel een fucking mental breakdown de eerste keer dat ze een geweer gebruikt en iemand neerschiet. In de film is dat een scène van een minuut of twee en dan is het weer verder naar de actie. Ja, ja, maar in ja. die game is dat echt wel zo'n moment dat ook zelfs de eerste paar keer dat je dat geweer gebruikt, is dat echt wel iets dat je moet overkomen. Ja, ja, ja. En dat is het verschil. Dat, ja, dat is die dat... PlayStation 4-versie. Ja, ah, inderdaad. Ja. Dus uh, daar zijn zo'n van die details dat je natuurlijk in de film moet rushen, terwijl in een game kunt je laten... Ja. Ademen kun je dat wel daarom. laten. Daarom ook dat The Last of Us veel beter werd als, als serie dan als The film. Dan als film moesten ze waarschijnlijk niet. Nee, no way, dat is zo. Echt... En, 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 en daarom selden... is dat The Witcher ook. Uh, en ja. Castlevania. en ja, ja, ja. Al die, die Netflix-adaptaties uh, buiten misschien Halo. Uh, ja. gewoon veel beter kunnen ademen. en beter hun tijd leren pakken. Dat, ik zei ook tegen iedereen dat naar The Last of Us ging kijken. Zeker naar die eerste episode: dat is, is building. Dat bleef ja, ja, ja. maar bouwen. Want die eerste episode is wel eens 80 minuten lang of zo. En er gebeurt eigenlijk niet eens. Ah er gebeurt wel wat dingen. Maar dat is echt gewoon scene building en opzet naar later. Wat er allemaal nog gaat gebeuren. Wat complexe relaties. En je hebt zoiets van: oh shit, gaat er ook nog wat meer actie zijn. Tegenover de game. Maar ja, ja. die game is 15 uur of zo. Ja, uur. Ja, ja, ja. En ze hebben nu net getekend voor de tweede. Is al confirmed dat ze die gaan maken. Die game is 24 uur. Dus ja, dan. Ja, hoe dat ze dat gaan doen. Dat, dat cool. budget dat in die eerste al zat. Ah, maar ja, dat is het wel. Hè. Dus, het um... valt er al wel uit, zijn, gezien die kijkers Oh, maar jongen. Pooh. Dus elke week zijn er altijd meer kijkers de eerste 24 uur dan de week ervoor. Dus ze zijn begonnen met 4,5 miljoen de eerste 24 uur. Enkel ja. in Amerika natuurlijk. Ja, ja, ja. En nu zaten ze al aan 7,6 miljoen voor de episode omdat, 4. Omdat veel mensen door de hype ja. meegaan en eraan beginnen. En niks en, gespoilt uh... willen krijgen. Wil en Twitter staat vol dan. natuurlijk. Ja. En zeker met episode... Ik had, na episode 3 had ik ook wel wat schrik. Hey, um... Ik ga over twee homo's, een stuk. Oké. Okay. Met Nick Offerman. Nick Offerman speelt Rotten. een... Bilant. Ah, die heb ik super graag. Ja. Speelt dat b Heb je Devs ooit gezien? Dev? Devs? Nee. Ja, nee. nou, dat is keigoed. Maar whatever. Ah. Ik ken hem vooral van Ron Swanson te zijn. En, ah, het, 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 ah, ja, ja, en het leuke is dat hij nog een Ron Swanson-type kan spelen in, in, God, in The Last of Us. Al zijn... Zo'n redneck. met zijn vrouw altijd op talkshows, hè, met Megan Mullally. Dat Schrappig, is waar hilarisch. Iemand hè? zei dat ik daarop leek. Oh, <laughs> Ja, Op die niks wel. Ja, het ding is. Het dat hij, omdat hij in 2020 ging in Antwerpen komen. met een live show. Ik offer hem een toen ticket. Maar ja. hij is niet meer teruggekomen. Ja, maar... <laughs> Iemand dat zo'n homofobe tweet naar hem gestuurd. Ja. Hij heeft daar gewoon zo'n ge retweet. Dat hij vond heel dat mensen daar zo. is het ook niet dat hem zei iets van. ja, het is door narrow-minded people like you. dat we keep telling these stories. Dat was ook zo'n in heel schone. tweet. ja. is een tv-reeks, een mini-reeks uit 2020 waarin Nick Offerman uh, de hoofdrol speelt. Die speelt een soort uh, rare uh, 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 Elon musk achter Steve Jobs-achtige ah, uh, gast. En Silicon iemand die ja, Silicon Valley. En die hebben een apart ding en daar moet iemand in en daar is van alles schade en ik uh, hmm. vertel het veel te zie, vaag. En dat wel. is oh, maar ik, heb wel, ik heb hem wel eens gezien en die een make-up. En dat zo, is gemaakt door ja. Alex Garland van Ex Machina, Och, ja, van, uh, uh, ja. een zeer goede uh, uh, schrijver. En en, uh, en ik vond dat wel een heel goede reeks. Ah, ah Hulu. Ja. Dus het ja. ja. dus is niet plus, plus staan. waarschijnlijk dan? Dus ik Kijk, heb geen idee. Ik, zal het uh, zoeken. Weet niet meer. ik denk dat ik dat op DVD heb. In ieder geval. Veel mensen waren er kwaad op, want ze zijn homo's. Uh, uh, het zit er uh, niet in de reeks. De... In de... Sorry, het zit niet in de game. Jawel. Allee, is, <laughs> het ding is: het wordt geïnsinueerd. En als je op de details let, namelijk: je kunt veel. Uh, zo, zo rondkijken en brieven vinden. En maar als je die game speelt, kunnen daar één goed over kijken. En hadden dat nooit merken. Ja, ja, maar ja. Maar als je. Als de enige de echte referentie ervan is, is dat, uh, nee, dat als je hem de twee, eerst de drie, keer ziet, hij zegt dat, dat hij erover heeft, is dat van dat ah, was my partner. Oké. Okay. En dat is ja, dus hij heeft partner als een ja. lief. En hij maar heeft partner ook Hij Heeft ja. ook in die in die kelder heeft hij ook zo'n boekje liggen met zo. Ah ja. Mannen, mannen zo en bovenleiders. bovenlijf. Ja, waarom, ja, ja. waarom plakken die plaatjes ja. samen? Dus laten okay, een zin dus uit. Ja. Is, 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 ja. in de, in Het is gewoon wel. Ja ja. Het ding is, je kunt dat volledig overkijken. En zeker van die guys die daarover kwaad zijn, over zoiets simpel, ja, die hebben geen idee hoe dat, dat verhaal in elkaar zit. Die hebben gewoon zoiets, huh, ik speel het uit, whatever. Ja. Dus die zijn nu heel kwaad over die episode. En heel veel mensen die de game niet hebben gespeeld, die denken, ah, het is populair. En die, ja, die zijn kwaad. Maar ja, dan komt episode 4 uit. Echt zo 2 miljoen meer kijkers de eerste 24 uur. Dat kies, fuck yeah. um, jij. Ja, het was het ding, was dus de... omdat ze zeggen dat het weer een soort verwokienis is. van, ja. van Maar van van dat het is het net omdat. Wat zat in het oorspronkelijke ding het ook? Dus in... Ja, ja de, en de ja. main waar. character. Ellie, ja, dat, is geen, dat is geen geheim, is ook gay. Ja. Wordt ook niet echt zo in your face gezegd in de game. Oh, die is super gay en je moet dat leuk vinden of zo. Dat is het net. Zij vertellen dat verhaal gewoon als ja. dat is. het dan normaal is. heel. De die last, the last of Us, uh, uh, de eerste en tweede game, zitten vol met yeah, woke stuff. Waar dat er niet achter gekeken wordt. Maar dat is toch, dat is het en daarin. dat is de perfecte manier om zoiets. Te vertellen, want als je, als je ze durven op... omdraaien. En als je. En als je uh, uh, want en dan gaan ze nu uh, van. Uh, uh, ik, heb, ik vond die wakanda film verschrikkelijk. Maar dat zwarte meisje wat de nieuwe Ironman. Wordt. Ah, ja, ja. dat is in de comic ook. Ja, Ironheart. Hè? Ja, Ironheart, dat is Jerry Williams. Die bestaat gewoon. Ja. Dus dat moeten we niet belachen, dat moet je niet doen. Nee, dat je zo weer. Nee, is gewoon niet waar. Maar, maar, maar uh, stel uh, een met trouwens de Ghostbusters, dat trekt op geen hol. Ja, <laughs> dat, dat <laughs> je... maar dat was. Ah, ja, dat was ja. niet ontwettelijk ja. 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 maar dat was gewoon, ja. gewoon een slechte film. Dat was gewoon een slechte film. Dat was gewoon slecht gemaakt inderdaad. En, ja. en uh, dan ben je bij The Last of Us. Dat dat homo-stukken zijn. Iedereen zo. Oh, maar ja, ze willen, nu, hè, ze willen dat nu laten zien. Ik zei: Ja, maar die game is tien jaar oud. Toen waren we nog niet over Woke bezig. Nee, dat was er gewoon. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Vertel het, 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 het vertelt perfect in een game en in de serie ook. Zonder dat het iets. Ja. is. Zonder dat je het gevoel hebt dat je zo. Uh, het is want ik ken die scène in Endgame. Waarin dat ze zo de vrouwenscènes doen. Ja. En dan plotseling van: I'm not alone. En dan al die vrouwen naast ja. elkaar. En je voelt dat gewoon van: Dat is de just voor een agenda. Dat trekt u uit de film. Ja. Om u dan gewoon even weer ja. zo and it's een, gone. Een borstklopperij, waar yes. we die ja. op vrouwelijke persoon. Dat, is, is, niet, dat is niet nodig. Voor mij. Well, ja. Zij doen dat dus beter. beter. Zij doen dat veel beter. Dat is ja. gewoon part of the story, ja. as it's part of life. En het is wel zo dat het nu soms af en toe. Waar een beetje knullig uh, erin <laughs> wordt gestoken. En dan, val, en dan haalt het je halt inderdaad het het uit, uit, de uit de film. Uh... Terwijl je denkt van. Op zich hebben we daar niks mis mee. Op zich vind ik het niet erg dat er... Dat, uh, het is ook vaak een zwarte vrouw, die, de lesbische vrouw. Het is... Ja. All checking all the boxes. <gengere> als we alles too, in één kunnen doen, dan ja. zijn we dubbel veilig. <muches> nee, Zelfs in die Lightyear-film. Je mocht dan, in Rusland niet vertoond worden. Of in China. Ja, in China daar inderdaad. In China is dus het gewoon geknept. Wat een kul is Rusland. Het is een beetje knullig. Dat je van, jongens, tuurlijk mag... Kwijt, het Hetzelfde in, in, Wat was de Doctor Strange uh, Multiverse daar? Dat hij ook twee dat die moeders had, dat één personage. Oh, ja, ja. Dat was dan ook zo'n heel ding, dat not done was. Dat ik denk van: je ziet die film, er is niet echt aandacht op. hè? Nee, We zijn gewoon. Als daar. dat gewoon vanzelfsprekend is, nee. I don't give a fuck. Als dat, ja. als dat een soort borst. Kijk eens, kijk eens ja. hoe politiek correct wij zijn bezig zijn. Ja, ook. nee, gast, maak gewoon een leuke film. Ja. En, en ik, alleen, ik wil niet mijn vingers vinden, maar uh, er zit wel een generation gap ook nog tussen ons. Uh, want ja, hij Ja, ongeveer 20 jaar ouder dan mij. Dus dat is ja, een generation gap ongeveer, of zelfs twee. Um, en daar zijn vooral mensen van uw leeftijd, denk ik, die op Facebook echt, bah, ik denk ook nog echt kwaad ik waren. Ja? Ja. Ja, het was echt ja, dat zou... het, het, Facebook, het is gewoon het, ik denk dat dat minder leeftijd is dan meer over feit ja. dat zijn Facebook gebruikers. Ja, ja Twitter was even daar. <laughs> er zijn evenveel de... mensen van ons leeftijd die het ook niet mee om kunnen. Ja, ja, ja maar dus... hebben dan een keer dat die profiel dat zijn FC de kampioenen kijkers hè. Ja, maar <laughs> Allee, ik bedoel. Ja. Dat, ja, dat nee. zijn die zo oh FC de kampioenen is op. Maar ja. al, al die matches van Dries van Hannover zijn geen ah, ja. tegen Maar dat is hè? natuurlijk daar zodra uh, 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 een niche dingetje mainstream wordt. Gaan andere mensen er ook naar kijken en die snappen niet wat het materiaal is? En dat heb je natuurlijk met Marvel films, met alles zo. Dat je, dat je, en op een gegeven moment, they outnumber the fans, hè? Ja. Ja, 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 ja. En dan wordt het ingewikkeld. Ja, ik... dat is het gevaar wat er met DC is gebeurd. Ja. Hè? Alle comic fans, als zoiets van: fuck this noise, maar for some reason it made money. En dan bleven ze met die Zack Snyder universe pushen. Terwijl iedereen dat iets of wat van die fans, gelijk ik, van Batman. Ik had zoiets van nee, hou er mee ja, nee houd ermee op. Houd er echt gewoon Godverdomme mee op. Maar het, toch geen enkele film van Isaac Snyder was goed. Nee. 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 Denk, denk, ik, is, dan, like, ik denk Shazam is een is een eense die een enjoyable was en dat is, dat is niet van, e... van Zack Snyder. Nee nee, nee e... maar in dat universum want ja. zo te zeggen de Snyderverse. Dat is verse, de slecht, hoewel nu die nieuwe denk van ja, Black Black dat gaat slecht worden. Ja. Black Adam was verschrikkelijk hè? De, 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 Black Adam, was echt verschrikkelijk. James Bond is de enige goede die speelt Dr. Fate, een kerpersonage maar Dr. ja. James Bond doet dat leuk. Pierce Brosnan. doet dat. Ik ging zeggen de Daniel Craig dat. Ja. James Bros. Dat is een voorbeeld van als je James Bond zegt dan heb je al vijf dus stel, je kunt ook Batman zeggen heb je ja. vijf acteurs die, uh, die ja voor ja, mij is dat zeven ook. acht of zo Dat ja. is het tegenwoordig hè? ik heb Adam West dan ook meegedaan ik, ik heb enkel Nolan trilogy oh maar ja de nieuwe, de nieuwe net ook gezien ja 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 Glitter de glitter van Pierre Batman, van Batman. Ja, ik Glitter vond het, Maar ik heb dat ook gezegd, ik vond dat niet de beste film, ik vond het zeker niet de slechtste. Hij oh, was wel een paar heel sterke scènes. Ik was aan boord. Ik was aan boord Het was, ik, was, het oh. was wat heb ik gezegd? 7,5 acht of zo. Ja, dat is een maar, goed scoren. Voor het is, mij is een goede score. Voor mij is, het een goede score, voor mij is het dichter bij de comics, waardoor ik er wel uh, appreciatie voor heb, maar die Nolan eigenlijk The Dark Knight, ik ja, dat was in dat eh categorie. ik, 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 ik heb voor dingen ook al te vertellen, maar ik heb een beetje uh, uh, superhelde moeheid Ik ben er ja. een beetje klaar mee. Maar wat er groeit aan die Batman film is dat daar dat hij eindelijk is uh, uh, detective. Ja. Hij is een detective. maar is een film noir. Wat eigenlijk ja. uh, Batman is. Hè? Dat yes. is detective the, the comics. Yeah. DC komt van de world's comics. greatest detective. Voilà. Uh, uh, uh. En die film is de Wal niet de greatest detective. Hè? Uh... Maar hij is in ieder geval... Hij is nog jong, hè? Hij is nog jong, hè? Ja, voilà. Hij moet het nog uh, een beetje uh, leren. Yeah, too, he? Ik vond dat nog nog. ook wel niet slecht. Maar uh, het ding is ook... Ik was ook echt kei moe op die vlucht dat ik het zo al gezien heb. Dus... Ik heb het ook in twee stukken gezien. Ik heb Altijd de terugvlak... goed voor een film in twee stukken te zien. Ja, het okay, is een film van drie uur, dus bij die film kan ik is daar, snappen. Is dat trouwens bij games ook zo? Dat als je, ik kan daar niet aan. Als jij zegt, ik heb het op een vliegtuig gezien, denk van, ja. ik, ben al, ik vind het al erg genoeg. Soms vind ik het al verschrikkelijk dat je het op een tv moet kijken, en ja. niet in de cinema. Maar is dat daar, is daar, uh, op welke device je het speelt? Z zijn er mensen die dingen op hun iPhone een... spelen en denken van, ja jongens, ja, moet je wel dat's... op een groot scherm zien? Je gaat niet dezelfde genre games op je console als op je iPhone vinden, natuurlijk. Maar ik denk dat het grootste verschil tussen een console of een computer is. En dan is het meer je voorkeur van, um, uh, van dingen. Want je hebt een ja. controller waarmee je dat kunt spelen. Ja. Maar je hebt ook ja. mensen die voorkeur hebben dan mouse en keyboard. En, en... en wat is makkelijker? Dat, wow. is, uh, puur persoonlijk, dat is puur persoonlijk. Puur persoonlijk. Ja, ah persoonlijk. ja, ja. Meestal is dat wat je vroeger hebt gedaan? Ah ja, ja. Ja, ja ik, ik denk ze kan geen kloten. Ik heb een joystick nodig. <laughs> dat, is zo één knop, dat, dat is één knop. Dat is één knopje. Ik denk het meest. Beïnvloed is eigenlijk hoe lang dat je soms over een game doet. Ik denk dat dat eigenlijk het meeste verschil. Dat is wel echt verschil... een issue momenteel. Ja, als je lang. Als, ah ja, dat gelijk. Als je het, of een reeks, of je dat binget. of je de tijd geeft om naar je ja, ja, te kijken. Ja, ja. dat laat een andere impression. Als je iets binget, dan denkt je nadien. Goh, wat, 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 wat gebeurt er daar nu eigenlijk weer in? Dan wordt dat zo allemaal aan een blur. Terwijl als je zo rustig hun tijd pakt en zo. Uh, maar dat is uit... ook zijn, dat is het verschil tussen, tussen mensen die. ...de game helemaal willen ervaren... ...of mensen die het gewoon het verhaal willen uitspelen. Ja, ja, maar heb je een verschil? We hebben het God of War, 50 uur nu, Ragnarok. Ja. En dat is verhaal, 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 verhaal. Dus maar als zij is... zeggen 50 uur, dan betekent dat... Gameplay. Dat, betek... dat is gameplay. Ja. Ja, ja, uur, en of ik dat 20... nu speel of jij, dat is altijd 50 uur. Nee, nee. nee dan dan kan uur, het wel ik een keer 100 uur We hebben ja, 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 ja. het ja. ook over 50 uur voor alles. Ja, ja, okay, ik pak denk het verhaal is 30 uur ongeveer. Dus pak 50, 60 uur voor u op de easy mode, which is fine. Ja, yeah, ja. Yeah, nee, zeker. nee, maar which there's is no, There's no shaming There no op uh, difficulty. Dat doen we niet. Wij doen dat niet. Doen jullie do hard? Uh, hij heeft dat al ja, gedaan, ik, mij doet dat er niet toe. Ik Geef ik mij maar normal, meestal me, omdat dat meestal ja. zo de, de idee is van de developer, van dit is hoe dat... Moest. Hoe dan we het bedacht hebben, en we kunnen het moeilijker maken voor de mensen die het moeilijker willen, ba en we kunnen het maken voor de mensen die het niet... Bijvoorbeeld een Resident Evil, ik ben een broekscheider, daar zit ik dan op easy. Ja. Maar met daaruit, is met brightness op het fucking brightest. Uh, je worstelt minder. Je gaat minder sterven in Easy. Ah, zo. Meestal in die Resident Evil games, zoals ze goed in zijn, is die zo weinig mogelijk ammo geven. Dus elk schot is belangrijk. Ja, en je moet tellen, easy is, en is, je is dat God zo God. Oh, no. so, ja, oh mijn yeah. zijn op. Oh, een kool. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, yeah. En dan in, de, in deel 8 kon er dan wat makkelijker gepakt worden door die gigantische vrouw. En dat oh, nee, ook. zo. Eh, <laughs> eh, 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 eh. Uh, nee, wat ik ging zeggen, dus God of War, dus pak dan 50 uur, is ervaring maar dan heb je een Assassin's Creed, dan heb je 20 minuten ervaring en dan 5 in, uh, uur intiek hetzelfde en dan weer vijf minuten ervaring. Ja, dus dat is ah, zo. dus dat is, niet dat is hap... heel repetitief. Ja, er zijn zoveel verschillende genres van games en verschillende ja. Developers die diezelfde genre anders aanpakken, dat je dan moeilijk kunt zeggen: van dit is beter zo gespeeld, dit is Bart beter Kopp zo gespeeld. Bart Kop had vroeger de, de Chief magazine, yes. een vriend van mij, die woont nu in de Die, die, maakt, die, die uh, doet daar alpacas. Weet je jullie, Ken, ken je die Ja, die is, die, die zat er, die, Dat is ook een vriend van Raf Pikafet. Oh, die is hier geweest ook, ja. Nou ja, voilà. Uh, oh ja, daar heb ik trouwens ook nog een dood. Ik uh, ging nog vertellen een oh, ja. ik over Raf Pikafet. Maar Bart ja. Kop, die uh, had Chief magazine. En da, uh, de oude titel was daar Iedereen een Gamer. En ja. dat is natuurlijk ook zo, want heel veel mensen vinden uh, gamers nerds. Mijn moeder, mijn moeder speelt uh, Candy Crush. Ah ja, ja Die mijn is verslaafd aan Candy Crush. Ja. Dus mijn moeder is een gamer. Ja, 100%. Dat, dus en, het... en dat, is, dat, en, en dat, dat, dat besef begint nu pas langzaam door te sijpelen bij de bazen van die. Ja, want er is ook zo'n feiner... soort elit elitair gevoel bij vele mensen. Vooral de, de echte. Okay. Nerds die echt zo al lang gamen, dat zo van, ah ja, maar jij zegt geen echte gamer, zo, dat soort bullshit. Ik kan... en... Sorry ik... Wilke? Ja, sorry, ja, ik wou gewoon zelfs zeggen: het gaat zelfs verder dan dat. Als jij ooit met kaarten hebt gespeeld, een solitair, dan zeg ja. jij even goede game. Ja, nou, okay. Maar ik vind wel een verschil tussen videogames en. Maar inderdaad, uh, uh, Joost van Lift, een goede mij, die doen heel veel bordspelen. Ja, uh, uh, Gamer. Uh, 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 Janik van All de Joker ook. Dat, dat zijn ja. bordspelers, dat is ook zo'n gaming. Nu, ik vind videogames nog iets anders. Maar mensen die zeggen: ja, videogames, daar snap ik niks van. En dan zitten te Candy crushen. Of ja, fuck you. Dat Iedereen in ja, Tetris gespeeld tijd. Weet je hoeveel gamers er zijn in de wereld ja, ik heb het over het laatst op bezocht voor, voor research. 2,8 mil, uh, miljard. Ja, geloof ik. Ja, het, is bijna Allee, het is nu al... Kom, vijf, vijf mensen in, vakje in, de, in de modder in de India niet. <laughs> het rest wel. Ja, ja, ja tuurlijk natuurlijk. Ja. Die zitten dan zo dingen uit te krappen dat een wij op YouTube Weet je wat ik nu aan het spelen ben? dat uh... oh wacht even. Ik weet nu dat spelen ben, is zo uh, met. Uh, dat je zo uh, uh, vloeistofjes moet overhalen. Ah uh, ja. Oh, ja, ja, ja. Het ja. ja, hè, jongens. Ja, maar, weet is... Oh, wacht, er komt er niet op zeker. Oh, fuck. Dit is, ja, dit is het scherm. Ja ja, voilà. ah, ja, ja. Vloedjes, over uh... die puzzels ja, ja, love it ik heb het ook al daar zit ik daar zit ik mijn gewoon uh, op, de, op de, zit ik te scheiden Ma en dan zit ik uh, zit ik een uur te lang in mijn eigen strooklucht omdat ik daar fucking... Uh... je ja. maar ja, ze en zo dat is het eigenlijk ook, ook allemaal gewoon games mijn oma die heeft ook zijn Nintendo DS maar speelt spitten ze Brain Games op ja. Ik vind dat fantastisch ja. um, um, maar mijn moeder bijvoorbeeld, omdat ja ik ben altijd verslaafd geweest en die als zoiets dus van ja die was volledig into Harry Potter, want Harry Potter was ook een uh, subject dat hij nog wel aanstond. Ja, ja. Um, en die heeft die eerste games ook allemaal gespeeld. Toegeven als ze dan te lang vast zat, was het ook gewoon Thijs, kom ik je naar beneden, helpt even. <laughs> en ik doe dan zo, flop, flop, flop. Op, en ja. erbij. <laughs> flop, en zet, pak op. de smackies. Flop, flop, flop. Het is precies dat je aan het zet. flop, flop, flop. Uh, ah, ja. <laughs> maar zij, zij was zo, weet je, al drie uur bezig op die Quidditch matchen en die haten dat mijn passie. Dat is ook geen spel. Dat trekt toch geen hoop, Dat is geen spel. Het is vooral als mensen aan het tech doen dat dat geen spel is. Nee, nee, dat is nee. zo'n bezemstel. Dat zijn drie spelers door elkaar en dat heeft niks op elkaar. Dat is het slechts verzonnen spel aller tijden. Ik vond dat wel Want ik heb Quidditch World Cup. Dat is een game. Koek verleden. World ja, Ja, dat is echt de FIFA van de Quidditch. Ja, ja want er komt nu een nieuwe. Hogwarts Legacy. Voor ons morgen, voor de luisteraars. Ja, ik, ik speel dat al een week. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Oh, ja, <laughs> ja, weer ja. Ah, en dat is. Want uh, daar is ook. Uh, dat heb ik op het internet uh, gelezen. Er is een haat. Want we haten uh, J.K. Rowling, uh, want ze is ja. transfoom. Ja. Dus we moeten. Maar er zit zelfs een trans, trans uh, personage in de ja. game. Dus het is onzin. En, en maar het feit dat J.K. Rowling er geld voor krijgt... Ja. Daarom uh, vinden mensen ja, dat we het moeten boycotten. Een heel marginale deeltje van de... Ja. Ze is rijker dan de koningin. Maar dat marginale deeltje van een spel waar ze niks mee te maken had... Ik denk dat ze daar heel veel geld mee krijgt. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar het is eigenlijk... Dat zijn de tegenovergestelde van die mensen die zeuren over het feit dat er gays in de Last of ja. Us uh, zitten. Die andere kant van die mensen, die vinden we dat we... Uh, uh, en is, wat vinden jullie? Vind, het is zelfs heel, heel wat je wilt spelen. Ik ja. vind ook. Uh, ja. zeker? het ook. Ja. Fuck als goed. jij weet dat de maker van het spel een pedofiel is, of, ja. uh, uh, maar sorry, er is nooit de ene man. Maar dan, maar dan, mens, maar dan mens, moet je he? ook niet kijken naar Maar, maar, dat Disney, heeft, de, 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 maar dan waartekend je dan waar aan Twitter? Uh, Elon Musk. Uh, Elon Musk is ook geen zuiver, dan moet ik stoppen met Twitter te gebruiken. Uh, kijkt niet naar. Ja, maar die naar krijgt je geld niet. Die, dat vind ik nog die een... krijgt wel geld, ja. maar door het nee, aantal, ik... aantal users kan hij. Dat is een geld. Ja, Indirect okay. geeft hij hem wel ja, lul. geld. Van, als je hey, door Twitter scout, zie je af en toe een sponsored post, dan ja. ja. heb je hem geld gegeven. Ah ja, dat ja, is, waar. Ja, is waar. En Misschien ook een centiem of zo, maar elke centiem is een centiem. En hetzelfde als Disney Plus. Waarschijnlijk zitten daar ook op. En met de Don't Say Gay Act. Waar je zei in Florida. Wat? Ah ja, dat was toen een wet in Florida. ...dat zij wilden dat het, het, het bestaan van mensen die gay zijn of trans... ...eigenlijk niet in lager onderwijs mag acknowledged worden. Ja. Dus om het eigenlijk zo te gatekeepen. Ja. En Disney had toen ook geld gegeven aan je het goede juist goed, je moet juist heel, heel bouwen, ...dan willen die kinderen ja. dat juist ontdekken. Ja, tuurlijk. En uh, elkaar... ja, Pornhub is daar heel goed is. voor, voor dat zeg. te ontdekken. wat op de school die zeggen... En wat is dit? Ah, dit is Quidditch. Dit is Quidditch Quidditch World, World Cup. Ja. Maar dus ja, als je Super. het allemaal gaat doortrekken... ...om een duur gaat het dan gewoon in je kamer alleen zitten... En, en naar de muur staren hè ja. als je als overal geen. Ja, ik alles... denk dat die mensen die daarvoor aan het uh, uh, vechten zijn, ja. zichzelf in de voet aan het schieten zijn, want je bent, je bent gewoon <laughs> en, en, en... wat? ik denk dat het <laughs> ook over de ook, ook wat posts zijn over de ja, JK ja, ja. Rowling well, dat whatever, zit, whatever. ik wou gewoon wat gameplay opzetten van Quidditch World Cup, in elk geval uh, maar ja, sorry, sorry, ga maar verder. Maar ja, nee, ja goed, ja, maar, ik, heb, ik, ik vind, ik vind het gaat zelfs uh, Harry Potter niet zo goed, maar... Ik, ja. Het gaat zelfs zo ver, dus je hebt kleine streamers, en die oh, denken, ja. oh, ik ga Hogwarts Legacy streamen. Ja. Kan, hè, ik veronderstel dat je niet zoveel kent van de streamingwereld. Nee. Maar, nee, uh, zet op Twitch, hè. Ah, ja, heb ja maar ik ken er niet zoveel van. Ah, ja, van. Okay. Beeldt u in iemand, en die is normaal van vijf kijkers te hebben, is er helemaal tevreden mee, is helemaal prima ook. Ja. En plotseling komt er meer dan 300 man die chat binnen en die maken die volledig uit. Um, omdat hij dat doet, omdat hij een transphobe Ja. Omdat je een spelletje aan spelen bent. Ja, ja. omdat G geconfirmed dat je transphobe bent, omdat je dat spel speelt. Het is zelfs zo, er bestaat nu een, een website. Um, dit they, they play That Wizard Game. Dit they yeah. play That Wizard Game. Kun je een Twitch inloggen en alle streamers die je volgt die dat spel hebben. Dat is erger dan de nazis. Dat is gewoon. J J Joden. Ja, dat is een okay. Jodenbevolking. <laughs> maar, 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 maar dan op internetvlak. Ja. Uh, maar ja. als, jij, als, jij, als jij een lijst gaat maken van mensen die dat spelletje gespeeld hebben. Om die mensen dan te boycotten of, <laughs> ja. of haat te spuwen. Okay, dat is niet hetzelfde dat je die in het trein steekt. Ja, maar ik zie maar het is wel, wel Het, 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 het internet-equivalent zullen we maar zeggen. Ja. Het, het is heel zwart-wit en het, het grijs is zo aan het verloren gaan. Maar dat, dat is het internet in een nutshell. Hè? Ja, maar nee, dat is polarisatie in een nutshell. Ja. En, en, en daar, daar heeft uh, 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 corona niet bij geholpen. Dat, dat we, als, je die, als je die voor bent, dan ben je tegen. Ja. Ja, of, ik heb geen, ik heb geen, ik heb geen mening. ik geen ja. Kan hoor. Ik, ben reis, ik weet het niet. Ja. Weet ik veel. Is, uh, is J.K. Rowling een oud wijf? Jazeker. Is die, heeft, heeft ze daar misschien wat verouderde gedachten? Zal wel. Ja. Kan, het, is ze het, het daarom het een dat kutwijf? De, nee, heel zeker niet. 90%, 90 van al die mensen die zo hard aan troepen zijn, hebben waarschijnlijk die tweets van haar nooit gezien of gelezen. Ik heb nee. die nog een keer opgezocht. En. Er staal wel rare shit tussen, maar om te zijn transfoop, ze bevestigt absoluut van trans mensen mogen oh, er jouw zijn. Jouw grootvader zijn en... bepaalde woorden die je niet meer moet zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, maar tuurlijk, het ja, enige when grandma says racist shit at dinner is. Het ja. enigste is, ze geeft wel geld aan conversion camps. Ja, dat het is het enigste het wel. Dat is dat. Right. Conversion... Dat heb ik ook. Dat heb ik niet in Conversion camps kwam. en eigenlijk like... om, om, terug, uh, uh, als... in, in van die Bible camps in Amerika. Oeh, en, waarom, en waarom is uh, dubbel door dan gay? Nee, nee, nee conversion ja. camps tegen trans. Gay is, ja, gay is ze oké okay mee. Transgender uh, en de ah oké. Okay. Maar conversion camps, als in, dat is het enige waarmee ik het kan vergelijken. Maar dat zijn als mensen, daar zou ik mensen hun kinderen naar kunnen sturen als ze, uh, ja, ja. ik voel me niet de kinderbakken. Trans Transculturele maatschamp. Ja. Was ze vroeger van uh, gay zeiden. Yes, ja, van die gay camps, ja, -gay conversion geloof, camps. Ja, ik geloof, ik er niet in. Nu zijn we. Allemaal in de war. Uh, als we fucking tussen de 12 en de 17 zijn, ja, we zijn allemaal in de war. In de Moeten we daar bewust een naam geven, En zijn er een hoop mensen die dat nu naar toe nee. sturen, waar het nu misschien niet naartoe komt, kan heel goed zijn. Zitten er mensen waar oprecht bij dingen bij aan de hand zijn? 100%, 100% zeker. Ja. Maar het is veel uh, ingewikkelder dan dat. Nee. Het is wel zo dat toen ik 15 was en toen jullie 15, we waren allemaal in de war. Super. En dan moet je misschien oppassen om daar gelijk een of ander uh, uh, labeltje op te plakken. Want, da, want soms ben je, je ook maar gewoon in de war. Je moet er gewoon over kunnen, je, moet ja. over kunnen praten. Nee, maar je babbelen. Was misschien wel in de war. Ja. Nee, in de... Ik bedoel, nee, niet in de war over je seksualiteit, maar over, andere, over zaken. andere zaken. Ik was gewoon Lions aan het spelen. <laughs> ik heb gewoon anime titties. Nee, maar je hebt, je hebt ook op dat moment het gevoel nee, nee. dat jij anders was dan de rest. Ja, ik was outcast-nerd, Voilà! Maar dat is letterlijk wat ik bedoel. Uh, uh, ik zat in een bus uh, tussen mensen en dacht van... Maar ik snap die mensen niet. Ik ben anders. Iedereen denkt dat hij anders is. Op ja. en, dat brengt, en daarom zijn we allemaal hetzelfde. Maar als jij <laughs> inderdaad denkt dat je anders bent... Ja. en daar een labeltje op plakt wat er misschien niet bij hoort... omdat je gewoon nee, nee. even nog moet doorgroeien... en bij sommige mensen is dat inderdaad... ik zit in het verkeerde lichaam... of ik zit in de verkeerde stad of in het verkeerde dorp... Of in, het kan van alles ah. verkeerd zijn... Maar soms is dat ook gewoon niet aan de hand. Wat ik niet snap is dat 40, 50 jaar geleden was dat ook al een ding. De, als we het over de Shining hebben, de componisten, die is de ook van gender veranderd. Maar natuurlijk bestaat dat. Een ja. uh, 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 comedienne waar ik mee samenwerk is Marlies Schuren, die is op haar 50ste. En natuurlijk bestaat dat. Om daar bij jonge mensen te doen, is het misschien dat onderscheid niet altijd even duidelijk ja. of, of de fase is. Of daadwerkelijk iets wat aan de hand is. Kan allebei, hè? Kan ja. allebei. Maar dat is veel onduidelijk. En dan moet je even oppassen om heel duidelijk. Maar je moet erover kunnen praten. Om die, die naar de kant te sturen is weer een ja. heel ander verhaal. Ik vind natuurlijk. het ook heel moeilijk in Amerika. Is het zo, vanaf zo'n vier jaar of zo is ze van. Oh, hij heeft gezegd. Ah, dat is, ik vind het heel moeilijk om erover te praten. Want ik ben er absoluut niet tegen. We hebben een hele Pride-aflevering over gedaan. Maar heb je zo kindjes van vier, vijf jaar dat die ouders zoiets zijn? Oh, hij, hij wil het Zeker een transgender. Maar jij hebt, ook, ja, je jij hebt niet, als... ook de neiging, en je hebt dat ook gedaan in die Pride-aflevering, is dat je um, vaak naar de extreme voorbeelden gaat denken in ja, de tuurlijk. geval van de dingen. Zo van, ja, als het dan gaat transgender zijn, rechten en dergelijke, whatever. En ze van, ja, maar in Australië is er iemand die een boom wil ja. zijn. Of zo van, van transracial. En dat is dan ook zo'n gesprek van, we're not ready for that one yet. Um, maar dat, dat, dat was het. Dat bestaat wel. Ja, het bestaat, ja, ik bedoel... Nou, is er, ja, feit, als er trends. blank mensen zijn, ik in voel Alex... me zwart, en dan vol on blackface gaan doen, ik ga mij niet mengen met die discussie, ik wil daar wel, niks ja. over te zeggen. mag zeiden. niet bestaan. Klaar. Ja, <laughs> ja. ja, kijk, het feit dat, dat zit in de Alexe Show, dat er 300 genders zogezegd zijn, ja, dat is een beetje... Moeilijk ja, maar... om te volgen. Kijk, als, we, als we allemaal uh, hetzelfde zijn, omdat we allemaal ons eigen hokje willen, ja, dan wordt het een beetje raar. Dan dat het, het, beetje moeten we wel even over nadenken dat we allemaal het, hetzelfde zijn. Het ding zijn. is dat um, die hokjes zijn enkel nuttig Tijdens die verwarde tienerjaren. Omdat je dan een hokske kunt zien en zeggen van... Amai, maar daar hoor ik bij. En dan heb je plotseling een, een herkenning van... Dit is, uh, ik hoor bij die soort mensen dit en dat. En, uh... ja, maar je hoort, we horen allebei allemaal bij de mensen die in de war zijn. Ja. Of zich uitgesloten voelen, of anders willen dan de rest. Of willen dat, dat ze zijn iets zijn anders allemaal. zijn. Ja, ja, ja dat kunnen duur, ook wel duurlijk, soms duurlijk. hebben. Ja, maar ja, uh, hoe anders willen ze? Dan wat dan wat kijk... Anders willen ze dat hebben ook, natuurlijk. Maar ik denk gewoon doen alsof het niet bestaat is, is niet goed. Je moet er gewoon over kunnen praten. Je moet daar gewoon een eerlijke discussie. Gelijk dat ze maar nu, bepalen, of Trump daar ook wil van ja, iedereen gaat terug naar de naar de gender dat ze geboren zijn. Poefpaf gedaan. Ja, Bullshit. sorry, maar dat, onzin. dat is nee, nee, onzin. dat is Maar dat is gewoon... op, op je twaalf uh, uh, pillen geven om, om bepaalde ja. uh, dingen niet te doen of wel te doen. Ja. Uh, dat is oppassen. Dus oppassen, dat is, oppassen. Ja. Ja. dat is een beetje het ding in Amerika waar ze wel nemen, Want die leeftijd vervroegt altijd maar. Er zijn heel veel van vier tot zes jaar. Daar willen ze actief iets aan doen. Maar dat snap maar ik niet. Maar ja, het ja, doen alsof het niet bestaat, gaat het niet. Oh, het nee, 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 Het ik wist op bij 25, het dat ding ik is wel ook zijn <laughs> er Welke ouder? Ik wil zowel zo'n week een vrouw zijn gewoon voor fun. Oh, maar, ja, dat snap ik. Maar, maar als je als ouder, <laughs> olé, oh ja, als Stan en als Quinn vier jaar oud zijn en die zeggen zoiets, dan weet je ook wel zo van, ah oh ja, maar dat is dat is Maar is in Amerika? Kan Jelle, jij omdat... eens schatten of dat dan oprecht is ja. of niet? Waarschijnlijk. wel. Omdat het uw eigen kind is, hopelijk wel. Ja, ben, hopelijk wel, maar, wel. maar heel veel mensen hebben geen relatie met hun kind, hoor. Nee, maar het gaat mij niet over dat die kinderen dat doen. Het gaat mij over die ouders. Omdat in Amerika is het heel cool. Om ja. op Instagram te ja. kunnen posten van ik, ik heb een verschil. Kanskind. Ik heb een transkind. Ja. In bepaalde bepaalde dat zijn staten, die andere die staten minder dat denk ik. denkbaar. Ja. 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 In Texas zou ik dan niet. Ja. 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 In, in, in Alabama spreken. is het, hé, hey, mijn kind is ook mijn, omdat, mijn nicht. Ja, het, ding is, het ding is, omdat, omdat er zo'n mensen, zo'n ouders bestaan in Amerika, ja. om daardoor het gesprek hier te ontreilen over van ja, maar waar tot waar en wat en hoe, dus. lijkt mij zo verdreven. Hou met die, die mensen, doen er niet toe. Fuck hem Ik denk dat je onderschat hoe groot die community is. Ja, maar dat is 200 men? Ja, maar e 2,8 miljard. Die, die uh, rechtse uh, ja. uh, uh, evigalistische community is nog groter. Hè? Ja. Ja. Dat, is, dat is ook echt absurd. Ja. Want we hadden het er net over mensen die uh, uh, vinden dat er geen homo's in, uh, in de hele ja, ja, reeks reed zitten. Ja. Ja, dat is, dat is die kant van het spectrum waar we het niet mee eens zijn. En die andere kant, die extreme, daar zijn we toch maar, wat de realiteit iemand, zit in het midden Op onze Discord zei dat van de week ook. Van, ja, maar... Eh, omdat ik dat ook zei van die comments over de Les van ik, ik word daar zo misselijk van op, op, op internet. Ja, maar ja, dat is Amerika's. Nee, nee. Ik nee, zat nee, op nee, de nee, Benelux-websites. Nee, nee. de... En het was ook heel, heel, heel veel comments da, daar. Dat da, da lijkt me inderdaad wel een, een reactie heel vaak: van allemaal oh, dat is Amerika. No, 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 no. Nee, 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 nee. Hij had al van de Bijbelgordel gehoord in Nederland. Oh, fucking wel. absurd, thema maat? Absoluut ja, dat is. Nee, nee, en, en, nee, en, en ook uh, stedelijke gebieden. Nu daar zitten we nu momenteel niet in stedelijke gebieden. Nee, maar, echt. maar in de stedelijke gebieden is een heel andere uh, uh, cultuur. cultuur ja. En een andere. Uh, denk je dat ze verder staan? En die hebben geen, uh, geen enkel uh, besef wat er in, in wat uh, landelijke gebieden gebeurt. En die mensen moeten ook gewoon mee. En dat is allemaal. En je loopt niet voor of die mensen zijn niet achterlijk. Iedereen heeft zijn eigen proces. En ook als je er niet mee geconfronteerd wordt, dan heb je er wel een mening over, maar je weet er eigenlijk geen hol van. Maar ja, dat is. Ik dacht dat de games ging eigenlijk deze week. Je kunt daar ook niet rushen We doen van alles. En dat proberen mensen wel. Ja, dat is het eigenlijk, de game movement. Het heeft spijtig genoeg voor hen jaren geduurd om tot een level te komen van quote code algemene aanvaarding. En ja, dat heeft gewoon tijd gekost. Dat, dat, dat is spijtig genoeg voor de mensen involved natuurlijk. Een... En hetzelfde is hier ook. Je moet die side, moet gewoon even Ja, en weren. misschien moet je inderdaad in het soort eerst even een uh, uh, extremere heen en weer reactie hebben om het soort om daarna te normaliseren. Normal, normaliseren. Maar het nog... is gelijk dat je zei die, 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 Ik vond dat heel erg zo de 90s mentality. Had ik zo het gevoel van iedereen was zo live and let live. Je moet er niet over uitspreken, ja. maar je gaat er ook niet tegenspreken. Het is zoiets van, je hebt soort van doe maar. En dat, 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 dat mis ik zo precies. Nee, maar, dat je tegenwoordig ook echt moet zeggen: van maar, maar, ik ben mee. Maar social nee, maar, media, hè? Dat, ja, 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 ja oké, okay, ja, dat is social media. Dat is ja, internet, social ja. media. Uh, jouw mening doet er ineens toe. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Nee. Onze mening doet er niet toe. Ja. Het feit dat wij dit nu opnemen en dat dit een podcast is, dat mensen daar naar luisteren. En die zitten nu tegen die ding te roepen, want ze zijn het ja, wel tuurlijk, eens of tuurlijk. niet eens, weet ik van wel. Terwijl uh, onze mening is niet meer. Nee. Maar nu even opgenomen. Maar iedereen vindt zijn mening belangrijk. Heb je daar last van bij je podcast? van zo'n niet want Ik heb niet zoveel meningen. <laughs> <Nee>, ik <meningen. laughs> nee, zeker niet zeggen. Ik wil niet zeggen. Ik niet zeggen. Ik wil niet zeggen. Ik wil niet en Ik iets niet zeggen. Ja. Uh, ik wil niet zeggen. Ik wil niet zeggen. Ik wil niet zeggen. Ik vind niet uh, uh, Ik wil niet uh, Ik vond Zombie Ik muziek leuk, maar Ik vind niet films verschrikkelijk. <laughs> uh, en ik uh, Ik Devil's... Ja, House of Thousand Corpses en dan dat vervolg erop. En die Monsters... Dat hebben jullie niet gezien, maar dat wil ik zelfs zien. Niet... Dat is eigenlijk super slecht. Maar het grappige is, dus ik had dat gezegd in die Klokslag 12 horror ah, dinges. Ja. Had ik gezegd dat ik die films erop soms echt verschrikkelijk vind. En dat ik nu zijn muziek ook niet meer leuk vind, omdat ze films zo slecht zijn. <laughs> en, en gewoon en is een beetje extreem gehad, terwijl ze die waren. Want Tunduk is 65, even best beste films alle tijden. En, en die andere dingen. Maar, en, en dan kwam er zo'n comment: En dat die vuile Hollander met zijn klompen terugkaas gaat vreet in Holland. Uh. Uh. <laughs> Heer, daar smul ik van. Maar dat is toch een van de komische standaarden is in, ja, in, in superlatieve uitdrukken. Hè, waar jij zegt: van ja, ik vind ze een film zoals zegt dat ik ze muziek ook ben beginnen haten. Ja, ja, dat is gewoon komisch ik denk superlatief. Dat, dat alle, 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 ik heb daar ook heel veel last ja, van. van. Zo een beetje. De, de, Pushing the button. Tuurlijk, ja, dat is wel dus ja. leuk. En wat je dan moet doen: het, het allerleukste om dat te doen, is die haat knuffelen. Ja, ja. Dus <laughs> zeggen: bedankt Kevin. Ik pak het mee. Oh, ja. <laughs> bedankt. Ja, bedankt. Ik moet die het, haat knuffelen. Dat is het leukste wat er is. Er maar dan dan zijn ze in de war? Dan, zijn ze de da, war. dan, 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 dan lijkt TikTok mij een perfect platform voor u, want het aantal ja, ja. haat dat ik daar krijgen ze, is, absurd. is dat echt zuurt. Echt? Op, ja. op, op wat? Op je haar dan misschien? Nee, dat is enkel jij. <laughs> dat is, grappig genoeg nog het minst aantal comments gaat maar wat over krijg je mijn dan? haar. Waar, waar, wat krijg je dan? Och, ik heb goed. één een TikTok gemaakt waar een, een, een Pride vlag, zo'n regenboogvlag achter mij om, omdat dat was een dat was voor een ja, reclame ja. zelfs voor een Brooklyn, die, die, die winkel, de kleerwinkel. En de, dat hing daar een vlak. Zeg, goed, ik ga mijn eindshot hier doen. Dus een beetje een teken ook. Heel veel plotseling mensen die zo van. Amai, de regenboog, ik ga nooit meer naar die winkel. Dat is zo van die shit zo. Ja. Dat dan natuurlijk tegen die winkel ja, waarom, is. Maar... Waarom zijn we ineens zo anti. Maar dat, is, dat zijn die twintig mensen. Dat zijn ja, die twintig handen. luiden. En al de rest waren oké. Okay, Heb jij gezien, uh, dus zo, een van de grootste YouTubers is altijd MrBeast. Ja, ja. ja, ja. Uh, 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 oh, en, die oh. en die had blinden laten zien. En was zo gekregen. <laughs> Hoe kan dat nu? Maakt hij terug, blind. <laughs> jij, jij vuile profiteur. Profiteur. Hij heeft duizend mensen, mensen laten zien. Ja, een comment was: hij heeft van Jezus Christus niet gedaan. De, die heeft geld gestoken in duizend kijkers bij ja, te maar, kijken. Ja, maar hij heeft ervan geprofiteerd. Hij heeft ja, maar duizend kijkers meer nu. <laughs> <Das, das laughs> er was er was, was, was een comment wat zei van ja, hij is letterlijk de antichrist. Is het? Is het? Ja, is het dat? Really? De antichrist. Maar natuurlijk zat dan nergens op. alles well, krijgt haat. Is dat niet zelf dat Jezus zegt? dat was ook. Hij wil enkel geld. Ja, om om zo shit te doen. Als That's er dan nou iemand. Point. En er zijn heel veel profiteurs weet je van. Wat, maar ik heb die Mr. Beast. Ik heb nou een paar van die filmpjes ja, ja. gezien. En iedereen heeft dat Squid Game ding gezien, whatever. Ja, die steekt al zijn geld terug die in. Filmpjes. die filmpjes. Ja. Dat, dat is 100.000. En die heeft een apart kanaal. Philanthropy. Ja. Dus die heeft een apart kanaal. Maar die Spaanse kanaal. Hij heeft ook een Spaans Dat is heel Mr. Dat is ook ja, ja. MrBeast on Español. Ja, ja, ja. Hij heeft mensen die daar dubben. Hij heeft ook Senior een Japans, En dan heeft hij, ik denk iemand van Naruto of zo, zijn ja. Japanse kanaal laten dubben. Ja, fantastisch. Hij heeft echt geld in echte voice actors gestoken. Ja. Nou heeft... ja, dat is toch ongelooflijk? En en gaming zal die ook tevoren. slechte kanjes hebben? Ja, zal wel, tuurlijk Suurlijk. wel. Dat is ook gewoon een mens. Die heeft Ocean Cleanup. Hoeveel ja. honderd Ja, en ton? trees. En ja, ja. Plant bomen. 40 miljoen bomen of Ja, last. en dat allemaal om... om, om ja, uh, 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 Antichrist. <laughs> Antichrist. Maar dat is, dat, is het soort, dat is het soort shit dat je gewoon op TikTok krijgt. Zo, zo gewoon... Ik, ik doe iets random en dan zo... oh deze man denkt dat het wel interessant is. De, oh, van, jij doet die TikTok erna. Zo, ik ken die niet eens. als echt constant. Ja, dan wel, en, doe je het wel, maar Gibson fuck. Ja, maar dat is eens, echt heel veel. Al die ja. backlash op die MrBeast heeft enkel tot meer kijkers gezorgd. Ja, Toen ja, keihard veel mensen hadden waarschijnlijk nog nooit van die mensen gehoord. Meestal ja, misschien. Ja, misschien wel. Maar die zijn dan net wel. Dan, hè, wat heeft hij gedaan? Duizend mensen. En gaan ze video. Oh, oké. Okay, ja, Er is niks ja, op ja, de video. Dat is oh, cool. Oh, ja. Die, he gets a free Tesla. Hè? Ja, hij is, die heeft 1% van de wereld is subscribed op zijn video's. Ja, 100 miljoen mensen. Ja, 100 ja, ja 100 100 100 700 miljoen. dan klopt ah, dan dat alles erop geteld alles, alles oh, dus. oh, nee, is. Of uh, nee, 70 miljoen was dat hij nu zat. Nee, zijn min kan alles. Ja, ik krijg dat gelukkig niet. Ik denk dat die mensen. Ik denk mensen die mij haten gewoon niet reageren of zo. Ik krijg. Ik denk dat mensen gewoon niet durven bij jullie. Ik denk dat je hetzelfde issue hebt. Ik denk, ik denk dat ze weten u niet te hekkelen. Want dan krijgen ze het gewoon terug. Op ja, internet kan niet, is iedereen een hekkelen. Ik, ja. ik, ik, ik ben redelijk snel van toch, maar op het internet werkt ik, het ik niet. Heb dat, ik, heb, ik heb wat zelden. Veel mensen zeggen ook zo. Oeh, toch een beetje. Ja, ja, ja. Omdat Ik ben nogal. Jij hebt ook een grote hond natuurlijk. Ja, ik heb ja, een grote hond wel. natuurlijk. <laughs> maar ik, ik durf wel ja, we ook gaan. wel een beetje ruw reageren. Maar dat <laughs> is meestal mijn goede maar je, de beste, Sorry maar de beste, uh, comment dat ik de beste commentaar al gehad heb. Is, uh, bro, jij wilt gewoon geld met die advertenties, maar je vindt dat niet eens leuk. Wat? Like, I know, I hate money. Ja, maar ja. ja, wat wa, wa? <laughs> <laughs> ik, ik, ik kwam er niet bij van, ja, ja. maar wat vind ik dus nu niet leuk? Like, <laughs> ik was ja, echt niet TikTok mee. TikTok is echt een heel kut platform. Maar ja, dat, dat is vreselijk. Daar ben ik een, een, een gluurder dan... Maar, ja, tuurlijk. Maar, weet je, I don't care. Ik bedoel, nee... Ik lees het hoor en ik merk het. En, uh, een of andere YouTube-dingen. Daar staan zo 50 comments onder. En die ene negatieve die is dan. Uh, die houden bij uh, Ja? Zijn jullie daar echt mee bezig? Ja, maar ik, niet genoeg. Onderdelen. Was dat bij Opa speelt een spel of zo? Nee, daar niet. Dat ik eens bij de AA zat zat ik, ik oh een maar dat was de, een kei goede aflevering ja. ja ik heb eigenlijk wel geamuseerd. heb ja. je niet twee geweest nee, ja, ik heb ja, de laatste mijn collega's nog gehoord die was een ja. kei goed. ja was ja, maar ja dat zijn ook gewoon ik, dat die klassieke Din dinner roast dat je gewoon binnenkomt <laughs> ja maar ja, was, nee, maar ja dat is dat is <laughs> Alex het, op en top die, die, die uh, iets negatiefs gewoon uh, tegen de chin. Ja. ja en gewoon ik ga nu en misschien is dat ook wel wat ik doe of zo ik ga mezelf harder vernederen dan dat jij kunt ik kan mijzelf veel mm, beter wel. relativeren dan dat jij ooit... Maar, wat ga je zeggen? Hé, hey, dikke Hollander. Man, ik heb de dikke Hollander-joke al eerder gemaakt dan jij hem ooit kunt verzinnen. Mm -hmm. En uh, ik heb mijn klompen al in mijn reet geduwd. Allemaal Kaas, aan de hand. Kaasbolletjes kaasbolletje. Of kaasbolletje. <laughs> uh, oh, Zo kaasbolletje baby ik bij, hoor. nee. babybel. Dus ik, kan, ik kan de negatieve quote over ja. mij veel beter maken dan jij. Dan, dan, dan zij. He? Dan hen. He? Maar wel, als een comedian dus, daar niet tegen kan, dan is hij toch gedoemd om... Ah ja, als je daar niet... ja, maar het, uh, comedy of comedians, uh, uh, dat zijn natuurlijk ook wel ego's. Ja, en, 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 en Alex, ondanks dat hij veel minder groot ego dan dat hij dat doet uitscheiden, ja, ja. dat is eigenlijk een hele aardige, lieve gast. Ja. Uh, maar als dan een project niet lukt of niet gaat, ja. dat is wel heftig, tuurlijk. tuurlijk. En waar dan de dan... redenen zijn en hoe dat dan allemaal gegaan is, dat is een heel lang, uh, lang uh, verhaal. Maar als iets anders dan iemand. Uh, Uitscheld, om het zo te mm. zeggen. Nee, zo de het, eigenlijk, het is he? gemakkelijker om iemand die gewoon scheldt te negeren dan iemand die een punt heeft. Ja. Iema ja. Iemand die je shit volgt en dan een keer iets negatiefs zegt... Ah... Ja, dan is het een kritiek vanuit, een, vanuit uh, mede iemand die niet gewoon jou wil afzeiken, maar ja. zegt van hier ga je even mis. Ja, ja. Goede show, vond de vorige beter. <laughs> Ja. ja. Ik ken dat niet, ik maak dat gewoon niet mee, dus ja. ja. <laughs> maar jij ja, ja, krijgt dus heel veel... Uh, ja, het, of... ding, het ding is dat, um, door dat te zeggen tegen mensen... Want ik, heb dat al altijd, ik, ik ga meestal negativiteit doodzwijgen. Als ik ga daar niet op reageren, ik ga daar geen aandacht geven, want er zijn al genoeg cases waar dat ze het aandacht geven, waar dat het gewoon meer uitlokt. Ja, ja, ja en, en, en dan dus is, dat is, dat... Dat is het de negatieve emotie, ja. is eigenlijk de reden om aandacht van yes. jou te krijgen. Inderdaad. En dan, dus op Twitter en dergelijke Instagram had ik nooit zo ja. posten van check wat een loser dat hier gecomment heeft. Want die loser heeft net aandacht gekregen. Nee, 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 nee. Ik zwijg dat dood. Met zo'n gesprekvorm ga ik het er wel een keer over hem zo. Maar ik merk met het tegen mensen te zeggen van wow, die comments gaan in deze TikTok iets wat erover, want er is een tot de 7 miljoen keer bekeken geweest en Eén iemand. <laughs> nee, niemand. Haha, je moeder vindt het leuk, man. Die was echt heel je, je, kwaad. Hij is naar beneden. Nog, nog een, een keer. Waar heb je zo lang getwijfeld? zijn comment heb maar 7 rood. miljoen ik kan keer gekeken. Ik ga nog eens atletiek lopen met deze video. Ik <laughs> heb je al 5 miljoen keer gekeken, zijn haar blijft rood. Ja. ja het is wel zo want je hebt ons publiek wel echt afgezekend ook trouwens is ah waar? de Arno ja, is goed. ja ah, en, en, ah en die daar zat ja maar ja dat was maar een die, die vond die geweld, het die geweldig hè he? ja, ja. ja, Ik vond het echt geweldig Je gaat daar dan nog dan over dan is, dan, ik heb maar één droom ik heb geen droom meer in leven ik ben oud en ik ben het droom. <laughs> maar ik wil, uh, 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 ik wil later uh, 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 het feit dat mensen het leuk vinden om door mij uitgeschreven te worden dat is een soort laatste ja. droom maar ik vind dat heel ik vind dat je dat zegt want ik heb dus ook lang gestreamd en mensen vonden dat hilarisch als hij met mij meespeelde, dat ik die gewoon afzeek. Ja, 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 ja. Afseek, <laughs> Maar echt tot in de grond boven. En dan, Gichel, hè? Je zeg maar, zou het niet zeggen, maar hij is de luidste van ons, een als ah, ja. Ah, ja, ja, ja. En als, dan, dan zit hem daar zo gewoon in stilte. Te, als je zo'n een, competitief een, spel speelt, vijf tegen vijf, en jij zit al dood, dan moet je even kijken naar de rest tot ze die ronde en uitspelen. Ja, en dan staat hem daar zo en al staat hij te kijken en dan. Maar je nou Paul! Wow, Jesus Christus. <laughs> Andy een micro, mega luid ja, Competitief kantje. Oh, ja. nee, ja. maar mijn droom is om later Don Rickles, Don Rickles in oh, Amerika. Ja, ja, ja. ja. Dat is de... de en, maar die doet het op een ongelofelijke manier. En, en die, de mensen kwamen ook naar zijn... Die is overleden, maar die mensen kwamen naar zijn show om afgezekerd te worden. Die gingen op de eerste rij zitten omdat ze... Ja, dat is een soort droomjob voor mij. Om te mensen. Maar ook omdat je als je mensen... Uh, uh, wat bij hem ook zo is... Mensen die raar en anders zijn en die ik aanpak of die ik, waar ik iets van zeg, ja, ik ben daar zelf. Ik ben dat ook. Ik ja. ben ook die gast. Ja, dus dat ja, is ja. liefde. Dat is eigen liefde. De chipoepie, pedo noemen. <laughs> ja, dikke liefde. Ja, ja. Dat vond ik, ja. Maar dus, de, door het met mensen erover te hebben, over die comments op mijn TikTok, heb ik gemerkt van, ik wou die dan tonen. En dan merkte ik van, amai, ik moet eigenlijk wel nog scrollen Natuurlijk. om ze te vinden. En, dus en dan, dan besefte ik, 100, ja. en ik besefte, maar, ja. oké, maar bij me. Het zijn enkel de die die me bijblijven, die andere comments passeren. Zo van: Oh ja, ga ik spelen? Dan heb je altijd dan daar zo niet-zeggende comments. Als ik me eigenlijk slecht voel, en dat gebeurt uh, best vaak, uh, dan uh, vind ik het heel prettig als ik eens een mailtje krijg. van: Hé, uh, hey, dankzij uw podcast. Uh, of dankzij de Joker, of weet ik veel wat. Uh, 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 na corona heb ik daar ook echt wel gehad. Dat veel mensen, dat zullen jullie wellicht ook hebben gehad. Dat mensen zeggen: Hé, hey, bedankt. Want het heeft ons wel uh, uh, niet door corona geholpen, natuurlijk bullshit. Ja. Maar heeft er dat wel voor schat, gezorgd he. dat je je minder eenzaam voelt. Een momentje en, van. Ja. En die uh, berichtjes, die zorgen ervoor dat ik mij erg ja. goed voel. Nou, die zijn honderd keer meer waard. Nee, dan dan je ze zeggen: hé, hey, vuile dikke hollander, gaat terug naar Holland. Ja. Ja. I don't give a shit. Kijk, ey, ik moet je volledig akkoord geven. Ik heb ook heel veel gehad in corona times en zo. Van ook mensen, suicides. Ey, die echt uh, heel ver zitten. Die plotseling zo heel dark bericht sturen van, ja, door u een en, en, uh, copingmechanisme en dan... We zijn er totaal niet op voorbereid natuurlijk. ja, ja dat, is, schrijft, uh, dat is, raar er om te, dat is ja, echt raar om te krijgen. En ik... Like, Podcast nu, ook, hè honderd keer zoveel waard als anything else. Maar hoe antwoord je dat ja. soms op? Hé? Uh, want, ja, ik was echt vreselijk depressief. We <laughs> waren het touw op en, of zo. <lacht> ja, <lacht> ja, ja nee, nee, <laughs> Volgende keer beter! Volgende keer beter. <laughs> Loser! Oh, nee, Zij stak kan je niet. Ja. 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 Ja, zo... Zelfs nu aim is weak in real life. Zo shit zou ik nu deugend. Nee, nee, nee. Want ik he... dat vooral... heb. Ik heb wel vorige keer gezegd, iemand die. Die, uh, maar dat uh, ging niet over podcast je wat. <laughs> maar dan zat ik gewoon aan tafel zat, uh, uh, zat er zat een gastje bij en die zei ja ja en ik heb dan uh, vorige keer zelmoord uh, uh, geprobeerd wil ik dat is mijn of loser en ik van en kon gelukkig lachen dus het was oké okay, maar was ja, echt, uh, ja. was als het wel... tand stilvalt, valt dan weet je <laughs> van ik ga oh, ja. zwijgen dit is heel moeilijk kom wil je nog iets drinken hoe maak ik dit goed hier <laughs> eet een appel dat is heel gezond <laughs> een keer een goede keer oh, dat is wel waar als je zo als je zo, als ons zo heel agressief Post omdat je dat Allee, of, of, of roept omdat je daar gewoon zit. Ja. En als dan een keer mensen, want dat heb ik ook al vaak gehad, mensen zijn niet goed op reageren, die dan zitten zo. En hoe vaak dat ik mij achteraf zo moet excuseren, want mensen zijn van nee, niet zo leuk dat je dat zei. Oh, dude, dat was just part of it. Sorry. Ik heb één keer een, een, een cosplayer uitgeschreven in een. Uh, dikke Tom Nee, niet dikke dikke, Raider was ook iemand. Uh, een volzin, <tus> uh, uh, ja. een volslanke. Uh, uh, Dokter Who of, of Harry Potter, whatever the fuck. Uh -huh. En die heeft me een heel, een heel bericht gestuurd: dat hij oh. dat, die, dat die heel lastig vond. Want dat was uiteindelijk gedurfd op cosplay. En ik ja. had er dan uitge, uitgelachen. Ik zeg: Ja, en dan zeg ik ook gewoon: Ik ga me niet verontschuldigen. Want it's only a joke. Ja, ja. Uh, okay. En ik, ik, nogmaals, ik schrijf mezelf nooit... harder uit dan dat ik ooit Ik ben veel harder op mezelf dan ik voor jou ben. Uh, het feit dat jij uh, uh, dit zo aangrijpt. Zegt meer over jou dan over mij. Ja. Want dat is gewoon zo. Als jij als ik iets tegen jou zegt. En dat, jij bent daar niet goed van, ja, dan ben je er zelf nog niet helemaal mee Oké. Okay. En dat is niet erg. Maar ik ben niet belangrijk genoeg. Ik ben niet belangrijk genoeg. Ja. Dus dat is onzin. En, en, en dan wil ik daar heel goed kaderen en uh, duiden. Voor ons ik iets anders. Ja. Het is ook heel vaak zo: dat in, com in een comedy setting. Hè, ik ben geen comedian, maar in een comedy setting, wow. zijn er mensen die. Die, uh, die om de, de gehandicapten ernaast, uh, die het wa waardje duwen, ja. vaak uh, uh, zwaarder uh, uh, beledigd zijn dan de mens zelf. Als er in de Joker een gast in een rolstoel zit, zegt zo, zo zijn stoelen niet goed genoeg of zo. Ga <laughs> eigen stoel meenemen, joh, smeerlap. Ja de naar buiten rollen. Ik zal je duwen. Weet je wel? En die gast vindt dat geweldig, want die is, ja. gewoon, die is gewoon net als iedereen gelijk ja. voor de wet. Het is die gast die, die, die ja, naast ja. zit of die vrouw die erbij, vrouw, die erbij zit, <laughs> die, is, die, is, die is kwaad. Nee, nee. Omdat die een probleem ja. heeft. Die, omdat in haar hoofd van alles gaande is waar ik niks ja. mee te maken heb. Ja, ja, ja. Maar als ik jou uitlag voor je rare haar, ja, dan moet die gast in zijn rolstoel ook... Ja, ja, het, ja dat is een beetje het probleem. Willem Boeve is mijn beste vriend. En het probleem is, ik lees vaak comments onder Artikels of zo als het over hem gaat. Ja. En ik heb het vaak moeilijk om me in te houden omdat een kerel gewoon even zijn. Ja. Maar oe, oe, is dat niet? Dat zou ik in een keer ne, ne, ne ne schepen of een minister was het een of ander. Uh, dat ze gewoon een screenshot genomen. Dan valt dat te gezegd heeft. Ah, en ja. dan... William doet dat wel vaak. Zo'n ja. <laughs> screenshotje pakken en even doorsturen naar de werkgever. Ja. <laughs> die, die durft dat wel doen. Maar die, die heeft het. Die, ja. die valt daar ook wel over. Maar ja. er zijn wel nee, dingen zo bij, bij William heb ik dat ook. Kijk dat ik wil uitscheid voor dwerg. Die kent mij, he ja. knows me. Dat is hij okay. weet ook dat hem een dwerg is bij Als hij spiegel ziet, dan ziet hij hem zelf niet. En dan doord, daardoor weet hij dat hij het dwerg is. Maar het vervelende hij uit, is, als ik de William uitscheid, ja. de andere mensen denken, ook oh, ja. dat mag. Ah, maar zie men, en dat is een probleem. Dat heb ik op Twitch dus ook. Op Twitch is een van de grootste problemen, dat je onderling onder elkaar mensen dat je kent, Familiair kunt omgaan en inderdaad ja. zo wat banter kan ontstaan Omdat en andere mensen mantis. gaan dat dan ook willen doen en van, maar niet ook zo niet die, die Niet die eens finesse, banter kunnen die finesse en dan gewoon ja. even zo wat en mij hele tijd zit uit te schalen en dan heb ik ik ben, ben zo'n streamer die heel vaak gewoon zegt van, Lukt dude, we zijn geen vrienden, dat soort taal is eh uh, nee, ja, Vooral voor vrienden van mij, dus stop er maar mee. Nee. Ja, en dan dan zijn die meestal zo'n oh shit, ja sorry en dan stoppen die en dat is, dat is Klaar en duidelijk. Soms zullen, en gelukkig is dat nu minder, maar soms zullen mensen uh, zowaar grof en cool tegen mij doen. Omdat ze denken dat, dat, dat ik. Maar nou, ik heb liever luken. dat je gewoon jezelf bent. Ik heb gewoon liever als jij een timide uh, gastje bent. Dat je, dat je gewoon jezelf bent. <laughs> en niet wil zijn wie je denkt dat ik denk dat jij wil. Want dat nee, is niet ja, waar hoor. Je kunt niet in mijn hoofd kijken, dat is allemaal niet waar. En ik spreek altijd zo. Mm. Dat is... Ik ben gewoon redelijk... Mijn, de, de verbinding tussen mijn hoofd en mijn mond is uh, uh, soms <laughs> of, wat te kort. En soms als de joke zo so goed is, moet je ze maken. moet no, je... Ja. No, yeah, hey, so bigger than yourself. Zo heb ik al heel vaak geen seks gehad, hoor. Omdat je, <laughs> om, om, ik moest kiezen tussen de grap of het compliment. Ik ga voor de grappen, baby's. Ja, ik ook. <laughs> ik, ga, ik ga... Ja. Ik, ik, ja. ik heb het uh, ook uh, al there, meegemaakt. Er was... Uh, mijn TikTok pay, uh, For you page zijn vaak gewoon comedians... met kleine bits die ze uploaden. En een ervan was een guy die... Um, alleen op zijn appartement woont en gewoon al zijn comedy-idees op de muur schrijft. Maar de, de enige keer een vriendin langs en die zei van je weet wel hoe ver dat je lijkt op een seriemoordenaar <laughs> ja. met al die fucking weird -ass shit. Het enige dat je nog tekort komt, is een lijst van people to kill. Ja. En also, Heb ik. Ja. Heb <laughs> ik. Een lange lijst. Bij mij in een appartement, als je binnenkomt, dan ogenschijnlijk oh, kom je in een normaal appartement binnen. Dus dat is ook heel handig. Ah. Ik, heb, ik heb eigenlijk niet te veel rommel uh, in mijn... In, 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 in de inkomhalletje. In, in de inkomhal, dus hangen er zowel filmposters. Uh, 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 en dan uh, loop je verder en dan heb je in mijn woonkamer... Heb je iets te grote boeken, ja, de boekkast die je als achtergrond ziet. En daar staan wel wat mannetjes in. En dat valt al goed mee, want ik heb twee andere kamers. <laughs> uh, ik heb een, een dvd-kamer en een, en een, en een stripkamer. Ja. En daar... Maar, die no. krijgen mensen pas te zien als ik denk dat ze het ja. aankunnen. Ja, snap je? En dat ik. ziet er ja. een beetje meer in, zoals dit eigenlijk. Ook, ja. vers, ook verstopt achter een boekkast <laughs> Ja, ja <dat laughs> Want je moet de code in toetsen en dan mag je helemaal uh. nou Comics, boeken, dvd's, slash Blu-rays. Ja. Slash, slash Slash, laser dus, slash ja. VHS. VHS. minder. Nee, geen VHS. Nee. Gelukkig, want dat probeer ze keihard te pushen, maar. Nee, en statues. En, en mannetjes, ja. ja, ja. ja, sorry. ja nee, we ja. hebben niet een steen. <laughs> we hebben de steen. <laughs> wat is, als er zo één ding, ding is vinyl, een in, vinyl, uw, in uw collectie dat je denkt, daar is hetgeen wat ik like, like, nooit zou opgeven. What, is the Kijk, is Ik the heb te veel rommel piece? en ik wil elke keer shit wegdoen. Dat ja. doet je wel, toch? Uh, ik probeer dat te doen en we doen zo van die micro coms ja, in, de, in de Joker. Joker. Dat dus, hebben uh, we al een tijdje niet meer gedaan. Dus ik, dat stapelt zich op. En ik vind dat heel moeilijk om dingen weg te doen. Ik ben echt een beetje de hoarder. En dan denk van... Ja, maar heb ik echt die 27 zevende, twintigste versie van Bloodrunner nodig? En ik van... Ja. ja, ik heb hem niet nodig. Ik heb die ja. echt die, ik had, Mijn leven is niet zo goed zonder. Ja. Maar, en, en die... Ja. Ik heb dat heel hard, maar... Ik had dat vroeger met alles. Hè, ja. Zoals dat je kon zien. Ja. Nu heb ik dat met The Last of Us. En for some reason kan ik niet meer slapen... Totdat ik weet van... Oké, okay, daar is ergens een versie die ik misschien kan kopen. Ah ja. Snap je? Ja, ik snap dat. Dat is zo'n obsessie. En vanaf dat toe toekomt... Pak je open... Soms zelf nog maar als ik, als ik een e-mail krijg van het zit in de brievenbus. Want ik heb zo'n pakjesbrievenbus. Ja, ja. Voilà. En dat, is is wel, dat is al, dat is Ja, stel, dan hoeven. Ja. De zal Binnen een week zal ik het wel uit die doorzalen. I don't care. Het is gewoon zo het, het moment van een moed in mijn bezit zijn. Ik, ik kan het niet meer mislopen. Maar je ja. hebt het helemaal, helemaal gefocust naar alleen Last of Us. Ja, dat is wel, dat is wel op zich core. wel een goeie, want vroeger was alles. Ja, maar dan is het. Alles. Van ja, maar ding, is, dat is goed. Nou, dan heb je een chance. Want dan, bedoel, je bent geobsedeerd door die franchise. Ja. Daar wordt daar nu een tv van, een reeks van gemaakt. En godzijdank is die goed. Um, ja. ja, ik krijg elke week onnoemelijk veel DM's. En wat vond je er nu van? Ah, ja. uh, Zijden ze nu tevreden? Ja. Maar ik bedoel, ik heb hier nog shit, hè. Don't get me uh, wrong. Niet maar, alles, maar, als we nu... nee, maar stel dat het nu slecht zou zijn geweest en er komen extra figures van. Zou je ze dan kopen? Ik denk het wel. Goeie ja. vraag, hè? Nee, nee. 150. Gewoon wel? Ja. Ja. Ja, ja. Er is één ding dat ik zo weiger te kopen. Dus Funko Pop haat mijn passie. Ja, ja. En terecht, um, ik heb er 300. Ja. Oh, oh echt? Wat? Ik man. Echt... Nee, omdat er, er zijn ja. geen andere markies van Ferris Bulee, of? Oh Ja, dus, ah, ja. Heel, veel, heel veel mensen hoor ik zo zeggen van er is geen merch van. Like Scott Pilgrim, ook geen merch nee, van. Nee, dat is Funko niet. Pops. Maar, nee, dat is geen ja, mm. ja, maar ja, dat is beter <laughs> dan niks. Cheers. Uh, uh, Ferris Bueller. Ik, ik, ik heb er wel wat, ja. Jesus. Ik heb er drie, denk ik. Ik heb <laughs> er een van Voltron en dan een van Batman Beyond, omdat die in beide Batman Beyond Blu-ray zit. Ah yes. ja. Ik heb ooit een gekregen van Hellboy omdat ik naar de première mocht gaan. En ze dus keer zo'n Funko Pop mee. Dat, van van zo, die, dat van die... doosje kapot gemnepen. Ja, zo... Proben Hellboy nee. nee, de slechte. De ah, David oh, Harbour. Oh. De David Harbour oh. Hellboy. Er komt nu een nieuwe game uit trouwens ah, ja. Um, ja, maar heel comic Ik heb ik. er een ja. van Man Mandalorians, een vrij Goethe. Ah ja. Ik had voor die Gute Bedmobil van die jaren stilletjes. Zo. Ook heel ja. cool. Um, Funko Pops haal ik mijn passie. Ik ook. Erger nog, van de Lestervers bestaan er Rubber Duckies. Oh van. ja. For some reason. En ik, ik heb altijd gezegd, nee, ik koop ze niet. Ik heb ze wel gekocht. Tuurlijk. Um, maar er is de ene die ik dacht van, nee, die, 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 die doe ik niet. Omdat ze echt al zijn. Ah, ja, dus moet het dan toch niet compleet zijn? Normaal wel, maar... Dus ik heb Joel en Ellie, maar Tess heb ik niet. Dus de, de linkse. Ah ja. Uh, maar er is ook nog... Ah, die nee, klik je normaal ook. Ah ja, zie je, die staat er. En, en ligt die, <laughs> die ook in je bad? Uh, nee, ik heb gewoon een kast uh, met alles in van de uh, luisteraars. Okay, dus all right, alle vinyls yeah. en... Maar, Italiaanse God. versies gekend. Maar om het maar terug te steken naar uw collectie. Wat, ja. wat kun je dan niet weggeven? Veel. Dus, maar Maar één uh, ja, trotse. Alles wat. Uh, 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 heel veel betere dingen. Of alles wat echt. Kijk, ik, heb, ik, ik ben een grote Godzilla fan. Maar ja, oh, kijk, ik, ik, ja Same. Dus ik heb best wel wat Godzilla's. Godzilla's. Uh, dus. Och, uh, uh, oh, toch niet heb, die van Mondo? Opge... Wat hè? Die Mondo. Uh, je weet wel, Mondo, dat Amerikaans van Alamo Drafthouse. Ja. Die hebben ze van die megazotte uh, godzillas. Nee, dat heb ik niet. Oh, niet tonen. Denk ik. Ja, niet tonen. Oh. Geweld, nee, maar ik heb ja. Ik heb geld. Ken je dat, dat gevoel van... Ja, nu moet ik dat hebben, hè? De, ja, ook. Geweld, <laughs> oh, ja, die hebben er zo echt ja, van ja. alle verschillende uitvoeringen. Maar die die zijn, dat zijn uh, prijzen. Ook die 3D, al, al die posters dat die dan maken daar rond en zo. Mondo is echt... is echt de hel. Dat is de van hel. Onder de laatste was die vinylplaten. Dus oh, we maken er 500. Fuck you! Ah, en die ah, hebben dan ja. zo van dezelfde figuren zo twee of drie variaties. En dat is dan zo... Maar, oh ja, maar als je dus een nu kopt, dan zit dat beestje op zijn staart erbij. Anders heb je dat niet. Zo allemaal van, die hebben ook van de animated series van Batman zo super veel van die dingen gedaan. He-Man, maar ja, dat is gigantisch. Hè? Dat is echt... Ik vind dat wel altijd leuk met die figurines als ze daar zo wat uh, uh, images bij steekt. Met zo'n hele indrukwekkende belichting. En dan zitten je die zo gewoon in het echt. Huh. Ja. Ja. Toch niet zelf. Dat die met Prime 1 ja. studio. Dat is zo de goedkoopste, zo'n 1500. Dat ik denk, Ja, dat kan ik allemaal niet betalen. Zonder joh, shipping en zonder uh, ja, ik douane. Kniezen, is wat is het duurste in de collectie? Uh, oh ja, mijn uh, kuisvrouw heeft uh, mijn de uh, silver silver van 500 euro laten vallen. Oeh! Maar die heb ik, ik heb u toen gestuurd met een, uh, iemand die daar fixte in Nederland. Of al was dat Ja, maar... dat is zuster, Ik moet nog altijd. Uh, ja. ja, die was op het hoofd. Was niet zo leuk. Nee. En dan was ik, uh, ik ben nou helemaal niet zo'n grote uh, Silversurfer silver fan. Maar dat is gewoon een heel iconisch, ja. iconisch uh, gast. Uh, ik, heb een, ik heb een Terminator 2 uh, een statue die, 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 die zo groot is. die, wow. die bust? Nee, dat is een. Uh, oh. Nee, dat is, een, uh, dat is echt de uh, statue. Dat is echt een zwarte dingen. Er staan een heel coole bust van ik heb, uh, Wat ik heel erg leuk vind, is ik heb uh, een reeks uh, beeldjes. En die zijn niet zo groot. Die zijn maar zo groot en die kosten 150 euro het stuk of zo. Maar daar heb ik er een paar van. En dat is zo... Uh, um, hoe de, de Marvel superheld uh, uh, geworden is. Dus je ziet... Een paar keer ah ja. spin, uh, uh, dat die verbeterd wordt op de wind. En er staat een zwart-witte Spider-Man achter. Maar die zijn, die zijn zo groot. En die heb ik van Spider-Man, hulk. Uh, die heb ik van een keer een man of vijf, uh, zes. Had ook niet een heel good Doctor Who-obsessie? Ik <laughs> heb was... een Doctor Who-obsessie gehad, ja. Is dat een depressieve Logan? Ja, dat is een uh, rustige Logan. <laughs> ja, die hebben ze ook gemaakt. Logan op een deadbed. <laughs> maar de Who-obsessie is over? Uh, uh, ik, ik, uh, dat is, dus ik hoop dat dat nu terug goed wordt. Maar dat is, dat is zo, wow. eigenlijk Pieter Capaldi. Uh, was een hele goede Doctor Who, hele slechte verhalen. Ja, Dan ja, hadden we een... Behalve die ene aflevering waar dat hem in die kasteel alleen zat. Nou ja. ja, die was zo goed. En dan heb ik die... Met, dat, met die vrouw heb ik het een beetje gevolgd. Jodie Whittaker. Dat yes. was oké. Okay, maar ik was het zowaar... Oh ja, ja, een beetje klaar. Ze hebben er wel zo'n een, een, een plot aan gegeven van... Omdat eigenlijk... Had, uh, Doctor Who had maar een beperkt aantal ja. generations. Ja. En ze hebben daar dan een verhaal aan gebreid. Oh, het is oneindig. Ze <laughs> dus ja. Ja, ja, hadden Dr. al een klote gedaan omdat ze uh, 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 zoveel jaren bestaan gingen doen. En dan was die... Uh, en dan bleek dat, uh, dat die ene acteur niet mee wou doen, dus dan hadden ze John Hurt ertussen geflikkerd. Ja. ja het is allemaal op de ballen. Ja, en, uh, ik, ik ken niet zoveel van Doctor Who, maar als ik dan zo'n episode luister, ik zeg meestal: zo'n podcast, Dan probeer ik ze te volgen en ze: holy shit, het wordt zo ingewikkeld. Ja, zei... uh, ja. ja, maar Doctor Who, we kunt echt vanaf 2005 beginnen bekijken. Ik, L, ik ja, ben ja, begonnen met. Ja, dat heb je ook al. Dat is ook al veel nu. Ja. ja inderdaad ook al veel. Mijn zijn en ook David Tennant hoek. is nu terug. Doctor Christopher hoek. Eccleston, ja. David Vreen Tennant, Matt Smith. Uh, dan Peter Ik Capaldi, die, en Jodie Whittaker. En nu uh, David Tennant opnieuw voor een special. En dan ja. wordt het die van uh, Sex Education. Ja. 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 Maar uh, dan zitten we wel al veertien seizoenen. Dus dat is no. ook niet meer. Je kunt no. bij 2014. Maar die van, Matt, die van Matt Smith. hebben an een overarching story over meerdere seizoenen. Ja. Wat dan wel heel indrukwekkend is, writing-wise gewoon. Mijn, uh, mijn ouders hebben ze een sticker van It's Bigger on the Inside op een vorige RV gezet. Uh, uh. Vale. Nice. <laughs> nu vale. is het Harry Potter. Dat zou, de, de de ingang van de Comixage-agent is ook gewoon de deuren van de tarden oh, ja, ja, ja. ja dat is gaaf ja nee ja, en zo en, en mijn uh, uh, Piet uh, uh, Davidson is mijn uh, ja de vijfde dochter hoe dat is de reden die waar ik daar dat is die van de uh, 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 James Harriet creatures, ah, ja, creatures dat is diezelfde yeah. gast en dat is de gast na top Baker, I en iedereen haat die Oh man, die chance, die hebben een kans tegen internet. De shaal, zeker. Ja. ja. Toen, toen, toen was er geen internet. Wow. Ja. Wow, hey. Er zijn zoveel dingen in de geschiedenis van de popcultuur. Daar denkt van, oh man, wat een geluk dat er toen. Toen, <laughs> toen de, wat, wat 89. Ja. Uh, Magikieten. Ja. Iedereen, iedereen haatte dat. Iedereen haatte, haatte Mark Keaton. Brieven om dat. Haatte Magikieten. Kreeg veel brieven omdat dus te cancelen. Ja. Van dat ze zeiden, was was het Mr. Man of was de film wat hem daarvoor had ja, uh, gedaan? Ja, Mr. Mom. Mr. Mom, yeah, yeah. Mr. Mom speelt Batman. Dat eh, is yeah. letterlijk hetzelfde als toen we dat hadden met, met, met ja, Robert Pattinson. Was er niet zoveel backlash. Gelukkig. de meeste backlash was met Ben Affleck. Ja. Toen had dat, dat was van nee, die kunnen toch niet dat laten doen. En blijkt dat hij best oké okay is. Dat was oké, okay, ja. Well, ik heb dus vandaag naar Jurassic Park gekeken. Ah, ja. En het eerste wat ik dus dacht was. Ik ben zo blij dat je vroeger niet naar heb gekeken, want ik was echt Xander, ik had alles, Dat weet ik nu al. Ja, ja. die manier, ja. Ik had hier ook zo'n Jeep Wrangler staan, hè. Oh ja, ik Dat is cool. Oké, maar nu hebben we het gezien, dus review. nog tien minuten. Really? Ja, ja, ja. Wat? Jij stuurt. Ze stijgen uh, En Hij gaat uh, Sebiet aan het station zijn, anders had ik hem volledig kunnen ja. de Oh, uitkeken. no. Dus ik ga Sebiet nog uh, uh, vijf keer. Uh, uh. <laughs> ah, ja, inderdaad. Ned 3. Uh, Ned, ja, 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 oh, ja, dus ik moet nog een paar ja, dingen. Hij uh, <laughs> had je nog nooit gezien. Nee, Schap dat was een recurring meme, omdat <laughs> ja. ik die dus nog nooit had gezien. Ik heb hem overlaatst gekocht op 4K Blu-ray en nu had ik iets van. Het grappige het is, is dat al. jy, als jij nu al meer memes kent, dat je gaat. Oh, dat is van die meme. Dude, ja, ja, dat <laughs> <stamt>. ja. <laughs> Fucking Jeff Goldblum. Ja. En, uh, de wc. Het uh... is een Unix system. Ja, en, oh. en, en dan ook gewoon zo die, die big pile of shit. Ja, ja, ja. die dat... nobody cares. Ja, die nobody cares. Dat is grappig. Dat is eigenlijk echt wel absurd dat je dat soms hebt. So, ik ben nu ook zo alle Simpsons nog eens aan het herbekijken vanaf nul. Ja. En dan weten we aan deze aflevering, oh ja, ik weet wat er nu. Ja, van is, uh, Am I just so out of touch? No, 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 it's, it's the children, uh, children who are wrong. Of zo, <laughs> en dat is zo van mijn. Zei dat op die kaart aan het kijken zijn en, en, en die yeah. zo draait met mijn hoofd. Ja. Yeah. En dan hebben ze zo. hebt daar kei veel memes over. Die, die kennelijk ja. ik ja, 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 je, af, je uh, kent eigenlijk heel veel. Maar dat is heel veel popcultuur. Ieder, niemand heeft Psycho gezien van, van jullie of jonger. Maar iedereen weet dat de, de shower scene van Psycho kennen we allemaal. Ja, ja. allemaal. Ik nee, denk nog, ik denk dat ik enkel de Vince Vaughn versie heb gezien. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is uh, dat is dat is. Dat ik taal weet dat mijn ouders die ooit hebben gehuurd en dat ik toen aan het meekijken was en dat, dat is was een soort shot-for-shot shot remake die Dat op die is shot for shot nou, de shot-for-shot remake in Je hebt like, scream en ik heb enkel scary Movie gezien. <laughs> <laughs> zo slecht. Ik heb heel, uh, heel... Ja. scary movie is nog zo'n voorbeeld dat veel beter is als je die moppen maakt op café tegen elkaar van ah stel ja. u voor dat dat gebeurt en dan films dat ze. Ja, maar nu is dat niet meer grappig. Ik vond de eerste drie echt nog wel iets. Ja, die maar, eerste, die eerste maar, twee. Dat was, dat was zo mijn leeftijd ook. Als ja, 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 al 16 jarige iemand die toen Take my strong hand. Oh, ja, dat nou. lijkt ik sterk, hè. Ik, ik vind de derde nog niet zo zeggen, omdat het aan de sukkers en dat eraan werken. Dus het, het is meenie, heel raar dat ja, ja. de sukkers dat niet beter kan, kunnen maken. Ik vind dat er wel meer de slapstick van... Hun stijl, waarin zit ah, en dat wel. Maar ma wetende wat voor meesterwerken dat hij gemaakt hebben ja. met Airplane. Ja, ook wel 50 jaar later. Hebben ze die een ander in de nazo superhero movie of wat? Oh, een oh. disaster movie. Wat was dat? Dat is best 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 echt een Ik heb de podcast <laughs> over, <laughs> <have we laughs> over <laughs> gemaakt. Die disaster movie, epic movie. Meet the fuckers of zo? Was dat Nee, dat is een Meet the Parents sequel. Oh nee, dat was een Meet the Parents. Meet the Spartans. Meet the Spartans. Oh, dat was 300 met Carmen Electra nog, die dat de moeder speelt. Eh, dat is de, de die eerste Heb je allemaal zeker? gezien? Nee. Ik uh, allemaal. Ik, ik, wel allemaal. <laughs> ik heb ze allemaal gezien. Is dat, ja, een, nee. nooit een is dat ge die gezien. eerste een Scary Movie waar hij zo neergestoken wordt en gewoon haar siliconen uit haar tête is en de rest is iets fijn? <laughs> was dat niet gewoon Pamela Anderson <laughs> ja, dat dan zo, in een Scary Movie? Nee, ik denk niet dat Pamela Anderson in een. Het is te lang geleden. Carmen Electra in de Ja, Carmen Electra is zoiets typisch. Ja, Toen was die nog gehad. Af oh, en, die, die, en die, die, toe denk ik: ga ze kruip zoeken. Oh nee, nee, nee. Ja. Die, re <laughs> die niet, re of... de re reclame. Dat ziet, ziet er nog oké okay uit. Die reclames van Carlsberg dan met: what uh, well, yeah. En met die tongen. Tammasker. Ik heb het over laatst. Ik kom ook in zo'n Discord-call. En ik zeg: what en die En die zo: nee. Wat? Wha? Die, die waren niet meer mee. Ik zei, no, nee, nee, nee. Ik ben dat niet oud. Ik ben worden, Ik heb het zo. Carmen Ik heb het zo al een paar keer gehad de laatste tijd dat ik zo voel van nee. Yeah, so Am her, I getting out of touch? touch? No, 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 no! It's the children who are wrong. <laughs> Generation Z. Uh... Oh my! I've got a fuck. Man. Yeah. But you guys are oud. old. Oh, we're Three years, four years. Ja, nee, ja. Um, maar goed, dus uh, Jurassic Park. er zijn er nog van dat soort klassiekjes? Ja, die die okay. heel veel. Ja? Ghostbusters. Ghostbusters. Hebben Ghostbusters we nooit Ghostbusters gezien. Oh. En Julian <laughs> haalt mee <hè>? Want, <laughs> Ja, die heeft alles van Ghostbusters. <laughs> ja. um, dus die heb ik ook allemaal en klaar. Maar de eerste ja. is ook effectief gewoon een leuke film om nee, te zien. Nee, dat blijft overeind. Maar het ding is, gewoon... is, ik geloof dat ook echt. Ja. En ik wil dat ook zien. Maar je wilt dat deftig zien. Ja, maar ik It's heb zo'n geluk. Dat is door dik. Dat well, is uh, Bill Murray. Oh, is yeah. alles. Oh, yeah. <laughs> Groundhog Day, Groundhog Day. Email over email. Here. <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb vorig weekend eindelijk die Zombieland 2 gezien. Oh, oh uh, Maar dat deed Met Bill Murray. Yeah, <laughs> dat yeah. was oh, ja, zo raar. Ja, dat <laughs> dat ze van, oké, okay, de film is gedaan. Hier nog 10 minuten Bill Murray. <laughs> ja, dat ja, huh? yeah, is heel raar. Ik <laughs> <That's laughs> <that's so laughs> had een iemand ook met hem als Ja, Ja. En Groundhog Day al gezien? Ja, die vond ik wel echt leuk. Back to the Future? Nee, ook nog niet. Indiana Jones? Ook nog niet. Geregeld, Jones. Ik heb, ik heb ooit ook heel lang geleden een Collector's Edition gekocht van mijn vader, want die is er super fan van. Ik heb hem ondertussen ook zelf gekocht, die Collector's Edition. Dus die staan allemaal klaar. Ik heb ook een Blu-ray-cast. Heb jij ja. ooit al een Quentin Tarantino filmpje? Ja, ik ben, de, ik ben die al een van die laatste bij de. Wat fiction ik reservoir? Heet uh, Django. Dat Django en Chainmak uh, in de cinema. In maar dan had ik wel na uh, drie uur uh, iets yeah, van: uh, mag stoppen. Mag stoppen. Ja, dat is waar. Dat zijn Tarantino-films. Maar dat is ook zo so die meme van... Uh, you had my curiosity. Yeah, yeah, yeah. Ja, Die is geniaal, hè. Dat is uh, yeah, yeah. Leonardo DiCaprio. Ah, ja, een Ja, 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 ja. ja wel, dus die vond ik goed. Reservoir um, uh, Pulp Fiction hebben gezien op school. Oh, alright. right. Goeie opleiding. We hebben Trainspotting. Kill Bill vond ik... ...weird, maar ik, heb dat, ik vond dat oké. Okay. Is oh, dat van... niet goed. staat ja, 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 ja. Voor mij was dat een VT4-film. <laughs> dat is een beetje de... Ja, dat is een beetje de nee, film, nee. Ja, ver, ja. Hij, hij verwarreld met... Ah, ik kan op haar naam niet komen. Zo die, die erotische films die late night of VT4 waren. Ja, ja, ja. Phil, Phil Jill? Man, nee, het... <laughs> Phil Jill. Nee, maar had ze... Had, had ze vrij <laughs> de hand, dan altijd oh, zo nee, action dat... movie. En voor mij was dat zo Kill Bill. Zo, uh, ja, nee. snap ik wel. Heb uh, I mean, je Ferris Bueller's Day Steven Seagal-films of wat? Nee, het was zo heel late night bij VT4 en dat is zo één vrouwnaam. Like Angelina of zo. Twa. En ah, dat zijn er like, twaalf. Emmanuel. Emmanuel. Let's go. God, zo God is het dingetje, ik, ik, En Black Emmanuel. Want dat ging kijk nog vaak. Ja? Je hebt waarschijnlijk ook zo die gezonde, ongezonde obsessie van. Hey, I like this. Ik ga alles kopen. Ja, ik wil alles weten. Ja. En dan echt zo. Tunnelvision, ik had het ook een keer achter, Wat he? ik ook heel vaak heb, is als ik uh, uh, dan een film van iets... of een, een documentaire over iets gezien heb... Dus, en dan denk ik van, ja, dan wil ik er meer over weten. Maar ik wil helemaal niet. Ja. Maar ik denk dat dan. Ja. ja. Dus, uh, maar ik denk dat ik dat, dus ik had een documentaire over de Wrecking Group, dat is een of andere begeleidingsband... die heel veel uh, artiesten... en denk ik van, ah ja, ah, dus dat is een wel hele leuke documentaire. En denk ik ja, ik ga naar het boek waar die documentaire heb ik dat boek gekocht, ja. maar ik ga dat boek wel weer doorlezen. Dus dat boek is nu uh, naar de tweede handwinkel. Want op een gegeven moment, nee. ik heb heel snel, heel, zoiets van, oh, ik wil er nog dingen over weten. Black Hawk Down, fantastisch, ah, ja. ongelooflijk goede film. Ga ik dat boek nooit lezen? Nee, tuurlijk niet. Nu, dat boek doe ik niet weg omdat ik daar denk, van, misschien <laughs> ga ik dat nou ooit nog wel lezen. Maar dat dan heb ik dan en dan denk van, ja, nee, ik ga niet. En dan heb ik dat drie, ik heb twee documentaires en een boek en. Een ja, ding. Ja. Ik moet nu wel denken aan één gamefilm dat eigenlijk een documentaire is dat wel een must-watch is. Is het ja. The King of Kong? Ja. Dat is geniaal. Die is geniaal. geniaal. Ja. Die gast, die gast, dus Billy Mitchell, ja. de, met zijn American Ties, is ja. uitgekomen als de, een van de grootste cheaters ook. Ja. Dus alle records dat hij had... Is dat in, bullshit? Dat is bullshit. Ja. Oh hey. my god. Dat maakt het enkel nog beter maar als is je het ziet. Een, een nieuwe documentaire, moet er daar Er zijn veel komt. online documentaires erover, maar, maar inderdaad, er zou een follow-up moeten zijn nou met ja, wat er allemaal gebeurd is. Dus oh. Maar dus die gast... Dat in de film is dan zo'n groot punt dat hem dan, of ja, de documentaire dat er dan een tape wordt ingestuurd ja. waarin hij het nieuwe record zet. Dat is nu bewezen. Voor, dat record is 100% Fake. fake. Ja, vorige week is dat nog maar uit. Hij ah, is dat ja, echt, is dat is maar of, of vorige, vorige week uitgekomen. Ze wisten al lang, al, wisten ze, hij is aan het cheaten, maar vorige week hebben ze concreet bewijs van hoe dat een dag heeft. Zelfs hoe in die hoe is hij ook als bad guy in een, een goed neergezet? Is... iedereen nadien ze van: maar die is eigenlijk niet zo'n bad guy, die wordt wel slecht in het daglicht gezet. En nu is dat dan hilar Is die hij eigenlijk echt wel een bad guy. Ja, is. Ja, ja. Ze laten zo'n footage zien van hem in de rechtszaal, maar in zo'n corona, dus dat is allemaal via Zoom-call en hij probeert zo die een jury, um, die een rechter zo echt zo niet like, niet uh, nie omkomen niet te respecteren ja, die, die, en, uh, die, uh, die zo nee 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 ik zal het u wel uitleggen dat hij werkt. en die, die doet dat zoiets van nee ik ben nee, nee, ja, ik ben de rechter niet recht, hier. En, en die zegt iedereen links en rechts aan het aanklagen dat maar het hem goeie is dat hij slecht... en daarom vind ik dat een fantastisch personage daar is ook een nerd met een, een arrogant er is niks zo raar als een arrogante nerd. Want je bent ja. al een beetje een outcast. Uh, ja, sowieso, ja. Rare, uh, uh, je, voor heel veel mensen uh, niet zo bijzonder. En dan toch die arrogantie. Die I love ding. it. I ja, love nou, it. Die een Todd tot Rogers? Todd Rogers. Dus komt zijn hem... Ja, hij is beste maat. En ook die zo'n baard. Die ja, ja, nog altijd. Is... Ik kijk op de dek, de foto's en dan, staan zo'n Ja, het ziet er ook zo echt uit als zo'n guy from the 80s who met refused to grow up. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Die, 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 die 80s. Tenminste, ook. denk dan zo'n magician show. Zo die, 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 die neckties is altijd met American die American flag. is het wel zo, als jij in Amerika die gast bent, ja. kun je daar op teren. Dat is je werk geworden. What the fuck is dat? Ah, oh, daar zit die <laughs> film, uh, <laughs> is, Pixels, daar. Is yeah. dan is daar een parodie op Peter ja, uh, um. Dinklage, ja. En hey, doe me, hey, doe met denk dan de guy van Super Seducer. Het ding is dus. Ken, ken de, gekend met het fenomeen Super That Seducer. Dat hebben we volgens mij voor een keer zitten vertellen. Ja. Yeah. Yeah. De, de, leer hoe je vrouwen moet versieren. Ja. Uh. Yeah. Oh my. Het ding is dus die en Todd, die Rogers. Dus de derde foto bijvoorbeeld, daar zijn ze alle twee. Ja. Die bleek dus ook uh, veel van zijn records gecheat hebben. Dus zij twee zijn zijn recordhouders. Oh, nee. Dus dat is nu uit te komen. Want ja, die nog... joystick dat je hier ja. ziet op die foto, daarmee hebben ze kunnen aantonen. Maar dat is geen originele joystick. Ja. Dus die arcadekast is aangepast. Uh, en een nee. record zeggen: het moet op 100% originele. Hardware zijn. Oh er was nog zoiets, zoiets kleins. Maar, dat het, ja, maar die gast, de... De, 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 de protagonist van de film, die is wel. Okay, die is wel... Maar die is ermee gestopt. Die is, die is eigenlijk niet zo. Er zijn ah, andere nee. mensen na die een documentaire. Hij is dan de slechtere. Ja. En de ander is de, de, de Steve scheidsrechter. Steve Wiebe was dan. Nee, ja. Ja, hier is de scheidsrechter. Dus en dan ook die een echte scheidsrechter. Oh, die, ja. die, die een hippie guy. Ja, eigen is, die twee hebben dus een YouTuber proberen aan te klagen. En die is dat allemaal aan het uitzoeken, omdat ze heeft, fuck no, ik ga hier winnen. En die wint dus al die rechtszaken, maar nu is die weer aangeklaagd. Ah, nee, en nu hebben ze de nee. dag gevonden, want zijn record was al geschrapt uit het officiële uh, West. Uh, Twinsburg, Twinsburg, ja, Guinness World. Ja, dat ook. Guinness Book of Records. Twin Galaxies. Twin galaxies. Galaxies. galaxies is zowat ah, het officiële. Okay. Dat wordt ook in die documentaire wat uitgeklaard, dat is dan die ene hippie dude dat dat dan ook zo runs. Uh, ja, oké. wat wat vast. Ja, ik denk dat. Uh, Ik hou het dus een zeker, jongens. Dat doe je de hele tijd al. Maar dus ja, daar, daar is dan het record geschrapt. En ja, Censin is hier gewoon niet aan het aanklagen. Hij ja, heeft dus Twin Galaxies aangeklaagd, heeft de YouTuber aangeklaagd voor defamation. Fantastisch. Dus ze zijn on the money. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ja maar dat is wel. Oké, is dat de consensus dat de beste. Ik denk dat je eigenlijk de beste van video game-film. Ik heb mijn eigen daarmee een ziek gelijk. There's a kill screen coming up. Als ze daar zo aan het rondgaan zijn en iedereen dat dan zo... Oh, there's a kill screen. Dus als het spel op een bepaald punt ja. zit, gelijk pak man als je 256 level speelt, 200, of level 256, omdat het dan over het memory gaat, ja, ja, ja. Het ja. loopt gewoon volledig fout. Ja, 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 en dan is er, aan er aan echt zo'n één dude die het dan zo bij iedereen gaat zeggen. There's a kill screen coming up. Zodat iedereen kan gaan komen kijken ja. naar ja, de ja, kill ja, screen. Ja, en dat is zo stom. Heb we het daar vorige keer over gehad, over die documentaire over uh, dat E.T. spel? Ja. Ja, Allee, uh, ik denk het wel. ja, daar is er ook van. En er is er ook nog een andere op Netflix over uh, een spel met uh, een worm. Ik denk dat ik daar toen ook over had gehad. Dat was dan een spel. En het wereldrecord is niet uh, is meer een uithoudingswedstrijd dan dat het echt een recordwedstrijd ja, is. Ja, ja. Omdat dat spel is zo makkelijk dat je eigenlijk zoveel levens opspaart Het gaat gewoon over dat je, hoe, lang, hoe lang hou je het vol ja. vonder, Want sommigen uh, ja. gaan dan inderdaad later gewoon. Leven achter ah, ja. leven sterven. zodat ze kunnen gaan pissen of zo. Dus dat is zo stom. Want het grappige, nu in die nieuwe case dat hij heeft geopend. heeft hij als. Um, hoe zeg je dat? Um, mensen die zo het gezien hebben en afteen in. Uh, uh, witness. Uh, witness. En, ja. ja. Heeft hij als witness. Getuige. Uh, getuige heeft hij die Todd Rogers. die dat ook gekend staat voor te cheaten. heeft hij als getuige opgezet. Ja. Dus dat is al afgeschreven. En een andere was van een, van een of andere Loesje Eigenaar, die al vier keer um, ook geband is op, voor alles, ook voor te liegen. Getuigenissen. Dus ja, twee van zijn drie getuigenissen waren al direct geschrapt. En, maar blijven dat vind ik zo gek in Amerika, is gewoon blijven recht. Het gaat ook over die aandacht. En het feit als jij als jij in, in uh, Amerika een cultfiguur bent, dan kun je daarvan leven. Kun je daar ja. echt van leven. Ja, die, die, die leeft ook van die, die appearances. Die leeft daarvan, he? dus dat is die, zijn deertje. Ja. En die moet gewoon in, in... Dat gaat niet eens over, over uh, dat, dat gaat gewoon in, in de nieuws blijven. In de, uh, want alle negatieve... Ik bedoel, Mark de Troek kreeg ook fanmail. Ja, nee, ja maar ja, ja, dat is gewoon dat zo. Is, ja. Maar er is, uh, er is in, in Amerika een les, een cursus dat je kunt volgen over hoe het doen alsof je expert bent op het nieuws. Ja. En als dan oh. zo, als er ergens... Iets, iets, gebeurd, ja. iets gebeurd is dat je daar echt zo gewoon mm. gaat staan en zegt: hey, Ik ben expert in uh, bankovervallen, en, en dan daar gewoon nu compleet uitlullen. En je kunt, dat, je kunt daar een cursus van volgen hoe dat je die eruit moet lullen. Ja, dat geloof en ik wel. Is... Zo, zo. zo Amerikaans. Zo Amerikaans. Nee, helemaal niet nodig, jongens. Ik kan dat gewoon. Jij ja. geeft die cursus. Ik geef die cursus. <laughs> ik heb die bedacht. Ik dat geef cursussen hoe je die cursus moet geven. <laughs> daar ja. heb ik echt de verkeerde cursus bij gevolgd destijds. Ja. Ja, die is ook mislukt. Die was een van de weinig die gebuist is voor die kut. Ouch. Jesus Christ. Ik ben nooit eens een kwartier te laat binnengekomen met Bart Kanarts. Ook nooit goed gekomen. Ja, wij waren in welke zaal. Wat is hier? We zijn cultureel centrum. Wat, Wat is hier dicht bijzijde cultuur. Oei, zetten? geen idee. Ah, ik Tendermonde <laughs> waarschijnlijk. Ja, oh, heeft de, de Belgica de CC die... Belgica. Ik weet dat ik naar William ben gaan kijken. En dus in Tendermonde, ja. Ah ja. ja. De, maar ook al was drie jaar geleden. Ik, ik, maar, ik ga ah, als je ook blijkbaar, ook komt Henk dus naar Buggenot. Echt? Dus ik heb echt tickets voor hem in Buggenot te zien. Zal. is je in Zelen geen CC dan? Geen idee. Ik kom echt. Ik, I don't care. Oké. Je bent geen local, je bent een inwijkeling. Ja, maar dat is ook... Hè, dus Je hebt die stenen hier, en Hinter is er een en wij komen daar niet. Maar <laughs> de week. Wij komen daar niet. Ah, maar de week. Ik, ik nooit ben er al geweest, dat is echt best modern. Oké. Okay. Um, het ding is, ja, mijn zoontje gaat naar school vanaf april, dus ik moest nu zo voor het eerst appearances doen daar ja. in, in het dorp. Dat was heel weird. Appearances. Ja, en het ja. eerste had ik al direct ruzie met de leerkracht van uh, Stan dit jaar, omdat ze was tegen auto's. En ja... Ik ben een 100 petrol. <laughs> dus ja, dat ging al niet zo. Ah, met een ja. elektrische auto. En waarom is die tegen? Oké, oh, gehad? ja, kunt ook. Al, ja, al. Ja, maar het is een bakfietsrail. Uh. Ah ja, het is dus voor bakfietsen. Ja prima. Gert Ja, oké, okay, je... ja, okay. whatever. Ja. Ook geen <laughs> Het zal daar alleen. Ja, dat is. Het is dat puur dat jaloers. <laughs> ja, dat <re> <laughs> nooit. Godverdomme, wacht, zijn we hier al? Nee, jongens, ik ben nog altijd oké. Okay. Kunnen we doorrollen, maar ik ben nog niet. Uh... Oh ja, maar moet maar zeggen hoe. Ja, het zal op hè? Nee, ja. Als je nog een onderwerp hebt, dan, 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 dan wil ik daar wel mijn mening over geven hoor. Ja, nee. Ongenuanceerd. Het ding is gewoon, ik herinner me dat je, ja, een jaar geleden of zo waren de heel oude films aan het kijken, as usual. Ja. En bijvoorbeeld de Cliffhanger had goed de poster gepost. op een oude Instagram. film. En dan dacht ik, er is een videogame. Ik zeg, dan moet je dan toch tenminste proberen te spelen. Hij um, had zo'n hele reeks gepost van zo'n heel redelijk oude posters. En er waren er veel dat ik dacht van, daar bestaat een oud oh, spel van. Moet nog lukken, want niet veel controls. Ah, zo. Ah, van die oude. van ja, ja. Die oude jaren 90. Maar wilt je die spelen? Ja, maar that's kind of the joke, oh. right? Oh. <laughs> ja, cliffhanger. Ik zi <laughs> je ziet alle cliffs. Ik wist ja. ik echt niet ja, dat daar dat... een spelletje van was. Oh, ja, maar je hebt legit gewoon vier punt toetsen en A en B. Hier is het klimmen. Dus ah, je hebt A en B, dus ik dacht van ja, omdat hij altijd klaagt over ja, te veel controle. Ja, ik kan het niet. Ja, dus het uh, dingetje wat ik altijd <laughs> speel en uh, veel gespeeld heb zijn Lego-spelletjes. Ah, ja. ja. En, oh, en ik heb zo Dimensions vond ik echt gaaf, hè? Ja, echt ja. oh, super gaaf. Ja, ik heb verslaafd op de koe. Mijn carry-on, allemaal zelf, al. Is had Hogwarts zijn. Legacy niet gemaakt van de man mensen van Lego Dimensions? Uh, nee, die hebben Disney Infinity. Ah, Disney Infinity. Dat heb ik ook gespeeld. Ja. Maar dat is niet zo goed. Dat was ja. even leuk. Lego Dimensions. Maar ik vind die markers zijn gaaf. De markjes die daar op gebaseerd zijn, die Disney nu in Disneyland kunnen komen, zijn die Toybox-markjes. Die zijn ook wel een beetje zo cool. Maar is het was echt gaaf. Dat was ja. een goede verhaal. Al die uh, games al die properties uh, ook. Uh, eh, ja. Scooby-Doo. Back, back, Scooby back to the Future. Uh, ja. Doctor Who. Ja. <laughs> maar, uh, maar, dus dan speel je dat veel. Ja. En ik kan nog altijd niet, ik weet nog altijd niet wat het cirkeltje doet en wat het vierkantje doet. Ja. Ah, ja, 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 ja. Dus zelfs al, al, de al muscle memory zit er bij mij niet in. Ja, zelfs als het er uren in toch Uren. En want ik heb echt, want ik heb... Lego Dimensions gespeeld. Ik heb Lego Star Wars, een uh, Lego Star Wars ding gespeeld. Veel. Ik heb er meerdere gespeeld en die muscle memory bezit ik niet. Ja. Doe je het voordeel van die spelletjes dat die zo ergens misgaat, doe je het opnieuw en maakt het niet uit. uit. Ja. Maar ik heb dat niet. Ik heb die muscle memory niet. Maar heb je wel een appeal aan die nieuwere games? Dat je zegt van ik snap al de, ik snap de appeal zoals in The Last of Us was. Het verhaal is dus blijkbaar goed is. Ik heb gewoon heel veel schrik dat dat allemaal veel te lang duurt en dat ik te veel Maar heb je daar vaak zo versions van op YouTube. Zo'n soort let's play, waar dat ze gewoon echt al de stuff eruit halen. I, ja. ik, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar nee, ja, ja. mensen die bijvoorbeeld echt gewoon alle games kijken op YouTube. Ah ja. nee, ook Kijken hoe andere mensen een spelletje spelen. Maar, maar je ziet de mensen ook niet. Je ziet gewoon de game. Ah, ja. Dus je wordt ziet het eigenlijk als een soort uh, lang, is dit, uh, langspeelfilm. De Lawnmower Man. Ja man. Daar is, is een da gaaf film. <laughs> met James Bond. Is dat maar Pierce Brosnan? volgens mij wel check je like kijkt, like uh, volgens mij Pierre Brosnan daar de 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 scientist Ah ja inderdaad Pierce Brosnan. Ja vanaf voilà, zie het maar Ja ja er is ook is een robotman uh, 2 is verschrikkelijk Is dat u Quintessential James Bond Nee Nou ja wel nee bij de eerste James Bond was octopussy 84 dus Ja dat is wel Roger Moore het meeste van allemaal gemaakt hè dat Oh my so? god through Island. godverdomme yeah. dat dat wij plotseling yeah. out of nowhere ontact Oh ja That's really Harlin dat is een enorme flop geweest, maar de, de, toen, toen waren dus toen maakten ze een piratenfilm en niemand wou het zien en nu uh, daarna uh, Pirates, ja een ja. paar was ook wel echt vond ik echt ja maar de, 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 de derde en de vierde ook nee al nee weer. ik ben ook afgehakt. ja na de, twee, zo. die me Javier Bardem hem? Dat is een vijfde, denk Dat is een vijfde, die heb ik tot, ik tot op dat punt gestaan voor gewoon uit het cinema te gaan. Dat was zo ja. vreselijk. Jeen van mij is een grote fan en uh, is een zeer goede cosplayer. Uh, die, kan, uh, die, is de die is een ongelooflijk goede Jack Sparrow. Oh, ja. Oh, ja. Die Jack Sparrow uh, cosplayers zijn allemaal zo goed. indistinguishable, bijna van Johnny Depp, door al die make-up. Holy shit, je ja. kunt dat echt al goed. Ja, Home Alone. Vooral als een ze dan, da dan loop ik het doen video's. zo. Ja, 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 ja. <laughs> maar is dat nu nog altijd dat voor alle. Nee, uh, nee. nee, nee he? al lang niet meer. Dat is, sinds de uh, vroegere jaren 2000 is dat zowat verdwenen. En nu ja. is dat af en toe. Maar Misschien dus is dat ook wat beter, want dat zijn toch nooit goede spelletjes. Uh, er was een periode wat dat goed was. Ah, Dis ah, ja. Disney deed dat redelijk goed. Ah, ja. uh, Disney had wel goede videogames. Ah, ja. En dan gelijk Harry Potter had ook nog goede. Oh, ja, ik ging net zeggen: um, infogram games, at Tintin. Ja, um, en Robadoes is heel goed, Asterix en Obelix. Er is of... weer een nieuwe Asterix en Obelix film, maar ik heb er... Ik... Wat? Ja. ja. Een nieuwe mensenfilm. Nu toe, een ja. nieuwe uh, live action Een Mensen, oh, <laughs> mensenfilm. Een, een echte action. mensenfilm. Ja. Zie je, want deze heb ik dus kapot. Ja, dat is Oh, maar ja. Een, okay, maar ja, dit cool vind ik ook, Maar dan heb je toch het gevoel dat je met die ja. tegenfilmpersonage aan ja. het te spelen ja. bent. Ja, en er is zo'n... Maar ik herinner mij ook jaar... nog dat ik dit gekregen had in, weet je dat, die oude pc-dozen, waar ik hier zo in staan. Ja, want Asterix heeft superveel videogames. Ah ja, dat wist ik niet. Ja, ja. Zodat... Er is ook een Asterix uh, 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 pretpark. Ja. ja, ik ben daar ooit geweest. Ja? In de jaren negentig. Een van de grappigste dingen ooit wel. Dus Er liepen ook van die gasten rond in van die Asterix en Obelix kostuums. Ah ja. En die in Asterix... Dit, er was uh... dus een, een gast in een Asterix kostuum en die was echt aan het uithangen. We zo echt aan dingen zijn. En op een gegeven moment stapte je mee in zo'n boot. En die gast zo aan <laughs> recht staan in die een boot al Die mensen zitten, zitten zo dingen. En je hoort zo die komen. Dus je Asterix, je voet. En die draait naar de kamer. Hé! Hey! Oh, en, ja, en dan ging die, die boot zo'n grot in. Dus was het een boot voor ons. En die ging zitten. Maar elke keer als er een camera was, ging je rechts staan. En ging je zo. Hey! Dat was niet zijn laatste werkdag. Dat zo ik zijn Dat was niet laatste... zelf bedacht. Uh, Dat zelf bedacht. Ja. Dat bedoel ik. Dat is een PC, Big Box, ja, ja, dat ja. Dat noemen. En zo heb ik ooit Asterix en Oblix gekregen. En ja, dat zijn zo dingen dat je nooit vergeet wat je hebt dat gekregen. van? He, wie. Ik dacht van die Blade Runner-game. Ja, ja. Ah, ja. Denk ja. Dat zal ja. dan... Ik heb daar alleen nog ja. de CD's Nee, spc nee, heb... dat is mijn CD's ah. al. Ja. ja nee, die oh, oh, de dat de ziet er wel goed uit, eigenlijk. En van welk jaar is dat? Deze is de nieuwste Asterix-game. dus we Die kunnen op Switch kopen. We hebben ook 3D-Asterix- en Obelix-games. De XXL's Ah, weet je wat ik speel? Dat is ook verschrikkelijk. ik heb ook een soort Bud Spencer en Terrace Hill-leiding gehad. Oh, ja. Daar een game van gemaakt. Ik heb de Twitch... Ik heb ik, had hem, ik dacht voor in de trein, Dat schijnt verschrikkelijk slecht, hè? Dat is gewoon... Nee, dat is... Nee. Dat is, ja, dat is gewoon niet goed. Maar, maar hier, dit zijn de dingen die ik heb. Ja, ik kan het natuurlijk niet lezen me, zonder bril. Maar dit is al... Dit is Donkey Kong of zoiets. Monster nee, Hunter Rise. Donkey Kong Country is, Tropical Freeze. Dat kan niet spelen. Dat is best ja. te moeilijk. Dat is... Uh, Eén hey, Pokémon Snap. Pokémon Snap, ja. Yeah. Uh, Zelden. Daar heb ik ook veel gespeeld. Oh, die is zo so cute, hè? wat, dat, dat snapte ik. Dat kon die ik. Een Game Boy game of zo. Nee, ja, de Link's Awakening ja. Uh, ja, remake. Link's Awakening. Wat ja. is dat? Adam's Family was een op Geen rol. Garfield Kart Furious ja. Racing. Ah, ja. Van oh, racing is so oh, weet je wat? Even... Wat ik ook heel veel gespeeld Wat verschrikkelijk is. Op uh, 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 PlayStation 2. Uh, uh, Star Wars Bombad Racing. <laughs> Bombad Racing? Of zoiets. Racing. Ook een soort race spelletje. Oh, ja, ja, ja. Slaps and Beans. Dat is het, hè? Huh? Ik heb al Episode 1 ah, yeah, racing Dat is het. Dat is ding. Yeah. Yeah. Slaps and Beans 2. Oh, my... Want well, de Slaps and Beans heeft een no subtitle. Ja, yeah, dat is uh, Lego Incredibles. Destroy All Humans bij Alien, dat vind ik ook leuk. Ah ja, die is nogal fan. Ja, 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 echt nog veel games. Super ja, ik heb oh, die 3D All Stars. Maar ik heb die allemaal niet ja, 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 ja. gespeeld. Hè? Dus en, en alleen deze heb ik veel gespeeld. Pokémon ah, Snap. Ah, Old World, ja. That's Strange's Wrath. Ja. ja. Dan ga ik zelfs. Graag moeilijk. Als, als je behendig moet zijn, dan kan ik het niet. Ja. Ja, als je snel moet zijn op iets, je. Of gewoon je fuck is deze. <laughs> ah, ja, dat is dat. Dat is Geweldig. Ja, ja, hij moet gewoon weg. Zover ben ik niet geraakt, hoor. Dit is, een andere, dit is een andere versie dan die in mijn uh, dingetje zit. Dit ziet er al beter uit, vind ik. Dat ja, is de tweede, denk ik, ja. Ah ja. Of dit is de originele, denk ik. Maar ik wist niet dat dat, ik bedoel, niemand kent dat toch nog best Nee, ik he? snap ook niet waarom dat ze daar dan zoveel ja, tijd mis, hebben ingestopt. He? Het dus ziet er nog nee, nee, niet slecht uit, er is echt wel duidelijk werk ingestoken. Maar inderdaad, voor wie is dit? Ja, ja voor mij dan of zo. Ja, ja ik denk dat is ook gelijk voor. de drie kabalhelders. Vorig jaar is er ook zo'n game uitgekomen van de Ninja Turtles. Dat er ook echt uitzien gelijk de oude ah, ja. Ninja Turtles. Ook, uh, voor ja, dat Switch. kunnen ze ze kunnen nu die, die tegenfilmreeks, ze kunnen ze gewoon ja. speelbaar maken. Ja, maar ja, dat zou. revenge. maar dan is, dat is ook al voor. Welk jong kind wil? Ah, die is als ook als je, als, je, als, je als je Netflix hebt, is dat ook gratis op je GSM. Trouwens, als je Netflix uh... Hè? Ja ja. ja, ja, ja. Als je Netflix op... hebt, is er een ja, game als, gratis. Als je Netflix op je GSM hebt staan, daar er is het dan dus dan een games op, hè. games, Echt? Ja. En die zijn Allemaal free, gratis games, zonder reclame daartussen. En zo. Dat is gewoon ja. leuke games. En, en dat hey, zijn dit just... is er dus Blijf één. Blown. Dit is er dus één van. Ah, ja. ja. En dat is, ja, Turtles in Time uh, van de, is, de Super Nintendo destijds. Gewoon de, van een nieuwe, dus. De Spiritual Successor. Yeah. Ja. Maar, dus, okay. maar als je Netflix hebt op je. Op je ja. Maar, heb je Netflix op je staan? Nee, niet op mijn gsm. Nee, wat dus ik ja, kijk maar je, je moet. Netflix dus dit dus, is dus echt allemaal dus games van hier: uh, Narcos. Narcos. Oh, okay, hoe ah, ah Valiant Hearts? Ah ja. Dat is een heel goed spel. Dus op Netflix hadden de. Ja, ik stond op mijn kids account, dus misschien best een keer switchen. Ga <laughs> weer op je kids account. Van ik kijk naar Peppa Peppa De filmdat is wel meer. Dus ja, comedy is trending now, bla, yeah. bla bla bla, en dan plotseling mobile games. Too Hot To Handle, Valiant Hearts, Crypte, SpongeBob. Valiant Hearts is ook wel echt aan de rand, jongens. Jezus, dat wist je. Valiant Hearts no, is heel goed. Maar een... er staat het er al lang op, even? Het okay. staat, dat staat dat er al een jaar lang. of zo op. Meer dan een jaar, denk ik. Shredder's Revenge. Twelve, awesome. twelve Minutes, die zouden echt moeten spelen. als met Willem Dafoe. Um, dingeske... Allee, uh, 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 hoe uh, heet hem? James Paul. McAvoy. Oh, And, yeah. uh, Zit het er dan in? Ja, James Mo. McAvoy is een hoofd. En dat is eigenlijk gewoon een soort van... Er komt, komt iemand aan die deur. En je leeft gewoon altijd dezelfde twaalf minuten. Oké. Okay, en je uh, moet gewoon. Day. Eigenlijk yeah. ja, inderdaad. En je moet dus ook als je vermoord wordt, het begint opnieuw. Ah, dus ja. je moet eigenlijk echt zien hoe, hoe het verhaal te ontrafelen. Ja. Het is een heel speciaal game. En het, de, 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 het is heel cool, want het is ook altijd gewoon van zo uh, top-down. Dus je hebt zo echt het gevoel alsof je gewoon mee zit te kijken in de appartement. Een heel speciaal, heel speciaal spel, speciaal maar dus gratis. Speciaal is ook. Ja, van die van is Altijd diezelfde Oké. Dus dat is het. Het ja. Ja, ja de ja, dus, okay. dus shining natuurlijk, ja. verwijzing al direct. Ja. Uh, maar dus, het speelt zich gewoon af. van het moment dat je door die deur gaat, dan ga ik er daar niet meer buiten. Kunnen mensen dit ook zien? Ja, ja. ja, zo, ah, dus ah, dat ja. Het is een de... tweede scherm naar de camera toe. Ja. Ah, die ziet de tafel. Dan maakt het mij gemakkelijk om dat niet te moeten monteren. Nee, ja, ja. in we elk Dus daar van het moment dat je die dus deur kijken. binnen gaat, begint die klok. En nu is het gewoon van: Ah ja, je zit thuis, je vriendin staat in een douche. En... Ja, kijk daarnaar, man. Ja, ga ik niet binnen, ik. Ah ja. Oh, hier is ze dan. Oh nee. Nog ah, rap, ja. En, dan, en dan, dat is het dan. En je kunt zo bepaalde conversatie, en dit en dat, maar om een duur het echt een puzzel van. Hoe ga ik hieruit ontsnappen? Okay. Het is echt wel iets. Het is echt heel goed gedaan. En dat is ook zo'n game die op die Netflix-dingen. Ja. 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 Dus die ja. kunnen gewoon op uw gsm spelen gratis. Spelen jullie, ook spelen jullie mobile games? Dit soort dingen speel op ik hier wel eens op. Uh, ja. Ik heb heel veel Marvel Snap gespeeld. Marvel Snap, dat ken ik zelf. Marvel Snap is een, een card game. Dat je gewoon een dek ah, moet ja, beelden ja, ja, ja. en dan tegen elkaar vechten. en dat zo'n matchje duurt ja, maar een paar ja, ja. minuutjes. Of zelfs nog niet in één minuut. Ik heb een Steam Deck. Dat is het equivalent van een Switch. Maar dan met computers. Yeah. Veel krachtiger. En daar heb, ik, daar heb ik echt coole games. Een ah, ja. staat er bijvoorbeeld op. No. Spirit. En hebben jullie zo'n Pokémon. Uh, 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 zo, dat je buiten Pokémon's moet vangen? Ah, Pokémon Go. Go. Go? Niet ja meer. Niet. toen niet toen meer. dat dat uitkwam ja, even is gespeeld ja, dan moet je er zijn mensen komen. die dat nog altijd ja, spelen ja, ja wordt, ik heb er er stond ik er, stond ik nog op peron aan de trein ik zag iemand het spelen mijn, ja? mijn zus ja. constant in auto dat is eerste wat hij doet ja. kijk nogtans er iets in een is. auto dat is een beetje tijdens rijden. nee maar ja. zij stapt in ah en overal waar ze komt kijken uh, of er pokémon ja. zijn in uh, Welcome to the AA met Wim Willaard was je bezig over een game over zo zielen ja. en dit en dat Spirit Fair ja. was dat uh, dat staat ook op die Netflix en dat is echt ook gewoon over maar oké okay, dan wil ik netflix niet leren ergezen, ja maar, puur voor de games ja het is, het is ook wel checken, ja. het, het feit dat mobile games zijn zonder reclame dat er niet constant ja, ja. onderbroken wordt dat, is die, dat de, met die vloeistof dat is echt... Uh, oh. Vreselijk, hè? Wat? Ik durf de, al zo'n keer de Pro, zijn langer pro dan de. Wat zeg je? Ik durf zo'n keer de Pro kopen. Zo. Ah, ja. oh, een okay. euro geven van fuck it. Die reclames ja. moet ik niet zien. Ja, ik Wonder eens, but Forever was oh, geweldig. Ja, Als ik een al je dat oude, wijf, dat oude wijf in, die hui, in dat huis uh, moet zien, dan word ik gek. <laughs> <laughs> maar af en toe denk ik van, oh ja, misschien wil ik dat spelletje. Op een gegeven moment dacht ik van, ah ja, die auto's die, moeten, die van de parkeerplaats moeten afkrijgen. Misschien is dat wel iets van... Dat is ah, helemaal ja, ja, ja. niet leuk. Ja, de Road Rush of wat was er... Is die game van, van Stranger Things, eigenlijk decent? Ik weet het nee. nog nooit. Er staan er twee eigenlijk. op. Er is er ah. zo. Ja, Want ik zijn okay. wel echt. Zijn er eigenlijk op. nog Blade Runner spelletjes behalve dat ene? Er zijn er een paar die wel heel geïnspireerd zijn. Je hebt zo Beneath the Steel Sky is een game van vroeg jaren '90, waar daar vorig jaar ook nog een sequel op gekomen is. Maar dat is geïnspireerd. La... Die, dat is die letterlijk de Blade Runner franchise. Nee, maar als je het zou zien, dan zouden we wel denken van. Uh... Maar dat heeft wel dezelfde soort uh, speelstijl als de Blade Runner game als is dat... goed zeiden is Ferris Bueller After Game. dat je zo een dag <laughs> Hoe goed zou dat zijn ja dat was ook een game een parade van de meegaan. ja nee, zo al die dingen dat zijn allemaal dingen die je moet Billy doen. ja dat ik was he, ik heb die maar een paar jaar geleden pas voor de eerste keer gezien en valt het dan nog mee als volwassene ja, ah, ja uh, toch wel ah, dingen okay. wat minder um, Breakfast Club yes Breakfast Club dat was al tien jaar alleen dat ik dat gezien, heb, natuurlijk. Maar, maar mijn vriendinnen ook zoiets van: ik vind dat maar niks. Ja, je moet dat wel zien als een tijdgeest. Als je dat ziet als dat tiener filmen, op dat moment. Ja, maar uh, uh, ja. Ik heb die ook als op school verplicht gekeken. Ja? Dat is, die, dat is die strafstudie hebben. <laughs> ja, en dit is niet de Steel Sky. Ah ja. Dus dat was ook zo'n Blade Runner geïnspireerd. Ja, ja, ja. Spel. een je in een soort zelfde soort. Uh, ja, als je dan zo in die stad buiten komt, dan is het ook in zo'n uh, meer zo'n. Uh, hmm cyberpunkig wereldje ja, ja, ja. ja cyberpunk is dan natuurlijk ook weer zo'n Dune, Dune mis... heeft trouwens ook games ja ja daar komt ook een heel nieuwe van oké okay. een MMO een Avatar ook kreeg je ook een game van Ubisoft ja, ja. de nieuwe Avatar hè? ja niet de ja. anime uh, ah, ja ja de anime Ik kan, heb je de, de Avatar yeah. anime ooit gezien nee the Last Star, Airbender the Last ah Airbender. Ja, jawel ja nee nee ja die film dat is even de slechtste ja, die ja film. de film ah. is uh, vreselijk ja, okay, de man. serie daarentegen. Uh, ah ja oké okay, je nee, hebt wel gelijk so, anime live action verfilmingen Nou, werkt niet zijn nog slechter dan Corri Dragon Ball Evolution dat is oh, mijn oh, guilty pleasure dat is gemaakt over wat vinden we de slechtste films kwam die die Avatar Airbender film en die Dragon Ball dat is wel een van mijn guilty omdat die zo verschrikkelijk slecht is. Ik lig daarmee strijk met ga ja, slecht, Maar ik had natuurlijk niks met die... Nee, met de, met maar daar zitten zo'n rare dingen in dat bro. gewoon hilarisch zijn omdat die zo raar zijn. Ja. En dat, 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 dat je denkt van, wat is dit voor een feverdream? En dan is dat een guilty pleasure. Ik vind dat, erg dat je daarop haat, ergens. Ik had daar zoiets ja. zo met Dragon. Ik weet niet meer wat dat was. Double Dragon? Nee. Double Dragon. <laughs> daar was ook een film van. Toch... Ja. En dan heel veel mensen aan The Room ook als slechtste film. Dat is hetzelfde, hè? Ja, maar dat is gewoon... Ik heb hem nog altijd niet gezien, Ja, oh, dat is ook niet zo goed. Weet je, kijk gewoon op zien. YouTube die zeven minuten versie ja. en dan weet ja. je genoemd. Oh, hi Mark. Ja, voilà, ja. Je dat is ook de eerste dat je eerst ken. Oh, hi Mark. Maar ja, ja voilà. de John Tron yeah, heeft daar een video talk talk over, talk. over gemaakt en dat dat de beste scènes uithaalt. Ja. En dat die, die moeder daarvan de beste actrice is heel die film, omdat die zo ah. genuin overkomt als zo een no make. true, I have cancer. Ja, precies. Maar ja, een disaster artist. die disaster artist film is veel leuker dan die film Is veel leuker, ja, ja. Dus ja, voilà. Ja, um, goed, een Levensvraag. Ah, nee, ja, zeg maar. Je nee, nee, wel een levensvraag gaan we afronden. Ja, oké. Okay, binnen tien jaar heb je dus iets fuck de Joker. Zo, nu al, maar <laughs> Binnen één jaar zegt je fuck de Joker. Ik er ja. ermee. What's next? Geen idee, man. Geen idee. Uh, uh, uh. Trouwens, eerste keer dat ik ooit naar de Joker Wou komen, fuck Antwerpen. Dus ik woonde bij Chinatown. Ja. ik stond daar op, die, op de op de op de grote baan nog toen wat, nog niet uh, van, van Chinatown stappen, dan hebben ze de leier, ah. De, de, de leier gewoon, Toen ja. dat nog open was. Ja. Dan heb je daar de Joker um, de Travel Agency. Ja. Echt, ik stond in mijn laar, dan moet hij toch herzien. Ah, nee, samen Joker, Joker. En, uh... en dan is het echt nog een pokken eind wandelen, ze mat. <laughs> wow. Ja. Dus zeven minuten. Ja. Nee, dat is toch lang? We gaan naar Michels. dat uh, 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 die was ja, ja, Het ding ja, is: William had gevraagd. Ik moet daar uh, impro doen of zoiets. Ik ga ah, ja. af. was dus ah, even je... ja. 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 Oh, ja. Oh, ja, ik zei tien jaar geleden. Dus, ja, ja, ja. dus ik stond daar. Fuck, we gaan te <laughs> laat zijn en we gaan gehackeld worden. Ik ken het ze van die en, en ja, ja, zeik. die als laatste binnenkomen, natuurlijk. Ja, ja. Ik ben veel positiever in mijn hekkels. Ik zeg wel dat je er raar uitziet, ja. maar die, uh, nee, ik ben, ik ben niet meer zo... Uh, ik ben gewaterd, jongens. Het ding is, mijn uh, vriendin is iemand, die, die wil niet eens op foto staan, snap je? Ja, dus ja. die, die wil niet in de aardappel. Dus die had ze ze hoe gaan we nog binnen, of wat? Ja. Ja. Die gaan we ja. ons kapot maken. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. Dat is, uh, zeker niet meer in per avond. Die mensen op het podium zijn achter elkaar dan... Uh, nee, oh, dat is wel zo. Het <laughs> mist... Het pijnlijke dat je ooit bij mij gedaan hebt. Ja. <laughs> nu Want... komen de trauma's, jongens. Ja, trauma, nee, ja, nee, dat, dat, je dat, je dat, dat was. was heel terecht ook. Hè? Dat was uh, bij de, de stand-up-cursus. Uh, ja. Was er zo, like, de eerste les zo van: breng dit. En dan tegen de tweede les, oké, okay, breng je opening minutes. Ja. En ik zei, van, ja, maar nu moet ik iets nieuws schrijven. En ik had zo al maanden gedaan over die, die drie minuten ja, dan camera. En nu ja. moet dat in een week iets nieuws schrijven. Dus dat, dat was bocht. Uh, ik weet al sinds dat er zo één joke was dat jij echt zo klaar waart om recht te staan en weg te gaan. <laughs> dat jij zo, aan je gezicht zo... Godver. <laughs> zo wegdraaide. Zo, echt, van cool, die ga ik schrappen. <laughs> ja, ik, ik, ik ben gepassioneerd. Er niet passie. Dat is lastig. Ja. ja, want dat vind ik nou wel gek. Is, eh, je hebt wel... MC, MC is een beetje meer op. opwarming. Ja, ik, ik wil dat, jo, ik, Meer omdat het moet. Ik kodder het aan. Ja. ja. En soms duurt dat wel langer dan gewoon. Ja. Langer. <laughs> als de mensen het niet leuk vinden, vind ik het vaak erg. Ja. <laughs> als, als ik voel, dat nou, ze moeten me echt niet. Ja, ja dat is graag. Dan, dan ga je. Die die soms zo bij de mossel, erbij. als het een live is en ze hebben zo die intro er uiteraard afgekapt, dan, dan hoorden ze al van die sfeer is daar al een beetje weird, want er is al van alles gezegd. Ja, dan, dan, heb, ik al, dan heb ik al, wat mensen. Ja, Ja, al, ja toen, eh, toen dus. wij daartoe kwamen, ze van... alright, we hebben twee versies van Fokken dat we kunnen krijgen. Terwijl de hyperactieven. Uh, beledigende of de beleefde. En dan hebben ze like, de, de mix van de twee gekregen. Hij ja, wordt ik... super recreatief, maar beledigend tegen het publiek en beleefd tegen ons. En wij zijn dan weer, well, this is fine. Ja. <laughs> nee, ja, ja, dat hangt gewoon. Ja. Weet je, het, 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 waarom ik geen comedian ben, is op dat. Als, als ik geen. Uh, ik kan dan niet. Ik ben wie ik ben. Dus ik kan niet in dat andere personage. Ik ben gewoon. Moet dat dan? Wat hè? Moet dat dan? Ja, je, nee, ja als, jij, als jij op een podium moet staan, verwachten de mensen een bepaalde. Uh, Grappig zijn, zo. is iedereen. Me. Ja, ja. Lijkt dat is een Michael van Veel bijvoorbeeld, dan lijkt me echt dezelfde persoon dat hij is en tegen. Nee, 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 die moet, je, moet, maar je moet op podium wel iets reproduceren. Je moet op podium wel reaal. jou uh, 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 dat in die uh, emotionele, emotionaliteit doen waar dat stuk nodig heeft. Ja. En dat moet je kunnen oproepen en kunnen reproduceren. En als ik slecht gezind ben, kan ja. ik niet goed gezind spelen. Ah, ja. Ik ben gewoon één op één. Nee, dus, nee. Dus en, en soms in Live in de Joker, als ik echt niet in mijn goede doen ben. en dan er en we en en alcohol op. dan vind ik mezelf heel onaangenaam. Maar dat, ja, dat is dan. Ja, ik ja. heb dan even niks. Ik kan niet schakelen. Ja, oké. Okay. Yeah, ik ik guess, ben yes. gewoon wie ik ben. En dat is. Uh, 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 sommige dingen goed. En, en, en feedback geven. En ik ben heel eerlijk. En als ik het goed vind, zeg ik dat het goed is en slecht is. Maar ik ben daarom ben geen comedian. Omdat ik, die, die, ik kan niet iets oproepen wat ik op dat moment niet bezit. No. Makes sense. Ik denk, oh, denk ook wel dus dat we ja, dat Dat fake enthousiasme kan ik niet. Nou, dat, maar je hebt dat ook met dingen, hè. Uh, als je moet een tekstje voorlezen in de camera of een de intro doen van Gamecast, dan heb je ook zoiets van, oké, okay, dit is de tekst dat ik moet zijn. En dan begin je daaraan en tegenover je dat zoiets van fuck, t, uh, ja. T, kom. Ja, dat is moeilijk. Bij mij dat is ook moeilijk. moet dat gewoon allemaal... Uh... Ja, ja, ik ben ook... Eh, ook zo Als ik zo een filmpje moet inspreken of voor iemand anders, of zeg ik weet van wat? Ja, meer dan twee keer ga ik het niet doen, want het wordt niet beter, hoor. Ja, <laughs> nou. ja, ja. ja. Uh. ik heb dat met, met, met presenteren en, en acteren, is zo ver uit elkaar, omdat met presenteren moet je een tekst brengen, ja. in joviaal. En met ja. als acteer moet je soms die, uh, een tekst brengen in een sfeer dat dan natuurlijk aanvoelt, alsof dat, dat iets is dat je normaal zou zeggen, in dezelfde intonatie. Ja, ja. Op het ja. moment dat je, je you know, moet je sad voelen, happy voelen, anything, dat, dat, dat je op dat moment misschien niet voelt. en dat is was fucking lastig. Ze, soms dat is dat, dat geloof ik. Maar ja, dat is het job hè. Dat is het job op zich hè. Ja. No, no. Ja, het is cool dat je dat aspect eruit doen, want eh, mijn vraag was wat doe je na de joker? Zou je daar verder op focussen alles van het comedy? Uh, dus het uh, gevoel van ik ga op een bepaald moment John Cleese worden. Ja. <laughs> ja nee, ik bedoel. Nee, ja. dat zou best goed. Nee, kijk, je moet inderdaad zorgen dat je dat je, je connectie met wat er in comedyland gaande is niet verliest. En niet denken dat wat jij doet, dat dat... Kijk, je moet openstaan voor nieuwe, nieuwe mm. indrukken en, en, en nieuwe uh, vormen... en nieuwe comedians en nieuwe uh, manieren van doen. Kijk, uh, ik heb het heel lastig dat Aced een comedian zou zijn. Maar oh, ja. ik, la, laat ik het nuanceren en zeggen, uh, stand-up comedy. Ik, ik hou me bezig met stand-up comedy. Ja. Uh, uh, en als we vinden dat uh, uh, contentmakers ook comedians zijn... Oké, okay, dat mag dan van mij... Maar dat is dan geen stand-up comedian. Mensen die mij een comedian noemen, dat ben ik niet. Ik ben geen stand-up comedian. Want ik, dat, dat vind ik iets anders. Ik heb al heel vaak gedacht aan de, de soort humor dat er op mijn TikTok te vinden is. Dat ik dacht van: ah, mij, moest Fokken dit zien? <laughs> of moest, moest er iemand van Comedian dit zien? En denken van: is dit nu wat dat publiek grappig vindt? Ja, maar dat is ook. En dat, dat is bag, en, en, ja. en iedereen mag lachen om wat hij wil. En, en dat is een humorist. En Voor mij is stand-up comedian. Hetzelfde als comedie, maar dat is niet zo. Dat is, nu, dat, is, dat is duidelijk dat door YouTube en Twitch en dat soort mm. dingen dat, die, dat, die, dat dat verandert. En, en dan moet, moet je niet proberen tegen. Je moet niet zoals John Cleese denken dat, dat jij was fucking 50 jaar geleden relevant. Ja, mm. nu niet meer een gast. Ja. Uh, 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 ofwel ga je mee met wat er gaande is, ofwel uh, ga je in die retro dingen ja. zitten, maar niet denken dat je nog. Uh, relevant... En wat heb je het gevoel dat jij naartoe aan het gaan zit? Ja, ik, ik hoop dat ik nu nog een beetje uh, mee ben en er wel voor opensta. Ik ben iemand die. Uh, 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 juist nieuwe verhalen wil horen. Eh, ik, ik zeg het, die, die tra transseksuele comedienne. Uh, ja, dat zei ik. Denk van, ja, dat heb ik nog niet gehoord. Kijk, een of gast van de Ragassa 35 die gaat zeggen dat hij uh, dat vader is geworden. Ja. ja, daar ken ik al. Daar ja, heb dat ik alle vormen al van gehoord. Ja. Yes. Maar, maar, maar uh, iemand die. Uh, Zeg, op het die uit Rusland komt... of iemand die ja, gewoon een ander verhaal heeft... ja, daar ben ik, daar ben ik geïnteresseerd. En, 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 en ik ga ook... die mensen kan ik helpen. Iemand die dat via YouTube of via Twitch wil vertellen... ja, dat is niet mijn... dat is niet mijn, ja. uh, mijn wereld. zelfs die... als er eigenlijk ook bijvoorbeeld improv comedy... eigenlijk ook een compleet andere gegeven ja. ja. Dat is een heel andere Dupen. gegeven. Ja. En ik, ik bitch daarop. Maar, dat, dat hoort, maar ik laat het wel eens doorgaan in Joker... want ik vind niet, omdat ik het... Ja. Omdat ik daar een bepaalde beelden heb, dat daar die niet, niet. Dat wordt er nog altijd thuis ja. in En de dus Joker. Het publiek zit daar ook anders tegenover. Hetzelfde ja. met TikTok en andere dingen. Dat is ook een andere mindset. Dat is een andere je... platform. Ja. En, en die platformen zijn dingen. En ooit. En ik heb wel soms. De, uh, ik ben geen comedie. Nogmaals, ik ben geen comedie. Maar ooit denk ik wel van. Ik heb wel dingen te vertellen. Dus ooit ga ik misschien alles wat ik ooit wilde vertellen. eens één keer ergens vertellen dat ik het, van me, dat ik het uit mijn systeem heb. Wat ja. ik voor je zie. Ik zal het gewoon zeggen. Nou ja, maar ik zal ik noteren. Ik wil <laughs> nee, nog goede nee, tips. Nee, nee, maar bijvoorbeeld, je hebt uh, een interview daar met Erik van Looy. Hij had een nieuwe show. Dat ja. hij zo zowel footage liet zien. en daar is in dat, dat overzicht. Ja. Exact dat. dat format lijkt me ideaal. Ah ja. Dat Alleen, ik dat zou doen. Ja, zoiets. Ah, hè. Ja. Gewoon. jij wilt gewoon wijzen naar iets. en je wilt daar drie zinnen over roepen. of huilen of wat dan ook. <laughs> ik maak samen met uh, Sven de Ridder en, en Brick van Dijk. Maken wij Bob, uh, hebben we Bob aan het oog gedaan. Dat was een uh, voorstelling zo. over uh, Tony Bell. Uh, uh, kijk, toen ik met de Joker begon, was het stand-up comedy, stand-up comedy. En ik vind nu juist al die andere vormen, zo dat moppen, die, die, die oude. Ik, uh, uh, dat heb je misschien ook dat je, als je in iets verdiept, dat je ook wil weten waar komt het vandaan ja, hoe, ja, hoe, ja. hoe zat dat vroeger? In? dat zou misschien de games ook wel zijn. Sowieso. En uh, ik denk van ja, dat komt allemaal uit een voor de viel En moppen en Tony Bell. En, dus we hebben een Tony Bell voorstelling gemaakt. Samen met Brick van Dijk en Sven de Ritter. Moppen aan de toog. En voor de pauze liet ik wat fragmenten zien, dingen die ik echt. Uh, van uh, internet, maar ook van DVD's en hmm. zo. Uh, een filmpje uit 1949 van Tony Bell uh, liet ik er zien. En dan zien. Uh, uh, en dan vertelde die andere boy's moppen. En ik weet dan inderdaad, kijk, dat is Tony Bell in 19 zoveel. Die heeft in een aflevering van Samson en Gert heeft die, uh, meegedaan. Uh, uh, dat plaatje een stukje, uh, liet, ik, liet ik een stukje van zien. En, en, en dat vind ik ook heel boeiend. En ik heb ook een voorstelling gemaakt over uh, over een uh, uh, soort freedom of uh, over Lenny Bruce en uh, freedom of speech en uh, mensen die dat heb ik in de aarberg. En, en, en dan ben ik eerder een soort moderator. Wat ja. ik tijdens podcasts misschien ook doe. Over dingen babbelen. Uh, 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 hopelijk ken ik er iets van. En pak ik mensen mee om over iets te babbelen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En zo, ik wil uh, in 2024... ga ik een Robin Williams tribute uh, oh. doen in theaters. Ja. Omdat ik... Uh, ik ben een enorme Robin Williams fan. Uh, 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 ja, ik denk dat, dat, uh, dat is een van de weinige mensen... die ik daadwerkelijk nog mis of zo. Ja. Dat da, 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 ja, da, da, was da, heel uniek. Dat is dus een uniek personage uh, een, een mooie mens van binnen. Oh. Ja. Als je die filmpjes ziet met die gorilla dan ja. dan breekt je toch. Maar met zijn dochter, dat is ja. zijn dochter heet ja. Ja, ja. ja. En, en, en hoe, hoe die hoe zo verliefd dat je ik bedoel op een hè, ja, een die ja. ja. verliefd dat je dochter. Kan, ja. Zoveel houden daarvan, kwam dat, kwam dat ik dat bezat zoveel ja. liefde voor iets of ja. iemand. Dus ik ben, ja, ik ben ik zo'n mooie man en zo onuitputtelijk talentvol. Heel veel mensen weten niet dat zijn grote voorbeeld Jonathan Winters uh, is. weten heel veel mensen niet. Dus ik, ik, kan, daar ja, ja. ik kan daar wel iets over vertellen. Dus hij heeft... Morgan Mindy was even de eerste ding die hij deed. Yes. En daar wou hij mee stoppen. En in het vierde seizoen zeiden ze... Ja, hoe, hoe krijgen we hier, nu, hier nog... Hè? Morgan Mindy is eigenlijk geboren uit Happy Days. Ja. En dan hebben ze gezegd... Ja, hoe, hoe krijgen we jou toch nog... En zeiden van, ja, dan moet, dan moet Jonathan Winters meedoen. En, dan, en het virus trekt geen hol, maar dat doet Jonathan Winters mee. En Dat is een soort improviserende comedian van ja, een generatie voor hem, of twee generaties voor hem. Ja, die voor hem heel belangrijk is. Want heel veel mensen, eh, ik heb ook een Bill Hicks review gedaan. Bill Hicks is een heel belangrijke comedian, maar ook die heeft zijn achtergrond. Die is gevormd door Sam Kinnison. En ik ben een enorme Sam Kinnison, een hele kwaai, beetje tragische figuur. Ja, ik vind Sam Kinnison veel interessanter dan Bill Hicks, maar dat doet, maakt niet uit. Bill Hicks komt ook ergens van. Dat, no. Dus alles heeft een soort voorbeeld. Ja. En, en, en met, met Robin Williams denk je... dat je kunt comedy laten zien. Je kunt dingen uit films laten zien. Ik bedoel, uh, 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 iedereen kent... Um, uh, Dead Society. Maar uh, ja. uh, uh, Good Morning Vietnam. Good morning, good morning Vietnam is voor mij... het dichtstbijzijnde... dat Robin Williams op het scherm... en als comedian samenbrengt. Mm. Die stukken dat hij DJ is... Yeah. dat is... Dat zijn van die, ga maar, doe maar. Ja. Uh, Aladdin. En Aladdin is fantastisch. Ja, ja. ook. Oh, is... Mijn generatie is uh, Flubbish en <laughs> Jumanji. Ja, maar ook ja. goed. Jumanji is wel, echt. Ja ja, een ding ja. Is ook, eh, ik ging zo snel van Flubber en Eddie eh? Murphy, maar dat is die ander uh, ja, dus is... Ik haal die twee altijd door elkaar zo Doctor Doolittle en die een andere serieuze film had hem nou ook had Final Cut of zo uh, uh, ja en en hem uh, uh, die fotograafontwikkeling... nee dat is wel nou een foto daar, daar zijn, op die DVD moet je dat is een serieuze rol daar speelt hij ja. een beetje creepy uh, uurfotograaf die hmm. uh, familie Stalkeren, gaat stalken ja en daar laten ze beeld van achter de schermen zien. Dat is heel mooi gedraaid. Dus Mark dat is een soort uh, videoclipregisseur die dat gemaakt heeft. En, uh, en dan, uh, dan zeggen ze kut. En begint hij gewoon flauwkult te doen. Ja. Dat is ja. waanzin. Want dat is een creepy eng gast. Maar letterlijk tot kut. En dan is dat de liefste braafste leed, leed man echt. ooit. Ze is een fantastische mens geweest. Ja, ja. Okay. En ik en zeg al, het. Dat is een en van er de mijne mensen. Al die, die, al die verhalen dat je dan nadien ook hoorde van... Mensen die daar ook door, da, da, op een restaurant zitten, na een begrafenis of zo, allemaal in kostuums. En hij komt toevallig langs en probeert die mensen gewoon even ja. op te fleuren. Hij ja, ging he? ook heel vaak naar children's Hospital en dat oh, soort ja. dingen, zonder ja. dat dat allemaal geweten moest zijn. Dat is oh. gewoon een oprecht fijne man. En hij is gestorven in 14, denk ik. Dus volgend ja, jaar is tien jaar uh, 18, dood. Nee, en dan wil ik daar... Uh, en er zijn, dat, dat gaan we doen in... Uh, maar dat is, februari, dus letterlijk over een jaar ik moet dat, dus ik ben er nog niet bij vijf voor twaalf brillen natuurlijk ja, ja, maar in februari, maart uh, 24 doen we dat in uh, Geel en Antwerpen ja. ja. oh, ja. sowieso ja. Sweet. Sweet. ik ben daar het, het dinget, uh, met comedy en dergelijke kan dan nog redelijk ver terugge, allez, teruggetraced worden, we hebben gezegd van dat 1940, uh, 1940. Ja. dat gaat redelijk ver, wij met games en onze geschiedenis uh, dat start in de jaren 70. En dan is dat heel ja. pril. En dan de grote boom in de jaren 80. En zo wat weird shit in de jaren 90, Maar dat, is, dat maakt het zo ja, wat is natuurlijk het zo van Ik heb letterlijk het begin meegemaakt. ja, ja. ja als, als je videogames... Als je videogames maar... ja. video uh, uh, pakt als dat, dat het startpunt is. Want videogames is natuurlijk gewoon maar een verderzetting van games. Ja. ja. Maar videogames ja. is wel... Ja... Het is begonnen met ja. een kerel op zo'n osculo... uh, oscillator. Ja. oscillator. Die ja. gewoon zo wat dingetjes liet bewegen. Daar is hij mee gestart. Ja, ja, tennis 2. Of... Ja, well, ja. ja, dat is en... gewoon een tennisgame dat hij had gemaakt op een oscillator. Ja. Dat is de allereerste game en dat is al jaren 60. Dat, ja. Ja, 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 ja. dat is ook zo iets dat ik heel vaak mee gespeeld heb. In, in, uh, met dat gezicht van comedy over games, dat dat hetgeen is waar ik het meest van ken. Ja. Um, en ik heb al heel vaak met ideeën gespeeld om, om ook zo er is een, eerder een vertellende dingen te doen met, met voorbeelden. Maar dan allemaal zo fucking voorbeelden, hè. Met slideshows en om dat op open mics te gaan doen van, kijk, dat was het vroeger. Well, ja, dat is, dat dat is wel la dan, dat is tam, lastig he. om, om uh, op open mics en op, op kleine podia te ja, doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, uh, uh, ik denk dat als jij... Uh, ja, vertel over wat je kent. Mm -hmm. hè, uh, uh, de platformen uh, uh, dat je kent. Ja, de, 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 de tips die, wij, die ik altijd Bas ook, die wij aan comedians geven, is die ga, Zeg niet wat je denkt dat de mensen willen horen. Vertel wat jij wilt vertellen. Ja. Want dat is authentiek. En dat is iets wat iemand anders niet kan vertellen. En als jij een bepaalde know-how hebt, of uh, uh, levenservaring, of iets hebt meegemaakt. in jouw geval, ga, als games jou, jouw leven is. ja, vertel over games. Vertel dus... over hoe jij, wat jouw eerste keer. Vertel over. En jullie hebben heel veel kennis van zaken. Uh, uh, ja, dat, dat, dat kan boeiend zijn. Maar ja. als je dat wil laten zien, dan is dat op kleine podia heel lastig. Ja. Ja. Maar het is niet voor niets dat we hier al onder 43 episodes zitten. Ja, en want, dat was nog een klein vraagstuk Dus het concept van live podcast blijft toch zo nog redelijk niche, terwijl het dat mij bijvoorbeeld heel hard aantrekt. Ja omdat, ik bedoel, iedereen zit mee te kniffelen op een podcast, te zijn auto of wat dan ook. In ieder geval zal dat iets minder zijn. Ja. Um, Pou, ik denk meer dan deze podcast. <laughs> nee, maar, ding is nee, maar ik bedoel, um, het feit dat is het niet een auto heeft Ja, ah, nee, nee, zo, zo. Ik zit ah, op de fiets. Ik maar, maar denk het kniffelen. Ik luister <laughs> naar naar Brian op de fiets. Oh, maar, maar, ja. maar, 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 weet je wat, is? heel veel podcastmakers zijn gezellig onder elkaar. Het element van het publiek erbij is echt nog iets anders. Dat is voor sommige mensen verlammend. Uh, 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 en, en dan word je ook veel bewuster uh, uh, van het feit dat ze al een minuut niet gelachen hebben. En dat is soms echt lastig, een vriend. En ik, ik uh, ga dan soms ook in overdrive. Ik en dat hebben we uh, misschien live ook wel gemerkt. Uh, soms ga ik in overdrive, omdat ik dan uh, een soort compensatiedrang heb. Ja. Uh, maar klein pie -pie allemaal, Maar dat is ook. En dat je. Dat je <laughs> En daar moet je echt mee oppassen. Dat je, dat je daar niet in. Dus een nee. live podcast is ook echt nog een andere, een andere discipline. Omdat ook een podcast iets is dat mensen nooit 100% hun aandacht opleggen. Nee. Ze zijn met iets anders bezig. Ze zijn aan het fietsen, aan het rijden. Ja. Of aan het strijken of whatever. En dan opeens zitten al die ogen daar recht voor u. En dat moet het naar fucking goed zijn, hè, man. Ja? We hebben het een paar keer gedaan. Dus één keer hier. Nou, allemaal stoelen daar gezet. Ja. En dat was weer onze honderdste episode. Uh, en dan hebben we twee dagen op Gameforce Live geweest. En dat is ja. ook gewoon. Oh shit, nu moeten we het wel echt. Ja, ja dat dan moet een is heel ander. En dan durf ik ook wel, het viel wel mee eigenlijk vond ik. Maar... Je gewaardeerd rustig gebleven. Ja, want het... ook dus de, de Smash and Pass toegepast toen. Ja, dat was. Want er is zo'n website dat je laat uh, die Pokémon's laat zien en dan moet je kiezen, gaat je die smashen of liever niet. Ah ja, dat is Fuck kill Mary. Ja, ja. maar ja. ja. dan met Pokémon en want er zijn een paar uitgekozen die echt puur ge zijn. Oh, maar ja, ik oh, zou niet ja. eens weten wat dat dan is. Uh, oh, is, is let's not go, there. <laughs> nee, ja, we is, kunnen het doorsturen. We kunnen de beste doorsturen. Kijk, uh, 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 een interessante podcast. Ja, je, als er mensen bij zitten, dan hopen we toch dat ze lachen. Ja, ja, sowieso. Ik heb het er heel moeilijk mee, omdat soms wil het serieus doen, soms wil ze laten lachen. Iedereen kan dezelfde humor waarderen, omdat wij heel verschillend zijn van ja, ik. Ja, ja. Ja. Omdat wij zijn ook met drie hosts, niet één. Nee, ja. Dat is een groot verschil. Ja, maar uh, ja, als ik kijk, mijn, mijn live podcast is b, b, bijna altijd met, met Xander. Xander is de host. Ja. Ik ben gewoon af en toe de luide Hollander die er doorheen roept. Oh ja, ik ook. En, en, <laughs> uh, maar hopelijk hebben we interessante gasten wel. Ja. Ja. Uh, uh, en uh, die moeten wel kunnen spreken voor het publiek. En dat is gewoon. Kijk, uh, 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 mensen, die, uh, mensen die ik ken die, die maken uh, Universiteit van Vlaanderen. Dat is een, een soort uh, mini-TED-talks van mensen die uh, ja. uh, van universitaire. Uh, uh, leraren. Maar weet je wat blijkt? Die kunnen, dat zijn uh, universitaire uh, professoren, die kunnen niet spreken voor het publiek. Hoe ja. kan dat? <laughs> maar dat is dus zo. Mensen doen. die dat voor hun beroep doen, vinden dat lastig om to the point voor een publiek wat misschien niet heel geïnteresseerd, maar niet heel, die er niet moeten zitten van alles uh, ja. uh, is ik bang examen. Ja. Dus publiek spreken is fucking lastig. En heel veel mensen denken oh, dat valt wel mee? Kijk, ik zeg ook altijd: uh, uh, als wij zo uh, workshop geven, uh, uh, zeg ik ook altijd: uh, uh, mensen zeggen: hé, hey, dat je op een podium staat, heb ik toch respect voor? Daar heb ik niks respect voor? <laughs> niks respect voor? Te veel mensen willen dat. Ja. Te veel mensen doen dat. Heel veel mensen die het niet kunnen, doen het. Open Mic's lopen er vol mee. Ja. Ja. Dat heb ik ook wel wat uh, weirdjes dus gezien. Die oh, die zeggen. Herinner je die, die persoon? En, de, <laughs> nee. bij, bij mijn cursus. Er was één een guy die, die, I don't know, die was high on drugs of zo. En dan de tweede keer dat hem kwam, ze van. Wou het hem precies zeggen? Excuseer van de vorige keer. Want ja, ik wil dat stuk over bestiality toch even verduidelijken. En dat was zijn eerste zin. Iedereen was strijk en ja. hij wist niet eens waarom. Nee, natuurlijk niet. <laughs> ja. Ja. Nee, nee, maar ik voor me... het publiek is echt lastig. Ja. Ja, vroeger zou ik dat verschrikkelijke van hem. Ik zou het nooit gedaan hebben van mijn leven. En dan something klikt, I guess. En dan... Maar, ja, maar je, je voelt toch een bepaalde drang, voel ik. Je, je vindt het leuk, je, je wil dat graag meer doen. Oh, wij doen dat keer vaak. Ja. Nou, wij proberen zoveel mogelijk te doen. We doen live, we nemen op. Ik heb hiervoor ook nog een podcast gehad samen met William. Hij ah, ja. loopt in principe nog, maar ja. We recorden. Dus een keer per maand. Ja, <laughs> ja <laughs> wat is, dat, wat is dat? podcast. Ah ja, ja, ja. 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 gaat daar ook over games. Nee. Nee. Ah. Dat gaat, echt, dat gaat over Ach, niks. Echt niks. Ah, ja. Dat was eigenlijk meer een excuus van, dan komen we samen. Ja, Want we zijn ja. met vijf, dan komen we nog een keer samen. Dat ja, ja, was ook, we gewoon, waren op een begrafenis, en dan was het ook zo, de eerste joke is van ja, je moet een keer iemand doodgaan, dan nog een keer samenkomen. Want we zijn een al een half jaar niet meer samen. En ken jij uh, William van vroeger? Of, uh... Ook van gaming. Oh, okay. We zijn altijd collectors we and... ah, ja, ja. en we wonen altijd in Antwerpen. Ik ken twee... William toevallig van vroeger, maar dat is ook puur van zin. Want we hebben ah, ja. elkaar ontmoet. In Veurne kwam die heel vaak. En... Nee, op Graspop was hij ook altijd door, de, door mijn maten zo geduwd. Hè. Ja, ja, ja. En dan zag ik die wel eens een keer, maar echt zo gepraat en mij nooit. En dan later zo, van, wait a minute, that's that guy. <laughs> so. Ik was, was de heen die altijd moest duwen. De, ah, hij ja, was, ja. ja, was de die moest stuur. Ja, ik heb ze de eerste keer op podium ik gezien, ja. Ja, dat was bij uh, heb ik al vaak gehoord. Hè, ja. Nou, ja. Niet zo goed afgelopen. Jawel, jawel hè. Alleen, alleen uh, 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 denken van ik ga het daar niet over hebben. Terwijl juiste ja, 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 dat juist. Ja, dat zegt hij ook altijd. Dat ja, dan, zo, uh... en, 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 en dan moet je daar ook niet, ook niet in overdrijven. Want het is ieder. Als jij, kijk, als jij een Hollander bent en je, in je twe, eerste twee zinnen. En mensen, ja, dan moet je duiden dat je Hollander. Je moet, je moet. Als er iets aan, aan je uiterlijk is. Of helaas ook gelukkig is dat nu voor. Vroeger, als je een vrouw was, moest je. Een beetje Ja, ik weet dat ik een vrouw ben. Nee. Maar dat hoeft gelukkig niet meer, want uh, Amélie ja. en Jade en zo, die hebben dat, dat, is, dat is gelivileerd. Godzijdank, um. dat zijn we gepasseerd. Maar dat is nog niet zo lang geleden. En mm. bedoel, doe alle vrouwelijke comedians oh, op. Uh, twee. Ook. Ja, in Holland een paar. Ja, wel, dat is en een de, van mijn ja. favorieten. Ja, die is fantastisch. Die is fantastisch. Ja, een van de belangrijkste comedies ooit is uh, Joe Rivers, dus dat bestaat allemaal ja, ja, ja. wel. Maar, maar uh, uh, het, is het is wel ja. iemand als, als uh, Amelie en nu dan Jade, die. Soed, zoek je natuurlijk ook. Die, die, dat, die ervoor gezorgd hebben dat dat nu ook gewoon normaal Normaler is. is ja. Natuurlijk. En dat we dat niet meer hoeven benoemen op een openbaar, de volgende is een vrouw. Nee, de volgende is ook gewoon een comedian. Ja, ja. En dat, dat is, evolu godverdank, evolueren die kant op. We zijn er bijna. Hey, nee, zijn there we zijn er nog yet. lang niet, maar, ja. maar het is het, 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 de, de weg ernaartoe is ook, is ook boeiend. Nou, ja, en het gaat snel, vind ik ook. Ja, want ja. bij American comedy is hij heel snel gegaan, van ik. Ja, okay, eh, ik heb dat is wel die fucking Amy. Of hoe noemt ze ja. ja, maar ja, Amy Schumer is natuurlijk oh, ja. een beetje minder. Dan maak de Christian Shaw of een. gewoon uh... oh, noemt weer die blonde. Nou, die vind ik heel erg grappig. Ja. Hey, hey, heb je fucking Chelsea Handler? Chelsea, Chelsea Handler. Handler. Holy oh, ja. shit! Ja. Hé, hey, she blows fucking Trevor Noah out of the water. Ja, 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 Holy ja. crap, die is. Wat die doet nu de Daily show. Ja. Beter, ik heb, ik heb vijf minuten gezien. Die vijf minuten van Chelsea Hendler waren beter dan Trevor Eigenlijk ik Trevor Noah helemaal niet slecht, hè? Nee, nee, Beter nee, nee, dan nee. Trevor Noah, alles opgeteld. Yeah. Wow. Uh, ja. Uh, ja. Maar die had toch al een paar late nights gedaan. <laughs> ja, ja, oh voor Apple of voor Netflix. Ja, ja. Zoals. ja sorry. Ik ben, <laughs> ja, 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 ja. Ja, ik ben opgevoed met Nederlandse comedy. Want mijn moeder ja. is Nederlands. En dan, ja, Lebbes en Jansen. Ja, hij moet kijken ja, naar. De grote, heeft in Joker gespeeld een paar keer. Ja. Maar de achtste keer ooit in de Joker dat er comedy was. Dus Wim Helzen vroeg wie wil je hebben. En dan zeg ik, ja, Hans Simmel, Hans Simbel is een even grote helden. Wel, een van mijn grootste helden. En die heeft in Joker gestaan. Dat was echt zo van. Was, dat, was echt in, dat was juni. Juni 2006 en ik zoiets van, had... voilà, klaar. Sluiten ja, ja, boel. Het We zijn klaar. <laughs> ik heb uh, deze week gekeken naar uh, Last One Laughing die uh, ja. van Geubel zijn hey, en, en Jeroen. Dat, dat Bas Hoofvlak ding dat is nu. Oh. Dat, 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 is, dat is nu. ze uh, de... spelen op mijn flight. Ah ja oh, Gavi <laughs> oh, um, Guzman ook Nederlander. Fucking briljant. Heel goed. Ook in Joker geweest. Ook heel super complex persoon, hè? I get it. Hij heeft duidelijk een paar uh, termatjes die dan niet ja, zo weg en zijn. Er is ook iemand, en... wat, wat daar ongelooflijk is, is dat die hij die werkt met schrijvers. Ah, ja. uh, en je merkt het er niet aan. Ja. ja. Dat is iemand die, uh, wat ik ken, mensen die voor hem geschreven hebben. En, en die, uh, die heeft ooit de zin gezegd: uh, Dit jaar wil ik iets met een mening. Wie van jullie heeft er een mening <laughs> die die ooit gezegd. Maar die, die kan zich dat wel toe-eigenen. En die schrijft ja. ook wel, heus wel, dingetje. Maar die, die eigent zich dat toe. Die, die zorgt ervoor dat wij denken: ja, hij vindt dit. Ja. Dat is gaaf hoor. Dat is ja. een ongelooflijke speler. Oh ja, maar zo heel dat cabaretier gedoe. Oei, Albrecht, Albrecht probeert te bellen. Ja, doe gerust hoor. Ja, we knip je de in. knip je dat eruit? Oh. Ja. Hé, hey, lieve schat. Goed. 14 minuten en dan rond ik het hier af. Ja. Ik heb ook genoeg Ik ben er ook klaar mee. Ook ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik ben uitgeluld. <laughs> we zitten binnen in de podcast, Amélie. Zeg iets. Ja? Hallo? Hallo. Ja, we zijn om half acht begonnen en we zijn nog altijd bezig. Het is fucking half twaalf. Ja, we zijn drieënhalf uur op tape. <laughs> Alle zes, dank u nu. Allemaal, iedereen is afgehaald. Tot zo, lieve schat. dankjewel. je nee, wel. Zo slecht doen we het niet, maar we, we zijn wel een heel niche-podcast, dat ja, weten dat we. Was, uh, ja, oh. mensen die nu nog luisteren, die hebben toch geen leven? <laughs> ja. nee, ik, vind, ik vind dat wij iets moeten. Dat je, comment als je, als je nu nog luistert. Als je nu nog luistert, kom het gewoon Comment of wel af, een leven? September's episode was uur. Het was de langste oh, hier in, een, een half ding. Vooral ik omdat ik Xander. Wil een code -woord. We moeten een codewoord hebben voor mensen die tot nu hebben geluisterd. Die moeten het codewoord nee. uh, 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 champagne uh, 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 zeggen. En als je in de Joker. Uh, nee, dus die dan gaat mijn geld kosten. Ja. <laughs> als je in de Joker zegt, en ik heb helemaal geluisterd, het was champagne, dan krijg je een glaasje kava. Want we hebben wel geen champagne, in de Joker. Champagne kost veel. I like it. Oh, Goed. Nee. Nee, uh, nee. Nee. Uh, ja, fokken met zie om langs te komen. Meer. Het was een uh, leuk gesprek. Ja, het ging totaal niet over games. Ja, tuurlijk. Ja, af okay. en toe. Uh, okay. Okay. Dat is een beetje het doel. Hè. Nou, doel. ik uh, blijf jullie toch. Nou ja, ik heb niet, uh, jullie al gezien, maar blij jou te ontmoeten. En, ja, het is altijd fijn om een medehoorder te uh, uh, <laughs> uh, Ik ben blij dat je mijn piek niet hebt meegemaakt, want dat ja. was. Uh, opzicht. <laughs> ja. of dat een gevallen Vraag tegen nee. mij. <laughs> <laughs> maar nee, uh, uh, ja, ik ben altijd. Uh, Mede nerds, uh, nerds, be with you, jongens, uh, 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 sowieso. Alright, cool. Uh, Ga dus, je nu afronden? Ja. Het ja. maar... zou heel lullig zijn als je dan doorheen babbel zeker. Hè? Ja. <laughs> Daag. <laughs> nee, maar moet je niet zo zeggen iets aan het einde? Nee, dat was het. Nee. Nou ja, zeg maar dat doe ik. Doe het maar, SP. You wanna do it. wel, Arno, Grapjes, Evil Tweety, Goran van Turnhout en andere leden die ons steunen. Vol de Twitter, vol de Instagram, vol de tiktok vol En we steunen zoveral. die geld? met geld. Ja, met geld. geld ja. Krijgen jullie geld? Ja. Patron, ja. ja. Patron, ik snap ook niet waarom. Wat ja. verdomme, ik wil ook een Patreon. Ja, dat ja, ja, is van YouTube Moet je geen op opzetten? Nee. Voor een percentje uh, wil ik dat opstellen? <laughs> Neem maar op YouTube, lid worden. Geen kunt dat de ja. hoek. Ah ja, ik weet niet hoe dat werkt. Oh, ja, maar dan kunnen mensen gewoon subscriben. Kunnen... Ah ja. Oké, okay, en we zullen, komen, we zullen het eens komen opstellen. Know, die, dus... Arno, Grapjes. Arno Wie ben jij, Arno Grapjes? Dat is die die je hebt zitten uitschelden in zijn de echt? Joker. Ja. Ja. <laughs> oh shit. is dus, dus, Arno, Arno Had hij, hij ja. zo'n Game Talk T-shirt? Ja, 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 dat was hem. mocht hem nog een extra ja, insult geven. Arno, maar hij kon goed pijpen, Arno. Dat weet ik nog wel. Enorme... Evil Tweety. Yeah. Wie is dat? Ja, een luisteraar. Je woont hier ook in Zelen. Ook in Zelen? Ja, yeah. echt. Zo. Evil Tweety. Oké, okay, we love you. En uh, Goran van Turk... Is hij van turnout Ik het hoop. Het. hoop dat hij van turnout is. En waarom is Jonas uh, doorgestreept? Omdat hij uh, zijn led heeft opgezet. Uh. Smeerlap! <laughs> Jonas, waar ben je? We missen je. <laughs> Jonas, kom, zetten, kom terug! Ik kan ook zeggen dat hij een goedkopere tier heeft gepakt. Ja, dat zijn bord. enkel de mensen die de duurste tier hebben gepakt. Die, die de ah, shout-out krijgen. Verschillende, ja, ah, ja, ja, er zijn ja, verschillende dingen. Dus het start melk 2 euro per en maand. Jonas ofzo. van, van Kouwelberg. Je bent een fucking cheap ass motherfucker. <laughs> oh, 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 oh. Ik vind je en ik, ik maak je kapot. <laughs> Jonas? Ook al oh, zeg ik champagne de nee, in de. Nee, nee, nou, nou, die krijgen het wel, maar die wil niet weten waar. <laughs> ik duw het eerst een pissgaatje. <laughs> oh, oh. spinnen, spinnenkop, wat is dat? Ook iemand die niet meer. Uh, uh, ja, uh, door strippen moeten me niet meer we nu zeggen. zeggen. Ik denk dat we een nieuw kaartje nodig hebben. Ja, 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 dat is dezelfde kaartje altijd. Het begon met meer namen, maar elke keer zijn we door een maar je moet zo'n leuke podcast maken. Als ik geen 3,5 uur zeg. En dan, dan, dan subscribe oh, die Oh zo jammer dat niemand meer luistert Dat is nu is echt gezellig Ja nu is het leuk Nu is leuk, is leuk. <laughs> We miss you alright. Ik ben Asp Ik ben Gerre Ik was Jerks voor jullie Ik ben de paashaas yeah, alright. alright Volgende week And, uh, Meer van deze zek <laughs>